Hoi. Daar gaan we weer. La la la. Heerlijk getal weer. Het is eigenlijk elke keer een leuk getal. Maar welkom allemaal bij een nieuwe stream. Vandaag gaan we er weer lekker tegenaan. Doe het duimpje even omhoog, jongens. Doe even lekker dat duimpje omhoog. Hehe, ik heb er zin in. We gaan lekker vrachtwagen rijden. We zijn met Challa en Mark. Het wordt even gezellig, hè. We zijn goede coureurs. Mensen kunnen meerijden, maar ik zeg het je nu alvast. En kijk een mots mee. Als je gaat beuken, word je meteen per direct geband. Oké? Dus even een waarschuwing. Niet kloten. Gewoon 50 meter van ons vandaan rijden. Komt alles goed. Tumpje up, let's go. Hebben we er een beetje zin in? Ik namelijk wel. Ik heb er heel veel zin in, jongens. Het is altijd lente in de ogen van de Tandeds assistenten. We hebben de vrachtwagen. En ik heb 900 graden stuur aanstaan. Speciaal voor jullie 900 graden stuur. Ik weet hoe hard en hoe verdrietig iedereen was op mij. Weet je wat, jullie hadden zoiets van... Kromo, doe de 900 graden stuur aan. Het is me gelukt. Ik heb de game opnieuw opgestart en... Ja, uiteindelijk hielp dat dus gewoon. Dus hey, dat is top. Muziek ietsje zachter zo. He, lekker maandag. Ja, we zijn op maandag live. Ik zat eerst te denken aan, ik ga gisteren live. Maar gisteren was ik even bezig. Toen kwam er niet uit. Ik denk, weet je wat, ik ga maandagavond live. En morgenavond weer. Gewoon twee avonden achter elkaar. Speciaal voor jullie, hartstikke leuk en gezellig. He, nee, niemand heeft nog wel gemist, want we zijn er net. Teun Gamer, Sprintmaster, Games for Levy, Typher, Sven Nijboer, Jan Groen, Milan Cornelis, Deborah, Simon, Nick, Airgamer, Benjamin, Sellisiman, Glitterpoes, ik denk dan aan iets anders, Feyenoord Rotterdam, Leander, Stef, Milan, Lars, Teampark, Superbas, Barry, Lode, Dylan Scott, Lars, Cockpower, met een K-O-K, oké. Jerome, it's DJ Jerome in the house. Twan hebben we erbij. Dennis, Jeffrey, Tommy, Joost, Ganyo, Cindy, Helene, Maxim, Damien, Vincent. En daar gaat het chat. Boom! Explosion. Explosion, big explosion. Welkom allemaal bij de stream, jongens. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Ik heb in ieder geval mijn stuurtje voor me staan. We gaan weer lekker toeren. Ik heb uiteraard, zoals in elke nieuwe stream, hebben we er weer wat uitbreidingen bij. Dit keer kunnen we naar Viva la France. Dus we kunnen naar Frankrijk rijden, maar we kunnen ook naar Turkije, richting Turkije rijden. Dus ja, een beetje bij de Balkanachtige landen kunnen we naartoe. Dus hoe vet is dat? Ik weet niet hoe vet het is, maar ik vind het wel hartstikke vet. Goeiedag, Mark! Goeiedag. Oh, we missen Challe. Waar is Challe nou? Even zijn PC op die hand opstarten. Arme Challe. Ach, arme Challe. Nee, maar we gaan er weer lekker tegenaan, Mark. Ja? Ga je ook mee rijden? Ja, tuurlijk. Oh, nou kijk, nou wordt het echt lachen, jongens. Nou wordt het gevaarlijk. Nou wordt het echt gevaarlijk. Oké, mijn lampen hier staan. Welke was het ook alweer? Ik ben het vergeten. Lampen. 4. En 4, ja. Oh, man. Ik heb trouwens dat ook gewoon op mijn stuur ergens zitten. Maar het is alweer even geleden dat we gereden hebben. Motordefect. Ja, dat gaat lekker zo. Het begint goed. Nu al de motor kapot. Alleen, ik heb nu wel de force feedback hard aanstaan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat rijden. En of het niet te veel herrie maakt op de achtergrond. Maar dat hoor ik wel van jullie dan zometeen, weet je wel. Even kijken, laten we wel een beetje gaan remmen voor de stoplichten hier zo, anders is het ook weer zo lullig. Niemand rijdt er achter me, we zitten in een relatief half drukke server, dus dat is goed. Hallo, everybody! Geo007, welkom bij de stream, jongen, welkom bij de stream. Superleuk dat je weer kijkt. We gaan vandaag wel lekker vrachtwagen hier. Mark, ben je al bij mij in de buurt, of niet? Nee, ik weet niet waar jij zit. Oh, wacht, ik zie een groen stippie. Ja, ja, dus ik ben bij jou in de buurt. Ik weet niet in welk dorp zijn wij. Amsterdam gewoon? Ja, zo te zien wel. Oké. Nou, dan moeten we daar zo snel mogelijk wegwezen. Ja, zullen we gelijk een ritje zo fixen? Ja, ik ga eerst even mijn auto maken. Ja, dat vind ik even leuk. En dan gaan we meteen een ritje erbij pakken. Ik drift hem even hier door de bocht heen. Hoop! Ja, gaat allemaal weer net goed. Fantastisch bochtwerk, dames en heren. Dat is niet te geloven hier ook. Maar ja, alle mensen die kijken, leuk dat jullie kijken. Gezellig ook weer gewoon. Hoppa! Zo, en dan gaan we eens even upgraden, jongens. Even de auto een servicebeurtje geven voordat we gaan rijden. Hallo, Challe. Hi, sorry, ik moest even nu opstarten. Maar je bent weer back. Ja. Hij is back, dames en heren. De enige echte Challe. Pop, pop, pop. Hij is terug. Dat vinden we fijn en dat vinden we lekker. Klomp nu de Hendrix er een pot stroke bij. Kijk eens aan. Hard dons, zellig man. Vind ik echt hartstikke mooi. Waar gaan we heen? Waar gaan we ons eerste truc of rit doen? Ik moet heel eventjes...
parkeerplaats af. En dan kunnen we kijken. Is goed. Wees wel gewaarschuwd, de mensen moeten allemaal achter ons rijden een eindje. Want anders kun je een ban krijgen. Ja, even kijken. Het eerste ritje. Externe vrachten. Externe vrachten. Oh, ik ga ook even meekijken dan. Nou. Externe vrachten. Ja, wat heb jij? Ik heb wel zin in een lang ritje. En waar heb jij iets heen? Nou, we kunnen helemaal naar het noorden rijden, maar dat doen we een andere keer. Ja. Italië. Ik heb natuurlijk die Balkanlanden nu. Ja. Dus ik ga even helemaal achterin kijken. Of ik weet niet of daar de Balkanlanden zijn. Ik heb meestal mijn verre rit ervoor in staan. Oh, nou, wacht even. Hier heb ik er eentje. Die gaat helemaal naar Turkije. Oh. Oeh, dat is een pittige rit. Turkerdag. Ja, die heb ik. Oké, dan klikken we die aan. Dan gaan we die even doen. Dat is een lange rit, maar we houden van lange rit. Maximize, super bedankt voor je donatie. Chromo, fijne avond gewenst. Ik ga lekker kijken en de chat kijken. Fijne kerst alvast. Klaas Kangaroo. Ja, dankjewel Klaas Kangaroo. Maximizer, dat is goed om te horen. Tot uw dienst. Vrachtwagenchauffeur Chromo, die gaat het eens eventjes laten zien. Hoe je in stijl in je vrachtwagen rondrijdt zonder echt keihard te crashen en te beuken en te botsen en te klatsen. Maar dat komt vaak wel goed, hè. We zijn professionele supervrachtwagenchauffeurs. Bonaero is er niks bij. Oh ja, we beginnen hier ook, Mark. Ja, wij zijn bij Amsterdam en we gaan naar Turkije. Okay. Ik zeg, we gaan naar Hongarije, maar we gaan eigenlijk naar veel meer plekken dus. Maar hebben we precies dezelfde trainer? Nee, ik heb die ernaast, die rode. Oh ja, ik zie het. Ja, ik heb zo'n oude krot, zeg maar. Jij hebt een vet getunede, maar ik niet. La 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 la. Hey, drop it! La 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 la. Hey! Moeten we wachten op Challe of wat zeg je dan? Ik moet even zo van trailer aankoppen, dan zal ik even kijken. Oké, Ian, super bedankt voor je donatie. Dit keer mijn live kijken, vorige ETS als video gezien. Kijk, nou ben je er een keer live bij. Super bedankt voor je support, jongen. En welkom bij de stream. Welkom bij de stream. Ik wens je kijkplezier als je het leuk vindt natuurlijk, maar er zijn altijd wel mensen die het leuk vinden. Je weet het, wij zijn niet van de chaos, wij rijden altijd netjes, we maken nooit één botsing, alles gaat altijd van ons luie kakkie. Ga je erop? Ja, ik ga wel voorop dan. Er komt hier niemand aan, dus daar ga ik. Aangekoppeld. Ja, hij heeft al aangekoppeld. Ik vind de Force Feedback. Maak zo'n herrie. Klopt. Dat is wel een nadeel. Dat is een vervelend iets. Maar ik weet niet of de kijkers dat heel erg horen. Als jullie er heel veel last van hebben, kunnen we het aanpassen. Want ik wil gewoon alleen eigenlijk dat hij zwaar stuurt, maar niet dat het zo zit te trillen. Dat voelt gewoon beter of zo. Ik heb niks naar Turkije. Heb jij niks naar... Dat meen je weer niet. Nou ja, daar rijd ik mijn boeien. Ja, dat maakt ook niet echt uit natuurlijk. Ik bedoel, geld hoeft er niet meer verdiend te worden voor jou. Nee. Die Challe kan wel eigenlijk met pensioen eigenlijk gewoon. Ik ga wel even bij de eerste pomp zo stoppen. Want je moet al tanken nu. Nee, dat kan ook zeker even gebeuren. Even vol tanken voordat we gaan, weet je wel. Maar ik wil eventjes de Force Feedback wel aanpassen. Want ik vind het gewoon kak. De titel, oh damn. Waar gaan we heen precies? Nou, ik wilde naar Hongarije, maar we gaan nog verder. Dus we gaan eerst naar Hongarije. Oké. Naar Turkendag? Ja, de titel. Daarna gaan we naar Turkije. Dat is very nice. Sowieso de... Wat is de beste Force Feedback instelling? Dat hij gewoon zwaar stuurt, maar niet... Weet je wat dat? Goedenavond. Hoi, welkom Zoomie. Ben je al aan het eten, Zoomie? Ik ga nu eten. Ze gaat nu aan de computer gewoon. Aan de computer. Aan de computer. Achter, voor, weet ik het. Kan allemaal. Oké, we gaan even kijken bij... eerst maar eens even vol tanken. Zo, even vol gooien jongens. Hè? Is die ook weer vol, kunnen we weer door. Welke server? Server 1. We zitten op server 1, jongens. Daar kunnen jullie allemaal heen gaan, dan kunnen jullie ons zoeken. Wat is de naam van de muziek? Ik herinner me de melodie. Dit is Suburban Cradles. Ja, Suburban Cradles. Oh, oké, ik ga heel even kijken bij mijn besturing nu. Ik zit even in de instelling hier. Want kijk, dit is... Wauw, we hebben hier een gelijk. Schrijf een stukje door. Ik rij in de pont, dan kun je door elkaar heen rijden. Nee, dat kan niet. Nee, kan niet. Oh, echt? Is dat nieuw? Even naar die parkeerplaats daar, kan nooit. Verder. Oké, ik rijd even naar de parkeerplaats. Je rijdt hier gewoon met mij één keer. Oh, gewoon... dit is wel heel licht! Nou heb ik helemaal geen feedback aanstaan. Dat is niet prettig rijden, zullen we maar zeggen. Oké, dan ga ik hem even hier op de parkeerplaats zetten zo. Oh, dat is echt helemaal niks dit. Dit is helemaal kak. Oké, dat moeten we niet hebben. Oppassen voor die Sam TB, want die heb een lek voor het leven. Oh, dat zijn altijd de fijnste jongens. De gasten met heel veel lek. Dat vind ik altijd top. Nou, dus ik wil force feedback aan, maar niet bij botsen en dat soort dingen. Dat is gewoon kak.
Ik kan gewoon alles op zwaar zetten, dan is het volgens mij gewoon zwaar sturen, toch? Ik gooi hem op de vluchtstrook hier. Ja, ik zal even kijken. Ik ga gewoon even op zijn zwaar zetten, dan zien we het wel hoe het rijdt. Holy shit! Alles kraakt en schudt, man. Dit is niet te geloven, dit. Goeiedag. Waarom had ik dat eerst niet en nu wel? Dat is dat stomme, die hub. Waarom kom je die Logitech hub? Ja, maar dat maakt het er niet beter op, moet ik heel eerlijk zeggen. Power modus moet je hem op hebben staan, toch? Ik gebruik die Logitech, ga doen niet. Force feedback van het terrein, die zet ik gewoon uit. En die zet ik uit. De kracht, de stijfheid, de centrering van de force feedback zet ik ook uit. De demperkracht van de force feedback zet ik uit. Nou, eens even kijken hoe dat werkt. Ik moet even dit, omdat ik het... Ja, dit is perfect. Dat stuurt zwaar. Als een echt vrachtwagen stuur. Ja, dit is perfect. Ja, dit is goed. Dus de instelling die ik nu heb, dat is lekker. Daar hou ik gewoon van. Het moet niet te zwaar zijn. Hoi Chromo, net getraind. Lekker streampje kijken. Nice, dat is altijd goed om te horen. Heb ik veel gemist? Nee, jullie hebben nog niks veel gemist eigenlijk, jongen. Valt allemaal wel mee. Chromo, jullie hebben allemaal niks gemist. Morgen, boer. Ik ben vrachtwagenchauffeur, hè. Ik ben geen boer. Ben je er klaar voor, Mark? Ja, ik ben er klaar voor. Waar gaan we heen? Dat weet ik. Oh, wacht eventjes, Charlie. Tekkig, Turkije. Wel, oké. Okay. Ja. Maar is dat niet Tekkig dag? Ja, daar. Tekkig dag, ja, dat bedoel ik. Er staan al een paar van die frikandellen mee op de weg. Oh, nou jongens! Levens. Levensgevaarlijk. Ik probeer mijn best te doen hier, jongens. Ik kan nu niet invoeren. Nee, dat geeft niks. Komt helemaal goed. Sam Dirksen, welkom bij de stream. Leuk dat je weer kijkt vandaag, jongen. Oh, sorry. Ik druk iemand bijna van de weg af. Het sturen is even anders, omdat het niet automatisch terugstuurt, zeg maar. Oh, we hebben al een ongeluk hier. Allemaal zijn er. Staan jullie al stil? Dat ben je niet. Ik rijd net lekker. Rijdt er eentje even snel voorbij. Rijdt er al weer eentje. Die klast alweer omver. Het is niet te geloven. Ja, sorry, ik rij hier. Weet je, I'm on the road again. Al die auto's weg. Hij stuurt alleen te licht eigenlijk voor mijn gevoel. Maar goed, dat zal wel. Tobias, super bedankt voor je 20 euro donatie, man. Thank you very much. Goedenavond weer. Goedenavond, Tobias. Super bedankt voor je donatie. En welkom bij de stream. Welkom bij de stream. Oké, we gaan eerst eventjes dit aanzetten. Zo. Oh, ik moet daarheen, maar die gozer... Ja. Ik heb alweer meteen de afslag gemist, Mark. Oké. Okay. Ja. Dus ik ben daar rechtdoor gegaan. Het gaat nu alweer helemaal kak, zeg maar. Tobias, super bedankt voor je donatie. En door jou heb ik een afslag gemist. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ben van slag als een afslag. En ik rijd nu wel lekker alleen. Dus ik zie ook wel weer de voordeel hiervan in. Dus bedankt, Tobias. I appreciate it. Thank you very, very much. Jij bent rechtdoor gegaan? Ja, ik ben rechtdoor gegaan, want dat ging even fout. Dus ik heb een nieuwe route, maar dat is ook veel cooler en veel beter. Vind je de Range Rover Sport wat? Ja, wel een leuke auto. Ik ben geen Range Rover fan, maar ik vind wel leuke auto's, uiteraard. Kom op, ik heb een voorstel! NMFS in de stream. Ja, dat zouden we een keer kunnen doen, eventueel. Ja, dat kunnen we een keertje doen. Kom op, omdat ik de hele tijd time-out krijg. Hoe komt dat ik de hele time-out krijg? Omdat je met hoofdletters zit te praten. Dat dus. Dat is verschrikkelijk. Maar we hebben nu al de afslag gemist, jongens. We zijn net begonnen. Dus het leven staat er perfect voor vandaag. Ik kom er nu aan. The sun is coming up. That's very nice. I see the sunflowers on the right side. I see a molen on the left side. Dus dat betekent dat het goed werk is. Ik heb alleen één probleem. Hij stuurt niet automatisch weer terug naar het midden. Dat is wel heel vervelend. Oh? Ja, dat is een instelling. Dus ik ga heel even aan de kant staan hier zo, bij de A1. Dat is bij mijn huis in het echt. Oké, dan ga ik even stilstaan. Ik had er een randje toe. Ja, dan kunnen jullie nu naar mij toe komen. Dat is perfect. Pas op de gletsjers. Kracht van de centreren van de force feedback. Ik denk als ik die gewoon zo zet, dat het beter gaat. Ja, die staan kan je voor mij wel redelijk hoog. Dat die terugklapt. Ja, dat gaan we meemaken. Ik ga weer rijden. Ik ben nog niet bij jou, hè, in de buurt. Kom op, ik ben ook een YouTuber. Nice. Ja, dat is goed om te horen, hoor. Ik niet. Ik ben gewoon een mens. En ik upload wel eens en ik stream wel eens met mijn gehaktbalhoofd. Maar ja, je moet wat met je leven, weet je wel. Zo is het er ook wel weer. Oh ja, nu. Ja, ik zie op mijn kaart. Ja, nu stuurt hij wat zwaarder inderdaad. Dit is perfect. Oh, gaat het goed? Rijden. Ja, ik rij lekker door, maar ik zal wat zachter rijden.
Oké, we rijden lekker hobbly-bobbly door zo. Ik ga wel iets zachter rijden, zo 80, dan komt het wel goed. Oh crap, ik heb mijn 12 pak. Oké, ik rijd 80, dan kun je me wel bijhouden. Zou je een nieuwe Scania willen pimpen? We kunnen wel een keer een vrachtwagen pimpen. Misschien straks, als we nog tijd hebben over na deze lange ritten, dan... Had je ook die tuning packs ervoor, of niet? Ik heb ook Bulgarian tuning packs. Ja, nee, je hebt de Wavy tuning pack, de Actros en zo. Ik weet niet, ik heb een Turkey tuning pack gekocht. Dat was iets van, ik ben iets van 40, 50 euro kwijt. Wat een duur spel is dit, zeg. Jeetje. Ja, maar dat zijn de map, maar je kan ook dus wat ik heb. Ja, ik heb ook tuning packs, dat er ook bij. Was zo'n ding van weet ik hoeveel euro. En wat voor lading gaan jullie wegbrengen? Ik ga een lading stront wegrijden. Ik mijn vergeren steen en ik rie stront. Oh, je zit in de mesthandel, joh. Ik zit in de mesthandel. Ik vervoer mijn eigen mest. Ik heb zeg maar van mijn stoel een playpot gemaakt. Ik zit gewoon constant te kakken onder de reis naar Turkije. Zodra ik in Turkije kom, zit die vol. Dan heb ik hem helemaal vol lopen kleien. Ja, dat is ideaal. Maar je ging naar Hongarije, toch? Ik ga via Hongarije. Ja. Klopt, de titel staat, we gaan naar Hongarije. Maar ik ging nog verder. 1800 kijkers, 700 likes. Er klopt iets niet. Hé, jongens, we moeten meer duimpjes zien! Maar wel iedereen heel erg bedankt voor dat jullie kijken. Dat vind ik altijd leuk. Ik snap niet dat dit zo populair is, dit spel. Maar ja, jullie kijken natuurlijk naar een van de allerbeste vrachtwagenchauffeurs ter wereld hier, hè? Ik bedoel, ik ben goed met lijntjes. Hiro, ik kan ertussen rijden. Ik kan mijn neus... Zo kan ik ze zo allemaal... Oh nee, de middelstip is wel lastig, want dan moet je dus de hele tijd timen. En dan zit je... Zo, maar ik ben... Dat gaat hartstikke goed, dat zie je wel weer. Chromo, ik volg je op TikTok. Nice, als mensen me nog niet volgen op Instagram en TikTok. Official Chromatech heet ik, want dan kun je zien dat het ook echt official is, hè? Ah. Ja. Help mijn MP ligt eruit. Dan moet je even downgraden. Dan moet je naar beta's gaan en dan 1.36.2 of zo doen. De nieuwe versie is nog niet capable. Ja. Nou, we gaan de grens alweer over. Ja, we gaan de grens alweer over. We zijn er helemaal klaar. Oh, we gaan naar Rijn en Plek. Ah, heerlijk. Ben jij er al, Mark, bij mij, of niet? Rechts achter je. Nee, ik zie nog niks in mijn spiegels. Zie je een groen stipje op de... Nee, nog niet. Ah, god. Nee, sorry, ja, sorry. Oh, wel opletten, Chromo. Je rijdt bijna tegen de vangrail aan. Je bent nu al aan het halve slapen. Sorry dat je bijna tegen de vangrail aan reed. Oh, ik zat over de vangrail aan net. Ja, Tjallo was gecrashed. Ja, dat is ook wel... Oh, we moeten liken. We hebben 1000 likes. Hey, jongens, iedereen die geliked heeft. I like it, man. Thanks a lot, man. Dat gaat lekker. Dat gaat snelly welly. Mijn papa is ook vrachtwagenchauffeur, dat meen je niet. Nou, doe de route, want wij zijn natuurlijk indirect collega's, hè? Jullie vrachtwagenchauffeur, vaders en ik. Hou ze voort! Oh, rijd maar de vangrail aan. Scheten en rijden is niet mijn ding, zullen we maar zeggen. Ik volg je op Insta, nice, thank you. Dat is goed te doen. Maar ik ben al echt vlakbij, ja. Kan ik weer een beetje het gas indrukken? We gaan even wat harder weer, hoor. Want, zit er seinen naar je? Ja, het zijn zo. Oké, okay, dus ruim maar naar 90. Zo, ik moet nog 40 uur rijden. Nog 40 uur? Ja, ik ook 39 uur. Oh, ik 39 uur, dus dat valt mij mee. Wat een lange stream, jongens. 40 uur rijden. Ja. Holy crap. Dat is gewoon een werkweek, jong. Ben benieuwd wie de hele stream gaat afkijken, de hele rit. Afslaan. Oh ja! Ja, dat wist ik niet. Oh, Mark, jij bent mijn redder in nood. Ik moet niet naar de chat kijken en bochten maken ondertussen. Moet ik remmen? Nog een keer. Ja, ik denk het wel. Ik doe het niet. In Duitsland wel, die zijn heel kort. Nee, deze valt mee. Oh. Ik kan gewoon 80 gaan, 90. Ja, dit gaat mijn best af zo hoor, dat kunnen we vol... Kunnen we volgen. Ja, dat gaat gewoon vol gas deze. Even kijken, niks. Oké, gaat perfect. Ja hoor. En zo hebben we dit weer door een goede bocht gebracht, jongens. Hey, het is lekker rustig ook, we hebben niet zoveel kijkers achter ons aan. Nee, en anders blijf achter maar rijden, dan is het ook leuk gewoon, gezellig. Dan hoef ik minder op te letten op jullie lag, zeg maar, en dat soort dingen. Wat voor muziek gebruik je in de playlist? No Copyright Sounds. Gewoon een playlist van No Copyright Sounds. Die kun je van mij ook in de map van Moet ik even kijken? Ja, dat kan, maar ik vind het zo ook best, hè. Dat maakt mij niet echt uit hoe je dat doet. Ik speel ATS, of speel een keer ATS. Ja, gaan we doen, maar ik wil eerst even alle DLC's van ATS doen. Gewoon, dat is leuk, weet je wel. We hebben alles een beetje gehad. Elke stream rijden we weer naar een ander land. Zo moet je het een beetje zien. Dat was gewoon een beetje het hele idee van dit spel, wat we nu aan het doen zijn. En dan kunnen we ook nog een keer American Trucker doen en zo. En dan gaan we dat eens een keer proberen. En ja, zo gaan we alles een beetje af, weet je wel. Stream voor stream, weer gezellig. Top, leuk. Dat is een heerlijk ritje dit, man. Ja. Alleen we rijden natuurlijk nu nog in Duitsland. Dat is een beetje saai. Straks komen we in Hongarije.
Ja, dat is cool. Hallo Talita, welkom bij de stream. Komt deze stream op YouTube? Al mijn streams komen op YouTube. Tenzij je radio 538 op de achtergrond hoort met allemaal hippe muziek uit de top 40. Dan kun je het wel vergeten, maar voor de rest komt het helemaal goed. Waar woon je? Ik woon in Barneveld. Ja, ja. In een huis met een dak. In een huis met een dak, dat klopt, ja. En een vervelende kat. Barneveld. Barneveld is echt een goede plek. La 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 la. Ik kom trouwens voor mijn la 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 la. Hey! Sydney Vitek! Ik hoor je half, Zoomie. Maar ik luister zo. Sydney Vitek, dankjewel voor de bijbehoor donatie. Thank you very much. Een groot verhaal, dus ik moet niet gaan crashen. Er is geen afslag. Oké, eerst check ik dat allemaal even, weet je wel. Hey, ouwe rookworst. Hier ben ik weer met mijn maat Chris Nassiap. Chris Nassiap. Chris Nassiap. Dat is mijn favoriete naam, Chris Nassiap. Wordt vast weer een leuke stream, net zoals de vorige keer. Zijn er verder misschien plannen voor een video met de golf? Succes met stream verder. Ja, ik ga binnenkort wat filmen met de auto, dus dat komt allemaal goed. Er komt mijn vlogkanaal Chrome Vlos. Links in de beschrijving. Kun je altijd invoeren? Wat, waar? Hier, invoeren één baantje. Hoezo? Je moet rechtdoor. Oh ja, zo. Oef. Hey, maar super bedankt Sydney VTech, bro. En ja, dat komt er dus aan. En thanks. We gaan zeker verder met streamen en we gaan er wat moois van maken. We doen ons best. Ik ga zo mooi mogelijk door de bochten heen rijden en zorgen dat alles tot een goed einde gebracht wordt. You know how we do that, man. Over het eind ga je natuurlijk op je kantje. Nee, we gaan niet op de kant. We blijven gewoon recht zo die graden rijden. Maar Zoomie, jij komt vrijdag? Yep. Ja, maar jij gaat met Annelies en Terina afspreken, toch? Ja, maar Danny komt ook mee. Oh ja, oké. Nou ja, dan zie ik jou dan weer. Harde kaas. Ik blijf in het midden van de baan rijden, want Duitsland is raar. Nou, dat wordt gezellig. Ja, is goed. Danny, ben je dan net zo spreekzaam als op Teamspeak? Danny zit niet in de channel, toch? Oh, jawel. Ja, hij is gemute. Oh, hij is gemute. Chromo, misschien ook in Formule 1? Ja, wie weet. Misschien een nieuwe Formule 1 een keer, maar ik ben niet echt een topracer, een topcoureur. Doe maar vrachtwagen rijden, dat gaat niet zo hard, weet je. Kan ik hem op de waan houden, dat past beter bij mij, weet je wel. Dat ik niet keihard crash. Tot hoe laat ik blijf streamen, weet ik nooit, jongens. We gaan gewoon lekker rijden. Een beetje lullen, een beetje vragen beantwoorden voor kijkers. Een beetje ouwe hoeren, een beetje grappen, dat soort dingen. Dat komt helemaal goed. Charles, heb jij nog een grapje? Nou ja, ik denk, ik had graag maar wel één voor me. Ik ben wel even kwijt. Je had er één voor je net, maar nu is hij hem kwijt. Ja, ik hoorde het vandaag verder, maar ik denk dat het lekker jallen. Hey Danny! Hey, ouwe geitenballer, hoor. Hoe is het, jongen? Ouwe geitenballer. Hè? Ja, ouwe dijenkletser. Ik stond net even op mute, dus ik heb je niet gehoord. Nee, dat was gezellig. Je klinkt ook weer zo hard ook weer vandaag. Ja, daar hou je van, hè? Ja, zeker weten, dat sowieso. En Zoomie, groot nieuws, dames en heren. Ja, ik wil het toch even vertellen. Nee. Wat nee? Ik hoorde niet. Ik wil gaan vertellen. Wat? Maar dat wil ik nog even uitstellen en ik wil er nog niet over nadenken. Maar niet vrijdag, donderdag. Donderdag, dames en heren, is een zeer grote dag. Ik weet niet of jullie het willen weten. Ja, ik de kijkers stel me niet willen. Willen jullie weten wat ik ga zeggen, jongens, over Zoomie? Of zeggen jullie van, nee, doe maar niet hoor, Chromo. Nee. Dit is helemaal niet belangrijk voor ons. Ik bedoel, wij zijn helemaal niet schieuwnierig. We willen gewoon alles weten, maar we zijn niet nieuwsgierig. Ja, dat is zo. Kom een keer racen na corona. Dat kan toch ook nu? Ik bedoel, rijden in de auto mag wel. Maar ik ga niet racen. Ik trap liever mijn auto niet, deed het helemaal af. Snap je? Gewoon verschrikkelijk. Yo. Kom op, reed je vorige week ergens bij Schiphol? Nee, ik reed niet ergens bij Schiphol vorige week. Nee, ik ben niet zwanger. Zoomie is zwanger. Zoomie gaat trouwen. Zoomie is al getrouwd, jongens. Dat is geen nieuws meer. Ja, oké, stop maar weer in de chat. Oké, doe maar weer rustig aan, jongens, rustig aan. Ik zal het vertellen wat er met Zoomie aan de hand is. Zoomie gaat... Iemand zei 40, die kwam wel in de buurt met wat ik wou gaan zeggen, ja. Nou. Zoomie wordt jarig, yay. Zo, en dat is een bad rain. Ik zit ook... Wat een vervelend kakventje. Kan, die gaat geband worden. Gerald, kan je door... Ja, rustig aan, Mark. Ik sta helemaal... Nee, maar ik bedoel, kan je erdoor? Ik hoop dat het lukt. Here comes the money. Gadverdamme, jongen. Wat een kneus. In die auto. Wat is zijn naam, Mark? Mikke 2305. Thanks. Dank je. Wow, er komt eigenlijk een heel wijf van mij. Nick 2305. Nee, Mikke. Mikke.
Ik kan er langs, dus ik motorpick. Oh kak, ik ontkoppel. Ja, je rijdt te ver door. Oh. Ja. Nou, daar gaan we weer. Die kneus is weg. Mikke, je krijgt een ban. Gefeliciteerd. Oh man, wat een verschrikking is dit ook weer. Wat een... Maar Zoomy, ja. Die wordt, dames en heren, 29 jaar, bijna 30. Oh, wat vreselijk, Zoomy, dat het zo dichtbij komt. Ze lijkt zo'n jonge vrouw van geest. Maar de buitenkant is toch duidelijk aan het verouderen. De voegjes moeten binnenkort vervangen worden. Nee hoor jongens, dat valt allemaal gelukkig nog mee. Dat komt pas na je 32e. Maar ze wordt een jaartje ouder, ja. We gaan de leeftijd niet noemen. Dat is natuurlijk altijd pijnlijk bij de vrouw als je dat zegt. Danny, hoe oud ben jij? 33. En Zoomy... ik dacht dat jullie even oud waren bijna. Nee. Zoomy, aanzienlijk stuk, jongen, dames en heren. Is niet te geloven, hier, is niet te geloven. Ja. Maar feliciteer er vast even in deze chat, als je wil. Want dat is altijd leuk. Dan wordt ze eindelijk een klein beetje tikkeltje volwassen, zullen we maar zeggen. Net zoals jij, zeker. Ja, net zoals ik. Ja, dat is belangrijk, hè. Om een beetje zoals ik volwassen te zijn in het leven. Achter zijn eurotrekker. Ja, achter mijn stuurtje hier zo, hè. Kijk, dit is een volwassen beroep. Ik zou zo wel voor /fix doen bij jou. Heb ik al gedaan, Mark. Ja, ja. Hier, Niels zegt gewoon, Zoomy is gewoon mooi en niet oud. Dankjewel. Nou, wie heeft gezegd dat je niet mooi kan zijn dat je oud bent, jongens? Dat kijk naar mij. Hey. Hey. Koisu, dankjewel voor de 300 donatie, jongen. De Green Gang of Purple Gang? Ik ben Green Gang. En waar is Wander? En waarom komt hij niet? Ik weet niet waar Wander is. Hij zal wel thuis zijn. En ik weet niet waarom hij niet komt, maar hij heeft ook gewoon zijn eigen leven. Ik denk dat het is. En dat dus. De Green of Purple Gang, weet ik niet wat je ermee bedoelt. Maar ik ga dan sowieso voor Purple en niet voor Green. Want de Green Deal shit en zo, dat is niet mijn ding, zullen we maar zeggen. Maar Koizu, super bedankt voor de 300 donation. Thank you very much for the support us in this time. So very nice. Thank you very much. Dikke buiging zo. Op mijn microfoon. Oh, thanks. Goed, Ian, dankjewel voor je donatie, jongen. Hij zegt een oud raadseltje. Oh, wacht even. If Teresa's daughter is my daughter's mother, what I am to Teresa? Wat de heck gebeurde daar? Dus als Teresa's moeder, als Teresa's dochter... Wat? Dit is lastig. If Teresa's daughter is my daughter, is my daughter's mother... What am I to Teresa? Ben je al de afrit? Ja, oké, gelukkig. Moet ik hier dan al af? Nee, helemaal niet. Ja, wel. Ai, joh! Oké, maar als Teresa's dochter is mijn dochter... Dus Teresa's dochter is mijn dochters moeder? Ja, weet ik echt niet meer. Ik weet het niet. Ik kom er niet uit, Arjen. Nee, maar... Alleen omdat ik al moet sturen ondertussen en al dat soort dingen maakt het al lastiger. Danny, jij bent slim, hè? Ja. Nee? Nou, maak hem even af. Ik doe even niet mee. Ja, ik doe even niet mee. Jij zegt dat je slim bent. Hij heeft toch een zoomie gekomen, dus moet hij wel slim zijn. Oh, wat een liefde hier. Ai. En ik weet hem echt niet, sorry. Als de dochters is mijn dochters moeder. De tante! Wacht even, zeg het nog eens, want ik had niet gehoord. Dat is juist het moeilijkste van allemaal. Teresa's dochter is mijn dochters moeder. Als Teresa's dochter is mijn dochters moeder. What am I to Teresa? Die zin klopt niet. If Teresa's daughter is my daughter's mother, what am I to Teresa? Een terras! Ja! Een terras, ja. Een terrasje. Ja. En dat komt ook lekker binnen zo, hè. Ik bedoel, in Spanje zijn de terrasjes alweer open, hè. Kijk, in Nederland is het veel erger. Dus het is logisch dat het bij ons nog even dicht is allemaal. Maar in Spanje, er zijn ook maar bijna 30.000 doden, weet je. Dat valt allemaal mee daar. Dus daar gaan de terrasjes weer lekker open. Het slaat ook helemaal nergens op, hoe voorzichtig we hier weer zijn. Antwoord is niemand. Nee, dat zijn vrouw. Zijn vrouw?
is my daughter's mother. Nee, niet hem. Nee, dat kan niet. Je mag maar 80, gaat hard. Nou, ja, ik ga het echt ook al te hard. Het moeten we wel een beetje realistisch houden, dit spel, hè? Moet het wel een beetje... Je hebt ook nog wettelijke correctie, hè? Ja, daarom. Ik rijd nu bij een 84 of zo. Oh, je mag 86 voor mij. Gaat 6 af of zo, geloof ik. Ik rijd 90, maar dan gaat er iets van 6 af, ja. Ja, zoiets, ja. En je hebt de boete zo staan, toch? Ja, mooie Saab, dikke boerenkoolvrachtwagen. Ja, dat is een mooie Saab, dikke boerenkoolvrachtwagen dit, hoor, jongens. Jullie snappen het wel dat ik gewoon de classy stijl ben. We gaan in stijl naar Turkije. Wij gaan naar Turkije rijden. Wij gaan naar Turkije rijden. Wij gaan naar Hongarije. Wij gaan naar Turkije rijden. Wat? Ik weet het antwoord. Jij weet het antwoord. Nou, vertel. Je hebt het even gegoogeld. Ja. Goh. Jouw hersenen zijn echt zo slim. Nou, vertel. Nou, dan ben je Theresa's dochter. Dat is... Jeetje, Mark, je klinkt als een beschimmelde voetschimmel die van Sinterklaas. Nou, als ik naar boven kwam, dan bedoel ik maar. Of was dat Challe? Nee, dat was ik dat keer weer. Ai, wat een... Ik ruik je ook hier die muffe lucht, joh. Ja, die muffe lucht. Zo de knetter, man. Mango. Ja, nee. Ik heb geen mango. Ik heb joh, verrekte mango. Here comes the money. Verrekte mango. Hij zegt het nu. Jammer, Arjen. Money voor de robots. Money. Thanks. Dank je. Kan ik afslaan hier? Ja, oké. Okay. Super bedankt, Arjen, voor de 3 donatie. Hij zegt, je bent Theresa's dochter. Nou ja, Sumi had dat super subliem gegoogeld. Dus zij wist het al. Zij is zo slim, hè, op dat betreft. Ja, echt, hè? Jongen. Zo had ik ook mijn examen gewoon kunnen halen, als ik erover nadenk. Ik had mijn examen gehaald, trouwens. Maar daar niet van. Ik had een beter cijfer kunnen halen op mijn examen, als ik gewoon alles googelde. Nou ja, thanks Arjen. Een prachtig raadsel. We staan er beduust van hoe Zoom hier zo slim kan zijn. Kom waarschijnlijk met de jaren, hè? Fuck jou. Nee, maar Zoom, even serieus. Merk je al wat ouderdomsklachtjes? Ja. Ja, vertel. Ja, hè? Kapotte rug en... Oh ja, is je rug kapot? Ja. Ik snij je even af, jongens, maar ik wil de vaart er een beetje dat inhouden. Dat zag ik. Ik moet even de vaart erin houden. Rafael van de vaart erin houden, ja, dat sowieso. Rij GTA-stijl. Nou, dat deden we dus net. Ja, dat deden we net. Ja, dat was wel. Kroepie, hoi. Hallo, Alicia. Welkom bij de stream. Money voor de Robos. Money. Thanks. Dank je. 4 weekjes en dan ga ik verhuizen. Ho. Poef, poef. Money voor de Robos. Money. Thanks. Dank je. Oh, Van Geel. Ah. Ja, daar is ze voor gemaakt. Je gaat bijna verhuizen, Zoomin, Danny. Ja. Spannend, hoor. Spannend. Ik vind dat echt heel spannend. Dat verhuizen, dat je moet dingen doen en zo. En sausen. En kleren. Wat een gezelligheid allemaal. Ja. Ja, en Zoomy, bij deze bied ik aan om niet te komen helpen. Ja, wat ja, dat is toch wel, hè, dat je het ook gewoon weet al, weet je wel. Een maand van tevoren. Is toch wel fijn. Maar kom je wel op de housewarming? Ik kom wel op de housewarming, ja. Nou, heb je vloerverwarming? Jazeker. Oh, dan kan ik lekker liggen op de grond. Ja, dat doe ik altijd met mijn badkamer. Dan lig ik gewoon op de grond. Op de ja, maar het kan ook gewoon in de huiskamer. Ja, maar bij mij thuis heb ik het alleen in de badkamer. Oh ja, oké. Okay. Nou, dus, kan je bij ons in de huiskamer komen liggen. Of in de badkamer. Nee, badkamers doe ik thuis al, Danny. Ja, je wil niet te veel in de herhaling liggen. Je moet kotsen in de badkamer. Kan je lekker in de dat is wel lekker, ja. Dan hou je een beetje warme knieën, weet je wel. Maar dat is wat meer wat voor Ties dan. Ja, die zal daar wel lekker kotsen dan, ja. Dat komt helemaal goed. Ik kan gewoon met zijn kop over de griep, denk ik. Ja, wacht. Oh nee, toch niet. Ik dacht, hij heeft een grap maximizer, maar het is geen grap. Ik reed laatst ook weer op mijn vaste weg richting Apeldoorn. Het zou niet fijn zijn als het een losse weg was. Dan flik je de hete vanaf. Is die... Oh, die weg! Ai. Maar daar stonden ze te laseren. Oh, stonden ze te laseren op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld. Volle remtest was gewoon noodzakelijk. Met de Audi! Here comes the money voor de rugworst! Money! Thanks! Dank je! Maar Flitmeister, red je bankrekening. Ik heb serieus ook al flink wat boetes bespaard met Flitmeister. Want ik rijd natuurlijk altijd keurig netjes 30 te hard. 20-30, altijd keurig netjes, hè? Dus nooit eroverheen. Dus je kunt wel zeggen, jij bent een gevaarlijke rijder, Chromo. Nee, dat is niet waar. Want ik rij altijd al 130! En dat doen we nu ook nog gewoon steeds. Dus vroeger was het ook niet gevaarlijk.
Dus ik, maar dat doen we dus gewoon zo. En dan een flitsmeister die save dan af en toe je ass inderdaad. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon fijn om te horen en dat is cool. Waarom zijn jullie Nederlands? Ja, waarom zou ik Turks zijn dan? Dat maakt er niet uit wat ik ben. We gaan wel naar Turkije nu. Dus ik kan me daar een beetje aanpassen. Maar ik kan geen Turks, dus dat gaat lastig voor mij. Krumetut. Krumetut? Wat betekent dat? Tutut. Kromotek of Turk. Oh, Krumetuk. Ja, Krumetuk. Ja, dat is bij de tolpoort zo. Ik ben Krumetuk. Ik ben Krumetuk. Ik ben Krummetruk. Krumeturk. Krumetruk. Tutut in mijn Krumetruk. Nee, maar Maximize, dankjewel voor de donatie. En dat is inderdaad chill, flitsmeister. Ik raad iedereen altijd aan om te flitsmeisteren. Maar, altijd handig. Ik zag dat je een nieuwe hobby had. Nee, daar gaan we het niet over hebben hier. Op de planten. Dat is voor Tureen trouwens hoor. Oké. Ja, ja. Topgeheim. Ja, dat is topgeheim. Maar, even kijken. Iets met Kevin. Thank you very much voor de 3 euro donatie, jongens. Super bedankt ervoor. Yo, Krompie. Je hebt de vlam weer in de pub zitten op de linkerbaan. Ja, we gaan vol gas. 180 cc op de linkse baan. Ja. Nou, ik rijd trouwens liever rechts hoor. Maar, ja, dat is gewoon een beetje zo'n voorkeur die ik heb. Gewoon rechts. Hè? Romo, maak een Discord voor de kijkers. Die hebben we al. Links staat in de beschrijving. Dus dat is niet ver zoeken voor jou. Dat scheelt dan alweer. Maar super bedankt, Kevin, voor je donatie, man. Super bedankt. We gaan met de vlam in de pijp. Recht door naar de balkan. Ja. Hè. Oh, ik stootte laatst mijn hoofd tegen een balkan. Oh. Au. Zo. De bult zit er nog steeds. Nou, ik heb gewoon een lelijk misvormd hoofd. Dat is het gewoon meer, maar... Dankjewel, toch? Kijk. Oh, Streampunk. Dankjewel voor de ene donatie met fiets. Toen had je een bult gaan rijden. Ja, een bult gaan rijden. Ik heb nu... Nice. Goh, als Theresa's dochter de moeder van jouw dochter is, dan ben jij de schoonzoon van Theresa. Wat? Wat? Ik snap jullie verhalen niet meer, jongens. Maar bedankt. Oké. Het is goed om te horen. Speel op versie 1.32? Jazeker. Je ziet ook dat het een stuk rustiger is nu die update er is. Dat veel mensen niet kunnen spelen en niet snappen. Ja. Ik moet naar links. Kom maar. Ik ook, Challe. Ben jij die lichtblauwe handbal? Ik rij achter je. Oké, dat is mooi. Dan ga ik hier eventjes langs Pipo Truman. Hey, Pipo. Oude balhaar. Pipo de clown, hè. Mamalo. We rijden trouwens naar Turkije voor de mensen die zich het afvragen natuurlijk. Yo, Kremo. Kromo, ken je me nog van de kattenbak? Ik kan deze niet ook pakken. Ik ken je niet meer van de kattenbak. Nee. Ik weet niet wat je met de kattenbak bedoelt. Bedoel je mijn kattenbak van de kat? Vlug van de kattenbak. Pluk van de kettenbek. Frituurpan verwerpen. Ja, maar met het frituur erin dan en over straat heen. Dan krijg je een vette bende, jongens, niet geloven. Dat zou echt een... Oh, nou! Ik laat de slinger hier, oh! Krijg nou een hangende springende springwortel. Maar dat is niet zomaar doorpiepen, Trima. Je moet denk ik uitwijken. Ja, jij rijdt op de vluchtstrook nu. Ja. Hij gaat... Ja, maar hij heeft waarschijnlijk die spiegels in zijn reet zitten. En dan kan je niks zien, natuurlijk. Nee. Dat is de Discord die Maximize stuurt, inderdaad, jongens. Kromo, ik keek vroeger toen ik 9 jaar was of zo. En nu tot mijn 11e. En nu ben ik 13. En ik begin weer met kijken! Yeah! Dat is een gat, joh. Pam, pam! Ik wou dat je... wou dat ik Scrap Mechanic wou doen. Nee, ik weet dat echt niet meer wat er 4 jaar geleden gebeurd is. Nee, dat soort dingen vergeet ik een klein beetje. Ik heb een beetje, zeg maar, zo'n... Ja. Je wordt ook wat ouder. Ik word ook wat ouder. Dementie slaat snel toe tegenwoordig, hè? Ook dag Korsakov. Ja, dat kun je niet, man. Dat klopt ook, ja, Korsakov. Ik heb een beetje zo'n gemengselde, weet je wel. Zeg maar, ik heb Korsakov en als ik dementie, dan ben ik het alweer vergeten dat ik het zag. Nee, dat soort dingen, dat gebeuren gewoon. Ik ben vandaag jarig, yay! Van harte gefeliciteerd iedereen die jarig is. Zoomen jij natuurlijk ook, hè? Bijna 42. Het schiet toch al wel op, hè? Het is toch niet te geloven? Nee, 42 is overdreven, jongens. 40. Hé, ga je achter Mark of ga ik achter hem rijden? Ik rij wel achter. Hé, jongens, beuk hem even omver. Nee, niet zeggen, want je hebt echt veel landballen erbij zitten die er gaan doen. Hé, er staan hier een hoop blauwe vrachtwagens! Oh, daar hebben ze hier een konvooi. Holy shit! Ik ga even voor Mark. Die kunnen wel zeggen dat ze een blauwtje gereden hebben vandaag. Holy moly, man. Goeie dag, schotels. Maar ik verwacht wel dat je vrijdag een liedje voor me gaat zingen. We zouden er geen verjaardagen meer houden, dus we vergeten gewoon toch alles. Oh, okay. We vonden het toch allemaal te erg worden gewoon. Ja. Weet je, we kunnen wel gaan zingen, maar voor je het weet ben je 30, Soemie. Ja, en ik ga toch niet zingen voor 30 worden, come on.
Weet je, het is nu nog lang zal ze leven, maar over 10 jaar wordt het zingen. Nou, zo heel lang zal ze niet meer leven. Zo. Ja, daar komt een einde aan, weet je wel. Dat duurt natuurlijk niet lang meer. Ja, geef vraag. Elk jaar weer een jaartje korter, zullen we maar zeggen. Chroma, waarom speel je geen FIFA? Nou ja, omdat ik gewoon geen voetballer ben. Ik heb geen verstand van voetbal. Dan ga ik met Lionel de Lion King Messi spelen. En dan kom ik eraan, weet je wel. En dan schiet ik tegen de paal aan. En dan dingen en zo gebeuren er dan. Ga ik tackelen, krijg ik weer zo'n plusje achter mijn naam. Dan denk ik van, nou, cool. Waarom zit je zo dicht op het stuur? Nou, ik heb geen airbag. Dus, vandaar. Nee, ik kan ook wel zo zitten hoor, jongens. Maar dan zit ik verder van de microfoon af. En dan horen jullie mij minder goed! Hallo! Oh! Kijk, en dan krijg je dit soort praktijken, weet je wel. Dat gaat helemaal niet goed, man. Daar moet ik mee oppassen. Dat is levensgevaarlijk. Maar Zoomie? Ja? Om even terug te komen op je verjaardag. Blijkbaar vind je het gewoon leuk dat we het over jouw verjaardag hebben. Dat jij een jaar ouder wordt weer. Ik zal wel even een liedje... Kan wel afvallen. Ja. En dat is waar. Ik zal wel een liedje zingen die dag, ja? Wat moet ik zingen? Wat wil je? Ja, dat mag je zelf weten. She is almost grey. She is almost grey. And the rimples are drempels. Oh, kwijt, schip me al. Voor een 30 zonne. Oh, ik denk, je gaat een ander liedje doen. Ik weet het wel leuker van Jan Smit. Jan Smit? Oh, ja, Jan Smit, mijn oma. Nou! Jan Smit, mijn oma? Wat is Jan Smit, mijn oma? Hé, hey, die heeft mijn lieve oma. Hij vond dat eerste liedje van hem. Is dat echt mijn lieve oma, het liedje Mijn Lieve Oma? Ja. Bedankt dat je al, hè? Ja, maar Zoomie is nog geen oma, want ze moet zelf al beginnen aan de puk van de plettenvet kinderen. Ja, maar super. Hey, wanneer is, heb je hond geen puks? Nee. Oh. Ja, jammer voor je. Oh, Zoomie, je hond was geopereerd, zag ik volgens mij voorbij komen. Of hoorde ik eigenlijk meer. Ja. What's going on? Wat was er met je hond? Die heeft had een hele grote bult op de rug. Een kameel? En ze wisten niet wat het voor bult was. Ja, dat zal wel geen kamelenbult zijn op een hond. Dus die moest eruit gehaald worden. Ah, was een goed aardige tumor. Dat weten we nog niet, dat wordt namelijk ook. Ah. Ja, dat is altijd heftig. Maar het is allemaal goed nu. Het is helemaal goed nu. Behalve de bankrekening, zeg maar, die is wat minder goed waarschijnlijk. Maar voor de rest is alles wel... Ja, gelukkig zijn we ervoor verzekerd tegen. Oh, je bent een verzekerd? Oh, ja. Dat maakt allemaal geen reet uit. Dus mensen, verzeker altijd je cavia, want voor je het weet gebeurt er wat mee. Dat is belangrijk. Nou, het is fijn om te horen dat de hond toch niet... ik dacht het is heel ernstig of zo, het was zo'n groot litteken. Nou, dat weten we nog niet, dus dat moeten we even afwachten. Ja, maar we zijn optimistisch, toch? Zeker weten. Ja, we gaan ook niet denken dat de zeespiegel in 10 jaar 20 meter omhoog is. Sommige mensen denken dat wel, maar wij zijn optimistisch. Wij gaan uit van 5 millimeter. Ja. Elisha White Moon! De dijk wat verhogen. Ja, we kunnen altijd de dijk nog verhogen, inderdaad. Op een duur hebben we alleen om 12 uur zon, weet je wel. Zulke hoge dijken op Nederland, weet je wel. Ah, gelukkig, 12 uur, we hebben een uurtje zon. Nu snel liggen. Ah, hij is weer achter de dijk. Shit. Elisha Weidman, dankjewel voor de 7 euro donatie. Of je gaat gewoon bovenop de dijk liggen. Ja, maar dat vind ik wel een hoop klimmen als ik zo hoog moet, hoor. Dat vind ik te vermoeiend. Ja, een liftie. Ligt omhoog. Een liftie erin. Oh, dan kunnen we ook skiën. Ja, of een wow, check hoeveel voordelen het heeft dat de zeespiegel stijgt. Hogere dijken betekent skiën, jongens. Man, laat maar komen die shit. Ik ga even mijn auto starten, jongens. Ben zo terug. CO2 moet gepompt worden. Hey, Elisha, dankjewel voor je donatie. Multiplayer heeft nog geen 1.37, dus ik kan niet meedoen. Ik ga niet downgraden de volgende keer wel weer. Maar moet nu wel zonder mijn prachtige roze vrachtwagen doen. Ja, maar die kun je gewoon downgraden bij de beta. En dat is heel makkelijk. Dat is echt 1,5 minuut werk. En je kunt hem daarna weer upgraden. Maar goed, je moet het zelf weten. Super bedankt voor de donatie. Je kunt altijd kijken natuurlijk, hè. Ik zal een keer sturen voor jou. Zo, klaar. Wauw! Ja, was wel mooi, hè, Tjalle? Wauw, ik denk, je gaat nog tegen de muur aan. Hé, hey, jongens, ja, maar super bedankt voor de support, dankjewel. Iemand zegt, ik en te laat mijn cavia verzekeren Punky is helaas overleden. Aww. Ah, gecondoleerd met Punky. Maar dat is misschien ook omdat je hem Punky noemt. Ik bedoel, een Punky cavia. Is ook wel een beetje sneu. Misschien dacht die cavia zelf van pieper wel tussen. Ja, maar stel als je een olifant neemt en je noemt hem Inimini. Dat past niet bij elkaar. Dat is een beetje uit zijn context. Chromo, doe jij een sport? Ja. Even kijken, wat is het? 24 maart wilde ik gaan beginnen bij de Basic Fit. En gewoon echt fanatiek elke dag sporten. Maar dat is er net niet van gekomen weer. Je wilde toch bitterballen? Nee, dan ben ik bezig met gewoon sportschool. Wilde ik gewoon, zeg maar, 24 maart wilde ik dat gaan doen. Oh, ja, maar toen ja. zei Rutte, we gaan niet meer open. Dus altijd zoals ik wil gaan sporten, dan heb je dat soort dingen. Of het regent.
ga bitterballen. Bitterballen? Ga e-sport doen. Ja, bitterballen. Shit. Hij heeft liever frikantellen, Zoomie. Ja, maar... Ja, dat... Ja, ja. Maar frikantellen is niet echt een sport. Kijk, je hebt voetballen, bitterballen. Snap je, Mark? Ja. 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 Maar je kunt natuurlijk wel met Bami schijven sjoelen. Maar dat is meer een beetje een bejaardensport. Daar kan Zoomie wel binnenkort aan beginnen. Maar waar slaat dat... wat staat er op kont? Als het context is. Oh, ik wil even kijken of die vangrail helder was. Nou, hij was helder, hij bleef gewoon staan. Hij ving me op. Dus dat is goed. Nou, Chromo doet aan fitness. Hij loopt naar de koelkast om bier te pakken en rent terug naar de bak. Boom. Ja, ja, dat is, vind ik ook wel sport. En ik heb mijn wasmachine op de tweede verdieping. Ja. Je moet twee trappen omhoog af en toe, hè? Die Trine ook. Ja, dat Trine eigenlijk. Maar dan nog. Ik kijk wel hoe ze dat doet. Ja, dat is ook niet heel te makkelijk, hoor. Iemand zegt ook Bacardio. Bacardio, ja, dat is ook een goeie, ja. Gaan we er af, man, Chromo. Dat doet Danny nog wel eens. Oh, zijn we er al? We zijn in Praag! Oh, jongens, welkom in Praag. Kijk die dikke vette pijpen daar, oh. Oh, man. Dikke puut, mignon. Ja, daar kan Tjalle ook heel goed, jongens, wat je daar ziet. Oh, man, man, man. Kijk ze eens even daar staan. Wat, roken? Pijpen? Nee, pijpen gewoon. Nee. Nee, buizen. Hè, dat rare taalgebruik ook meteen weer met Tjalle. Il. Jij begint. Ja, nee, dat is ook zo. Oké, maar we moeten dus door Praag rijden om verder te kunnen naar Turkije, hè? Mm-hmm. Hey, ga een goede trein. Ja, dat is een goede trein inderdaad. Ja. Heel mooi, prachtig trein. Echt uniek. Nou, de crash er 2. Nou, dat is mooi, daar zijn we ook weer vanaf. Fredvaldrol. Ja. Ah, even remmen! Ik denk, roep het even remmen, weet je, dan weet iedereen dat we moeten remmen. Via YouTube doen leuk? Nou, als ik het echt niet leuk vond, dan had ik wel weer een andere baan gezocht natuurlijk, hè. Dus, het is soms leuk en soms is het weer zo'n dag dat je denkt van, oh, wat moet ik nou weer opnemen dan? Maar dat maakt niet uit. Je lijkt ook behoorlijk. Dit verschilt, hè. Je bent traag in Praag. Nou, ik ben snel in Frikandel. Daar gaan we weer, hoor. Kijk hem eens even gaan. Krompie, does it again. What a great performance. What a drive. I got new vleugels on the vuurkant. More downforce. For the bochtwork. Ah, it's good, man. Niet slim te gaan spookrijden. Nee, maar dat doet niemand, toch? Net eentje. Zeker niet. Maar ja, Mark zal dat wel weer doen. Nee, ik ga in deze keer niet spookrijden. Jawel, Mark, dat doe je wel eens. Nee. Jawel. Maar ik zorg al een beetje dat ze niet in kunnen halen. Dus een beetje achter je blijven. Hij staat op groen, ik ga door. Dat was leuk. Ik kon net niet meer remmen. Dat heb je gewoon als vrachtwagenchauffeur in het echt ook wel eens. Later, Mark. Hey! Wie rijdt daar de rood heen? Ik iedereen. Wat een balharen zijn jullie, zeg. Money. Onbegrijpelijk dit, hè. Niet geloven. Strontboer! Ja, voor jou ben ik aan het werk nu, hè. Strontboer, ik rie stront namelijk. Ik heb de city gelef weer, jongens. Dat is fantastisch. Strontboer, ja, super bedankt voor je 1 euro donatie. Yo, Chromo, je bent nu een sport aan het doen. Transport. Ja, inderdaad. Hey, ja. Ja, dames, we zijn aan het sporten nu. Dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Super bedankt voor je naad, Strompoer. Wacht maar. We zijn aan het sporten. Weet je al welke kleur je je baard gaat verven? Gaan we weer verven dan? Ik wil een keer mijn baard verven, ja, als we zoveel duizenden abonnees hebben weer. Oeh. Ja. 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 Nee, dat gaan we een keer doen dan, ja. Ik zou voor regenboog gaan. We gaan bij de 450.000 subs gaan we het gewoon doen. En dan wordt het mooi, weet je wel. Dan wordt het fantastisch. Maar ik moet hem toch nog eerst even laten groeien, zeg maar. En dan ook je wenkbrauwen? Nee, ik ga niet mijn wenkbrauwen doen. Dat gaat nergens over. Wie gaat nou in zijn wenkbrauwen lopen schilderen? Ja, wie gaat zijn baard lopen schilderen? Nou, mijn baard kan ik eraf halen. Dan ziet het er enigszins raar uit. Maar dan lijk ik jonger. En dat is nooit zo heel erg op mijn leeftijd. Maar... Je wenkbrauwen weghalen lijkt je net op een... Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar zo... Dat je iets niet hebt met je wenkbrauwen, zeg maar. Dat alle haar werken, dat ziet er niet gezond uit. Laten we het daarop houden. Octarine, hou je even zijn wenkbrauwen weg? Nee, Mark. Ik zou jouw tilbal eens even eraf te hakken met een appel. Nu maar een tikkie voor een paar hartstrips. Zou ik even je tilbal eraf trekken, Mark? Nee, doe maar niet. Oké. Nou, dan niet. Weet je, als je het niet wil, dan doe het niet. Moet er iemand nog tanken? Ik heb nog... We lopen een beetje achter. Oké, doe je! Ja, dan wisten we dat jij nog een beetje achterloopt, Mark. Ja, maar dat is niks nieuws. Nee.
Ik zei al laatst tegen je, er is tegenwoordig elektriciteit, hè? Maar Mark zit dan steeds met kaarsjes thuis, zo. Nee. Mark 300. Andere Mark. Klen, klen, gekke klen, klen, gekke klen, 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 gekke klen. Dankjewel voor die 1 euro donatie, jongens. Super bedankt. Yo, Chromo, hoe is hij? Ja, hij gaat lekker, hij gaat goed, hij gaat fantastisch. Wat zal ik opnemen voor de informatie op mijn channel? Even kijken hoor. Gay Simulator zou ik gaan doen. Is dat Gay Simulator 2? Gay Simulator 2 is nog niet uit, die komt. Oh, okay. Ja, maar Gay Simulator is echt wel wat voor jou, gekke Clan. Met DLC's? Ja, je kunt hem wel verlengen. Ja, jouw abonnement. Ik had nog een keer lumpia's. Hoe lang duurt het een videootje van 30 minuten te renderen op een 2080 kaart? Een uur. Bij mij. Maar ja. Maar ja, die gewoon een uur, weet je wel. Ja. Als je wenkbrauwen weghaalt, dan lijk je nog jonger, want dan lijk je op een baby. Oh ja! Googie Gaga! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Bah! Grote penis! Oh wacht, nee, dat zei ik nooit toen ik jong was. Toen was ik al één. Oké, we hebben het skabberkubberkubberkubber. Danny. Hey, rustig, Mr. Capman. Dunny. Yes. Ja, dat is zeg maar de dunne versie van Danny. Dunny. Dunny. Ja. Zullen we baby's met elkaar praten? Ja. Het lijkt me zo leuk om een vent van 33 gewoon dom te horen lullen. Dus. Zeg even. Ja, ta. Oh, jij bent een Chinese baby. Of hebben we nog over Zoomie geleerd? Wat ben je toch onaantrekkelijk, joh. Oh. Wie, Danny? Kromo? Ik denk dat jullie even wat langzaam moeten rijden. Hoezo? Omdat jij zo sloom erop bent? Ja, ik had de rode stoplichten tegen net, hè. Oh, die kwamen je tegen jou aan. Ik zal iets zachter rijden, ja? Oké, kontvlees? Kontvlees. Ik ga steeds harder, man. Ik ga 100 nu. Ja, je zit zeker in een afdaling, denk ik. Ja, jongen. Het is wel een achtbaan hier, hoor. Ja, okay, ik ga even remmen nu vol gas. Zo. Oh, dat is wel heel zacht. Iemand vraagt of je ooit geen pet op hebt gehad. Nee, ik ben geboren met een petje. Zeg maar hetzelfde als een bierflesje met een dopje, zeg maar, in het krat staat. Sta ik gewoon altijd met een petje. Dat hoort er gewoon nou eenmaal bij, jongens. Ik ben zeg maar net zoals Jean-Paul. Of hoe heet die vent met die pet? DJ Jean? Die heeft ook een petje voor zijn imago. Dat is imago, hè? Ja, dat is bij mij ook zo. Dat is gewoon mijn imago, jongens. Zoomie, welke M&M's vind jij het allerlekkerst, vraagt iemand. Met nootjes. Met nootjes? Met nootjes. Ja, welke is dat? Principe van de M&M's. Ja, dat zijn toch die gele? Ja, maar dat zijn toch gewoon de M&M's? Nee, je hebt toch ook die bruine? Nou, je hebt rood, blauw, bruin, geel. Je hebt alle kleuren, toch? Ja. Wel een nootje in. Mag ik alweer rijden, Mark? Bijna. Ik zit bijna bij je in de buurt. Ja, gatsidari, tragitol. Ik zie je nu op het scherm. Mooi, gasje. Oké, 1, 6, go. Daar gaan we weer hoor. Olé, welkom in de stream, man. Maar je moet betalen voor Eurotruck, ja. Ja, je moet betalen voor deze game. Dat is vaak zo met games. Ik zal het maar gewoon verklappen. Dat is gewoon, ja, dit is vaker met games dat je ervoor moet betalen. Het is heel stom. Maar het is echt waar. Ik ga even Tjalle inhalen hier ook. Met de vlam in de pijp rij ik langs René de Grijp. Die woont bij ons in de buurt. Ja, ik zag het ja. We hadden laatst hadden we even voor de lol. Thanks. Hadden we hem even opgewacht. En toen wilden we even zijn raampje intikken. Maar dat ging echt moeilijk hoor. Ik heb staan ram op de raam. Ja, iemand zegt dat ik racistisch. Hoe ben ik nou racistisch? Hoe kan Zoomie nou racistisch zijn? Ze is zelf een Aziat. Wij zijn racistisch, zij niet, hallo. Niet uit de context trekken, dit hoor jongens. Want dat dan lijkt het net toch echt zo. Maar hoe kan Zoomie nou racistisch zijn? Als zij zeggen, maar je zegt gele pinda die je bent. Dan heeft ze het over dezelf. Nee, er is een verschil tussen racistisch zijn en grappen maken, denk ik. Hoop ik. Anders ben ik de lul nu. Boeien. Ik ben heel lul. Racistisch dus. Nee, maar wij zijn juist heel respectvol. Wij hebben respect voor mieren. Want als hun een kilometer moeten lopen, zo, dat is het tering eind lopen van mier. Daar heb ik echt respect voor. Ook met al die pootjes. Ja, dat is makkelijk. Dan kun je gewoon elke keer, ik ben even moe, dan kun je op die andere poten lopen.
Wat voor vracht doe je? Waar rij je? Ik heb even niet op gelet. Welke knop moet ik ook weer indrukken dan? F6 geloof ik. F6, ja geloof ik. Ja, dat is waar. Gebruikt plastic! Wat? Ik ook. Money, 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 money voor de rugworst. En F5 ga je weer naar de kaart. Thanks. Ja. Dank je. Nou, wij hebben allemaal gebruikte condooms achterin liggen, jongens. Oh, rest er weer. Ja. Dus dat is wel romantisch, zullen we zeggen. Zo, dan gaat er een door het gras hier, oh. Ja, cute. Goeiedag, schotels. Nou, we hobbelen lekker door, dat maakt verder helemaal niet uit. Donnie! Hey, Donnie! Afslaan. Donnie en Danny en Dunny, het zijn allemaal dezelfde, maar net anders. Ouwe trekdop, hou je wel aan de snelheid, hè? Ja, ja, ja. Ik rij gewoon zo hard als ik in het echt ook zou rijden. Het is altijd even net iets harder dan normaal. Moet je remmen voor deze afslag? Nee, denk het ook niet. Gaat allemaal wel goed. Maar super bedankt voor je support, man. Dankjewel, dankjewel. I appreciate it. Thanks a lot. Gerald, nog steeds niet na een jaar of zo mijn naam kunnen uitspreken. Olle. Ik noem je gewoon altijd Olle Honderdrollen. Je weet hoe ik dat doe. We hebben Tjalle Hangballen en Olle Honderdrollen. Jullie zijn een setje. Ja. Moet je nou, hè? Krano Tech. Hey, pas op, hè, jochie. Of wat? Rustig aan, hè, jochie. Of wat? Is wat? Hey, rustig aan, hè, jochie. Moet je vouwfiets? Vouwfiets? Doe niet zo racistisch, man! Hoe kun je me nou een vouwfiets noemen? Ik heb zo'n dikke pens, ik kan amper 90 graden dubbel hangen, man! Moet je nou BMX? Ja, dat kan wel. Ja, stijve Ark. Jeroen Scheers, welkom hoor. Ark met kijkers. Nee, Ark doen we voorlopig nog niet, jongens. We houden het een beetje hierbij, dan komt alles goed. Want ze hebben weer te veel tegelijk. Chromo, is Monster een sponsor van jou? Soort van, ja. Zullen we het maar zo zeggen, ja. Dat komt helemaal goed. Soemi, wil je vragen, Chromo, wanneer hij het in 4K gaat uploaden? Nooit. Tenminste, zolang de computers het nog niet trekken, voorlopig niet. Nou, bij deze. Ja. Want dan moet je echt 3-4 videokaarten erin flikkeren om dat allemaal netjes willen opnemen. En als ik het wil gaan renderen, dan ben ik een jaar bezig. Dus dat wordt niks. En op je mobieltje, de meeste 80% kijkt het op mobiel of tablet. En dan heeft 4K niet eens nut. Nee. Dus, ik ga het niet doen, oké? Okay? Gewoon in 1080p, 60 fps. Ja man, je weet zelf, broer. PC, D, E, F, G. Ik moet wel zeggen, het bevalt me goed om naar Turkije te rijden, hoor. Okay. Het is wel een lange rit, maar oké. Okay. Het is een soort van vaderland, zo voelt het, waar we nu heen rijden. Waar zitten we dan nu? Slowakije? Oké. Okay. Oh, dan moet ik slower rijden, want dit gaat te snel, jongens. Druk op F3, dan wordt de route afgezet en kleiner. Ja, weet ik, maar dat ja, maakt niet echt heel veel uit. Het is dat dashboard, weet je wel. Het is nou niet echt dat we een groot verschil hebben. Maar we hebben wel brandweer. En die zou ik zo graag weer... Hallo? Brandweer! Hallo? Wie is dit nou weer? Dat is de stofzuiger. Hey brandweer, welkom bij de stream, ouwe varken! Hoe is het, jongen? De stofzuiger! Onze stufsucking... Hoe is het, ouwe tankspuit? Weet je wat we aan het doen zijn, brandweer? Nou, ik denk dat jij toevallig achter een hele grote muur zit. Money, 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 money voor de rugborst. Money, thanks. Nou, ik kan je wel vertellen, de schakelpook die ik zie is groot, maar het stuurtje is behoorlijk klein. Tenminste, in de verhouding, hè? Ja, en jij bent ook niet naar Hongarije. Oh, de Christen een paar van nee, mij. We gaan naar Turkije, dus dat heb je mis. Ja, je kunt wel gewoon mijn titel oplezen, maar mijn titel is gewoon pure clickbait, hè? Ja, dat is alles goed, toch? Ja, nee, maar we komen wel door Hongarije, dus we gaan wel naar Hongarije rijden. Hongarije. Ik weet niet of die map Chromo, let op je tank. Jongens. Die is pas een kwartje leeg, hè? Nou, ja. Even je mond houden, want ik maak je kapot, jongen. Volgens mij kunnen deze hele rit op één tank doen. Ja, ik ben nog bezig. Wel, we hebben Donnie gehad. Oh, wacht, we hebben gekke Glen hier ook nog. Die hadden nog eentje achteraan. Gay Simulator, lol, dat bestaat dat. Nou, dat zal vast wel bestaan. Ik heb wel eens gedaan dat je aan een schakelpook moest trekken als man zijnde in het spel. Die is overigens wel 18+. Die heb ik geüpload en... Dat was een rare ervaring. Maar ik denk niet dat het relevant is. Nou, gay is aardig relevant, is de gay pride. Zie je. Goeiedag, schotel. Daar heb je een publiek hoor. Daar is een publiek voor. Wil sowieso Minecraft opnemen en een random game, bijvoorbeeld de Forest Development coderen. En Development coderen. Ik zou Development coderen. Dan doe je iets unieks. Dat zou ik dan doen. Maar dat ben ik. Weet je wel. Ja, dat dus. Maar thank you very much for the donation. Iemand vraagt wat voor stuur je hebt. De G29. Ah, dankjewel geile Bami-worst voor de 3 euro donatie, hè.
Doe zelf een drinkje. Maar zo! Kom, ik wil zo vertanken, want mijn meter begint een beetje leeg te raken. Maar wacht even, ik moet even geile Bami-worst vertellen, jongens. Wat is de overeenkomst tussen een Ferrari en een... Ga je nemen? Wat is de... Ah, die weer. Wat is de overeenkomst tussen een Ferrari en een baby? Ik geef ze wat je een paar... Wat is de... Ik ook. Wat... Hoi, yo. Wat is de overeenkomst tussen een Ferrari en een baby? Het is even proppen, maar daarna schuurt het wel lekker. Ai. Laat brandweer het niet horen, want die probeert het. Leuke livestream. En ik hoop dat we nu nog een goede band met elkaar hebben. En bedankt. Past lekker goed een bij dit spel. Ja, nee, een vrachtwagenband, denk ik. Ja, op, dat mag ook wel, maar die geile Bram. Ik kan ook niet rijden. Hey, super bedankt, man. Dankjewel voor je support. En voor de fantastische mop, die echt heel kindvriendelijk is. Kwark de Kale Batsboer! Leuk dat brandweer's voorhoofd er weer bij is. Komen er nog andere gedag zeggen? Dat weet ik nooit. Dat weet je nooit, hè? Dat weten we dus nu. Dat weten we echt nooit. Het leven is als een aangebakken superbeat. Eerst even tanken, want mijn tank is bijna leeg. Ja, nee, er is hier nog geen tank. Dus... Nee, ik moest. Er was er eentje die klopt niet op en die beukt me zo de vanger op. Die komt nu achter jou aan, dus die is er voor mij. Die. Hij is ook als een idioot. Ik zie alleen Stefan. Ja, door het onval wat Challen net had, moest het langzamer. Brandwis voorhoofd, ga je meerijden of niet? Ja, alleen ik denk dat je dat gedeelte waar jullie heen gaan, dat heb ik niet. Hoezo heb je dat niet? Die maakt niet uit, we rijden ook weer terug zo. Dus dat komt altijd weer goed. Pas op, je wielen draaien! Shit, hij heeft nog gelijk ook, hè? Nou, dat ging best wel dit, bijna 800 liter. Oeh! Ja, maar... Jij bent grote schaap, hè, Challe? Dan kun je een hoop drinken, hè? Ja. Moet je ook iets meer geschoren worden dan, Challe? Nee. De game kost 20 euro. Maar alle uitbreidingen zijn ook nog weer 19 of 17 euro. 17 of zo. Het is echt een duur kakspel, dat is echt verschrikkelijk. Moet ik er tijdens de Steam sale kijken? Dan heeft hij ja, dan zou die goedkoper zijn, dat klopt ja. Wat vind je van Geert Wilders Chromo? Ik vind het zo'n mooi kapsel. Ik vind dat echt fantastisch. Ik ken hem niet, dus ik kan geen oordeel vellen over iemand die ik nog nooit heb gesproken in het echt. Wow. Ik ken hem niet, dus ja, vandaar. Oké, ik denk dat ik hier wel even moet remmen, want dit ziet er toch wel uit als een lichtelijk scherpe bocht, zullen we maar zeggen. Ik denk dat met 60 wel lukt. Ja, dat gaat goed. Oké, dat gaat ook goed. We voelen hem vanzelf wel glijden. Oh, ja hoor! Vol gas! Zoals ze dat vroeger deden! Wop, hop, 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 hop! Daar gaan we weer, jongens, met de vlam in de pijp. Roberto Stegeman, welkom. Mooie lampjes heeft hij aan. Rij even normaal, man. Nee, we rijden echt gewoon polgas, jongen. Er wordt veel gevraagd wanneer je weer Hunting Game gaat doen. Ja, vanzelf een keer. Ja. Je moet nooit vragen mij wanneer ik wat ga doen, jongens. Want ik doe toch waar we een beetje zin in hebben. Ja, is maar mij. Dan vind je het kapsel van Terry Baudet ook wel mooi, of niet? Nee, dat is niet mijn stijl. Nee. Nee, dat is niet mijn kapsel, nee. Chromo, ben je met Sumi? Ik ben met Sumi, Mark, Challe en Brandweers voorhoofd. En Danny? Nee. Nee. Danny niet. Die rijdt niet mee. Oh nee, Sumi rijdt ook niet mee. Laat maar. Maar die hoor je wel de hele tijd, zeg maar. Danny zit in een hoekje te chillen. Hey, in welke server zitten jullie? We zitten in 1. Op Instant Gaming is terug 8 euro. Oh, nou, kijk eens aan. Dat is top. Op links en door. Oh! Gaat goed. Niks aan de hand. Er zit gewoon een... Wie slingert er? Deze gast die deze weg heeft getekend. Die heeft ook geen vaste pols, hoor. Jeetje mine. Oh, eens check al die windmolens hier. Oh, wat is de lucht hier. Lekker, jongens. Oh, heerlijk. Oh, top. Wil ik je snowrunnen doen? Ja, we doen van alles met het stuurtje de aankomende tijden, jongens. Komt helemaal goed, oké? Okay? Alleen niet zeggen waar we zitten, Brandt, hoor, anders. Nee, dat vinden we niet leuk. La 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 la. Je hebt dit deel toch niet, dus het heeft ook geen nut om nog naar ons toe te rijden, zullen we zeggen. Dit is volgens mij... Ja, hij heeft tot Rusland, dus. Rustig!
Nee, ik ben geen koppel met Chroma. Dan wordt Danny hier. Nee, Danny is een koppel met Danny. Nou ja, ook met Danny. Tenminste, je moet even de koppeling snappen. Hij houdt wel van zichzelf, hoor. Danny voor Rookworst. Danny. Thanks. Dank je. Nog eentje. Oké, Arjen, dankjewel voor jullie donatie. Allereerst natuurlijk. En daar komt hij, hoor. Er is er een. Dat is weer een hele moeilijke grap, dit. Raadsel. Een man wordt vermoord in zijn kantoor. De verdachte vier zijn Gerry, Jason, Julia en Sophie. Nummer 4, 6, 9, 10 en 11 staan met bloed op de kalender geschreven. Wie is de moordenaar? Welke nummers? 4, 6, 9, 10 en 11. 5. Wie is de moordenaar 5? 5, Mr. 5. Jackson 5. Ik heb geen idee. Ik weet niet, maar Gerry. Gerry, Jason, Julia en Sophie. Ben ik zo dom als een rookworst? Of is de rookworst dommer dan ik ben? Ik heb het weer niet gehoord. Ja, het is er niet te geloven, Zoomie. Heb jij je ogen dicht als ik praat of zo? Ja, ik probeer de chat ook een beetje bezig te houden. Oké, daar komt hij. Een man wordt vermoord in zijn kantoor. Er zijn vier verdachten. Gerry, Jason, Julia en Sophie. De nummer 4, 6, 9, 10 en 11 staan met bloed op de kalender geschreven. Wie is de moordenaar? En wat is de 4 in het alfabet? Of dat is de D? Begint er een naam met een D? Nee. Ik denk hier... Dirk Scheringa van de Dirk Scheringa Bank. Ja, is toch iets? Ja, maar dan kan ik hem toch nog wel verdenken als de verdachte. Ja. Ik denk Dirk Scheringa, Arjen. Ja, ik weet het anders ook niet. Dat moet het zijn. Ja. Oh, check al die dikke pup daar met rooktruut. Zo! Vet mooi, hé. Ja, ik loop heel wat achter. Ja, nou ja, ik nog met Mark. Ja, maar je moet ook niet gaan lopen, Mark. Je moet gaan rijden. Ja, als er telkens mensen voor me crashen. Ja, maar gast, je moet niet... Kijk, ik wil niet het geloof erbij halen, maar als ik Budapest... Dan gaat hij ook niet heel ver achter mij rijden. Oh god. Mark, we zijn overigens bijna in Budapest. Ja, dat begrijp ik wel. Ben je al tot Boeddha bekeerd? Ik ben er niet tot Boeddha bekeerd. Dan zou je goed de pest in hebben. Wat dan? Hoe zou je daar de pest in hebben? Nee, Boeddha goed de pest. Boeddha goed de pest erin, dit is niet te geloven dit. Oh, hoe is het met de Sebade van Born? Hij wil hem verkopen. Dus als mensen een bot willen doen, twee frikandellen en een stukje schaamhaar... Hij verkoopt. Ja, hij wil een zuinige auto. Een Golf R. Ja, dat is een stuk zuiniger. een Volkswagen. Mark Bender in de beschrijving, maar dat maakt allemaal niet uit. Ja, dus maar niet dat heb ik hem al 6 keer verteld. Ja, je moet even opletten, Mark. Balhaar. De andere Mark hoor, Balhaar Mark. De Balhaar. Ja, tuurlijk. Nee, dat anders, Stefke. Anders is het Kwark. Kwark, de kale basboer. En Boomy. En opa Badmuts. Waarom speel je met Jurassic? Die tijd was lachen. Tijden gaan voorbij, jongens. Tijden veranderen, oké? Okay? En ik zal vast ooit nog wel weer een keer met Jan spelen. Boeddha niet pesten, hè? Anders wordt hij boos. Ja, dat is waar. Sorry. Ben je boos? Pluk een roos. Zet hem op je hoed. Ben je morgen weer goed. Mijn vader zei ook altijd, tussen twee bergen bromde een beer. Keek achterom en ik zag hem niet meer. Iemand zegt Jason is de moordenaar. Maar waarom dan, Arjan? Jason de Rulo! Nee? Jelle. Ja? Als je de dingen verzet hebt. Ik heb een zo'n hele rare resolutie in één keer. Ja? Ik heb instellingen. Ja. 1080p. Snap je een brandweer? Voel je voorhoofd even. Escape opties en dan staat er. Woehoe! Gaat allemaal weer net goed. La 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 la. Hi! Oh, er komt nog iemand aan. Oké, als het goed is kan ik hier gewoon heen. Ja. Check ook die stoet achter ons. Ik ben wel blij dat iedereen netjes gewoon erachter rijdt. En niet elkaar van de wegen afbeukt. Dus bedankt voor boys. Wel, iedereen die meerijdt. Ricardo Neeskens! Wat zei je, Mark? Ik heb er maar eentje bij me rijden momenteel. Oké, ja, ik zal even wachten zo meteen op jou, ja?
Weet je, zo ja, ben ik dan ook wel weer. Stappen twee vlooien uit de BIOS? Vraagt er een. Een die vraagt. Gaan we lopen? Nee, zegt die andere. We pakken wel de hond. Ik zie de hele bende al van alleen de. Er liggen twee vlooien die gaan naar de BIOS. Oh man, maar sinds wanneer gaat er een hond naar een BIOS? Blinde geluidhond. Oh ja, Mark gaat er wel eens naar de BIOS natuurlijk. Turfhond. Bloedhond. Een bloedhond, Mark. Mark, ben jij een bloedhond? Nee, nee, nee. Heb jij wel een bloedworst? Ik heb een snorhaar in mijn neus en het jeukt. Nee. Oké, ik zie hier een pair care plates, dus dan ga ik zo meteen even stoppen voor Mark. Maar dan komt helemaal goed. Maries, Ricardo, super bedankt voor je donatie, man. Thank you very much. Ik krijg pas echt bericht trucken. Dat je live bent. Ja, maar ja, dat is vaak zo met die gasten. YouTube is een beetje broken. Ja, YouTube is... Die wil altijd niet te veel spekken, zullen we maar zeggen. Die denken van, nou laten we niet te gevaarlijk doen met dat soort momenten in het leven. Chromo. Wie zegt Chromo? Chromo. Ah, Stefan! Doen ze toch meestal bij DTG? Zit ze de Chromotech? Chromo. Ja, ze zitten mijn naam altijd verkeerd. Ik ben altijd boos. Een chrome brombeer. Clarico, Tim, Balhaar, daar ben ik weer. Maar is de grommel van de grommel? Chromo, in instellingen kun je de snelheidsbegrenzer ophogen. Oh, hierdoor kun je harder dan 90. Nee, dat kan niet, heb ik sterk. Lieve man, ik heb al 10 miljard duizend triljoen keer gezegd. Je kunt de begrenzer niet omhoog doen, want die is er al af. En ik kan niet harder dan dat de server toelaat. Snap je hem? Groetjes, groetjes mij. Hey Chromo, grote vriend, hoe is het met Ronaldo zonder geld? Hoe noem je Ronaldo zonder geld? Renault Saldo. God. Je kan er rijden. Nee, wat ik ben aan het tanken. La 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 la. Papa. Teun teun. Boppie, roppie, kroppie, kroppie, krop, sla. Mark Bent heeft hem gevonden hoor. Hij heeft hem gevonden. Super bedankt voor je donatie, man. Sorry, maat. Heb het gevonden, hoor. Kijk eens even aan. Holy crap, is hier druk. Het is hier wel gezellig druk, zullen we zeggen. Oké, ik ga hier overbij. Kalle. Ja. Ah! Riding through the Nee, we zijn net... Ik moest wel eens even kijken waar ik dacht dat we door elkaar heen konden rijden, sorry. Maar dat kon duidelijk niet. Dat was een foutje van een kaboutertje. Mark Bender, super bedankt voor je support. Dankjewel voor je donatie. En, thank you very much, man. Thank you very much. Gerald Half nog niet. Colin Doorland, welkom. Welkom. Welkom bij de stream, bro. Welkom bij de stream. Doe even een hartje in de chat voor Mark. We zijn bij Budapest. En voor Mark Bender. Ja, ik heb allebei. Tot, de grens tot Lublin, hè. Door Lublin? Lublin. Wat is Lublin? Lublin. Brandweer, waar woon jij? Zit jij in Azië ergens? Lublin. Asian Trucker. Ik zie heel Lublin helemaal niet. Het schijnt ook dat de vrachtwagens in Azië veel kleiner zijn, hè? Ja, nee, dus wij gaan nu naar Turkije toe, dus. Weet je wat ze ook in Azië bijna niet verkopen, Zoomy? Nou, vertel het eens. Een steltang. Tenminste, dat lijkt mij, hoor. Dat is gewoon mijn eigen gedachte eigenlijk, een klein beetje. Omdat we allemaal stelhaar hebben? Ja, ik zou niet een steltangbedrijf beginnen daar, zeg maar. Een winkel die steltangen verkoopt. Ja, overdraait. Ja, of je doet tangen verkopen voor de loodgieter in stel. Dat zou kunnen, maar dat is dan weer net wat anders natuurlijk. Ja, maar misschien komen wel oude tangen, hè? Ja, oude tangen. Daar hebben we gaan het niet over Zoomies verjaardag weer hebben. Tjallan, zo lullig meteen weer. Koppig hebben Aziatisch. Ja, maar dat is toch niet leuk om weer meteen Zoomies over oude tang te gaan hebben? Ik bedoel, kijk, ze wordt wat ouder, maar een oude tang... Een oude tang vind ik dan wel weer erg... Hebben er geen iemand nou op de tang zitten jagen? Hey, dan slaan ze tang op een varken. We moeten even normaal doen nou, hè? En dan willen we niet zeggen dat jij een varken bent, hoor, Zoomie! Ik ga even popcorn halen voor dit gevecht, jongens. Oké, is goed. Dan stoppen we ermee. Pannenkoek 12, dankjewel voor je donatie. Super bedankt! Ik zal even mijn knipperlichtje aanzetten en gaan netjes naar rechts gaan. Ik hoop dat dat kan. Ja, ik rij voor je. Ja, dat kan. Pannenkoek 12, super bedankt, man. Goedenavond, Chromo. Goedenavond, Pannenkoek. Welkom bij de stream. Leuk dat je er weer bent. Leuk dat je bent. En super bedankt voor je support natuurlijk. Dat allereerst even. Thank you very much. Appreciate it voor iedereen. Een drol naast de wc is een drukfout. Ja, dat zeiden ze over Danny ook. Even kijken.
Oh, ik dacht dat jij er niet was, Zoomie. Wat is dit nou weer? Dat was eerder ook. Hey, ik hoor een Belg. Hybrid, ja, heb jij nog een nieuwtje? Ik heb een... Ah, kak! La 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 la. Nieuwtje. Ja, het is weer tijd voor een nieuwtje. Hybrid. Ja? Vertel dat nieuwtje maar eens even, jongen. Lekker wijf. Oké, dus ik heb hier een student van 19 jaar. Ja. Die vindt 125.000 euro naast de geldautomaat in New Mexico. Holy shit, dat is knetterchill. En het ergste is, hij belt direct de politie. Waarom? Waarom? Om het netjes, om de bankbiljetten netjes over te handigen aan de politie. Wat een nette gozer, dat had ik ook niet gedaan hoor jongens, dus dat even tezijde. Ja, je weet het niet, hetzelfde geld is het van een of andere grote drugsbaron, weet je wel. En die komen het wel weer halen en dat doen ze vaak niet op een hele lieve manier, dat ze aanbellen. Ting dong! Hallo meneer, ja, nee. Ja, u had 125.000 euro van ons gevonden. Wij zouden dat eventueel terug willen innen. Ja, kijk, als u het ermee eens bent hoor, als u zegt van nou liever niet, dan doen we het niet. Kijk eens hier beneden. Holy shit, dat is een erge opstopping, zeg maar. Keutelkees in de endeldarm. Dat gaat niet goed, maar ik vind het een prachtig nieuwtje, de hybrid. Waarom? Je hebt die nieuwtjes ook gewoon klaar liggen ook. Ja, zeker. Het is er niet te geloven, die jongen die gaat ermee naar bed en die staat ermee op, hè. Maar ja, dat is hij wel gewend hoor, met van die mannelijke nieuwtjes naar bed te gaan. Hè? Oh. Ik moet even hem inhalen. Ja, is goed. Kijk, met een vlammende pijp rijk achter Mark aan en zijn strijkbouten. Oké, dit zijn altijd spannende momenten. Je hebt ook een stuk snelweg. Ik weet niet of mensen dat weten. Maar dat is ergens bij Lelystad iets voorbij. Daar hebben ze de weg ook afgezet. En er wordt een snelweg, dus super smal. En dat is ook niet lekker om daar langs van achterrijden! Je bent ook een lompje hoopje niet. Aan de kant. Alfred. Ja, dat mag jij denken, maar ik ben juist veel slimmer. Jij wel. Soort van. Hallo. Ja. Ja, ik hoor nou in de omgeving van Wasje en al. Ja, dat is goed. Dat vind ik gezellig dan weer. Nee, maar dat vind ik echt oprecht gewoon leuk. En dan stonden ze weer... Thomas, wij hebben groen. Ik er niet. Dus pas op. Ik heb geen groen. Ja, wij rijden al. Oké, doei. Oh, nieuwe stoplichten. Vet cool. Hey, Hybrid. Ja? Ik vond het gisteren trouwens wel mooi dat ik jou vroeg om een recept en dat jij mij echt een recept gaf van kip. Oh ja. Een beetje... Ja, dat was mijn pa. Ik zei, hey, geef even een goede receptje en hij zei, ja, deze. Ik dacht, wat was het recept? Ik wil hem weten. Ja, ik vroeg een recept wat pittig was, maar geen curry. Ah. En toen kreeg ik van Hybrid's pa een recept doorgestuurd, maar het ging dus, was een recept met kip. Dus ja. Ik dacht, nou, Hybrid. Maar wacht even, Hybrid, zijn dat je eigen kippen waar we het over hebben hier ook? Het zijn absoluut niet mijn eigen kippen. Eet je wel eens je eigen kip op? Nee, nooit aan gedacht, nee. Ik zou wel veganist willen zijn die zich nooit aan de regels houdt. Dat lijkt me echt fucking grappig. Yeah. Weet je, gewoon elke dag vlees eten en dan zeggen, ik ben veganist. YOLO! Varken! Ja, ik zit nu in een test. Maar dat is toch geweldig? Dat is toch geweldig, of niet? Ja, zullen wij veganist worden die alle regels aan de laars lappen? Ja. Ik stem voor. Dat lijkt mij zo mooi dat je gewoon tegen iedereen zegt, ik ben veganist. Maar ik eet wel kip. En ik ga nu melk drinken. Ja, maar dat heeft toch niks met veganist te maken? Jawel. Jawel, veganist. Een vegetariër eet geen vlees. Een veganist eet ook geen melkproducten. Ah ja, dat is echt helemaal niks te maken. Ja, dat zijn helemaal van die rare wappie gasten. Oh, moet niet te hard roepen. Misschien hebben we veganisten in de kerk. In de kerk, in de stream, in de kerk. Maakt niet uit, zeepot. Hier. Welkom in de kerk, dames en heren. Voor alle veganisten, wij staan achter jullie. We vinden het fijn dat jullie dat doen. Zodat wij wat meer kippetjes kunnen eten. Dat vind ik top. Ja, dat ik vandaan, heerlijk. Ik ben daar zo blij mee. Anders zou alle kippen weer op zijn. Ik heb vandaag trouwens 12 schnitzels gekocht. Yo. Denk, zeg het maar even. Hey, weet je trouwens wat nog een extremere vorm is van veganist? Nou, vertel. Een fruitariër, kent je dat? Ja, dan wil je gewoon dood of zo, toch? Dat zijn gewoon mensen met zelfmoordneigingen. Mensen met zelfmoordneigingen. Ja, die fruitariër die eten dus ook alleen maar groenten en fruit. Als het bijvoorbeeld een appel, die plukken dat niet van de boom, die wachten tot die appel gevallen is. Die wachten tot de appel van de boom valt? Ja, want ze denken dat je die appel van die boom aftrekt, dat je die boom dan pijn doet en zo. Dat is de extreemste versie. Ah, oké. Die denken dat de boom allemaal pijn heeft.
Ja, dus ze willen geen... Hetzelfde als ik haargroei heb en dan wacht ik tot het uitvalt. In mijn geval is dat aardig vroeg, maar in sommige gevallen niet. En dan kun je dus nooit je haar scheren, want ze denken dat het pijn doet aan mijn hoofd. Ja, inderdaad. Ja, ja, die mensen die hebben mensen in de grond zitten misschien. Roy Meijer, dankjewel voor de 1 euro donatie. Super bedankt. Heb je al gevraagd... Oh, wacht even. Heb je al gevraagd wanneer Chinezen blowen of dat ze blind worden? En ik zeg altijd... Speak English very well. Ah! Ja. En dat ging je op zijn kant. Lig je op je kant? Denk ik. Gaat er echt één keer geschaard? Gaat er echt gewoon een halve... Wel, I speak English very well, but not so snel. Maar dat komt nog wel. I always say the same dingen bijna. I have a little problem, jongens. Ik heb een zetje nodig, Tjalle. Ik sta achteraan, dus. Ja, ik heb een zetje nodig. Truc Renel, beuken. Ik heb een tikkie takkie tokkie nodig en dan gaat het weer goed met me. Die heen. Oh nee, hij weer. Die zit dan even in de chat. Ja, nee, nee. Dat horen ze binnen 5 seconden zelf ook. Eén tikkie en dan kan ik weer gaan, zullen we maar zeggen. Ja, ik had er even... Oh, wacht, ik ga naar voren langzaam. Met de pijp in de vlam rijd ik door naar Amsterdam. Ik heb een vangrail gevangen, heb een koeien longen. Ja, ja, hij gaat los. Daar komt hij. Ja, nog één tikkie. Bijna. Hij gaat bijna, jongens. Ik heb er zoveel vertrouwen in, jongens. Dat wil je niet weten. Hé, en als je nou gewoon je trailer loskomt? Nee, 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 dat durf ik niet. Want dan kan ik mijn trailer nooit pakken. Gewoon linksom. Nou, hij gaat vanzelf los. Hij gaat vanzelf los. Dat komt helemaal goed. Is er nog geen beweging? Ja! Ja. Ik ben weer los hoor, Harry! Zo doen ze dat in het echt ook altijd, hè? Moet ik het bot op je camera krassen? Nou, dan gaan we even een beetje draaien zo. Ik heb geen schade, dus dat is perfect. Nou, dan gaan we weer hoor, jongens. Niks aan de hand. Kleine opstopping heb je toch soms. Oh, dat was weer net goed, hè? Nou, dat ging allemaal weer precies zoals het hoort te gaan. Met de lange banaan. Ik bedoel, zo zie je maar weer dat we echt skills hebben, jongens. Teamwork makes the dream work. Ik rij dingen. Echt, ik heb hier een paar mafketens voor me, jongen. Ja, ik klopt. Je rijdt voor mij. Nee, ik rijd maar ik rijd het langzamer. Maar Hybrid. Yo. Doet bij jou al dat spel het? Dat spel? Nee, dat doet het niet. Ik heb alles opnieuw geïnstalleerd en zo, oh, samen met Charles. Waarschijnlijk heb jij een update. Oh, daar is Jesus geband. Jongens, douane. Geband? Ja, geband voor een week. Oh. Een week? Maar het sluit steeds af, het is niet dat hij zegt van een melding of zo. Nee, jij bent niet geband, maar er is er net eentje die werd geband. Dus. Oh, hybrid, dacht jij, Tjolle? Hybrid 22 high. Ja, sowieso. Maar ik heb al keilang ETS niet meer gespeeld, waarom zou ik geband zijn? Nee, je ben jij niet, dat is iemand anders die werd geband. Oh. Oprijden tot de slagboom? Je wordt pas geband als je een natte vent bent. Ik ben een beetje vast. Kan ik gewoon vol gas door die slagboom heen? Nee, dan ga ik even remmen! Dan ga ik even remmen. Markie, kwakkie. Mama, Markie. Nou, dit gaat ons makkelijk af, hè, Mark? Mij wel. Oh ja, jij bent weer cool. Ja, even mijn documenten controleren. Ja, een hele goede dag. Mijn naam is Jaapie Willemsen. En ja, oké. Okay. Je moet voor inspectie naar het weegpunt, dus je moet over dat weegpunt. Oh, echt serieus? Dit? Dit ding? Ja, daar verderop. Gadverdarrie. Ik vind het altijd zo lullig als ik mezelf moet laten wegen, hè. Ja, het is iets verderop. Nou, ik ga hier even overheen. Dat vind ik ook leuk. Nou, heb ik dit ook een keer gedaan in mijn leven? Ik denk, hier moet je wegen, maar toch weer niet. Nee, ik zag die Jess, die zat ook wat 2 keer voorbij te beuken en al. Oh, er staan hier allemaal mannen met zwevende kisten! Holy shit! Wat tegenwoordig de politie wel niet kan, hè. Dat zijn zulke handige gasten allemaal. Heb jij misschien die vrachtwagen deels hier niet? Hij is aan het golfen of zo. Oké, waar moet ik heen? Daar de hoek om, waar je nu naartoe rijdt. Okay, dan moet je over die weegschaal. Over de weegschaal. Vol gas? Nee, langzaam. Heb je al last van tunnelvisie? Ik, nou, inderdaad. Moet ik gewoon hier even stilstaan bij het stoplicht? Nee, iets doorrijden, tot die gele streep. Hij is groen. Oké. Ik heb nog wel goede nieuwtjes. U bent 24 ton. Zo, veel plastic mee. Nou, je hebt een goed nieuwtje. Gooi hem er maar eens even in dan. Ja.
Dus bij de McDonald's. Ja. Een man trekt een pistool nadat hij geen McMuffin krijgt. Hij krijgt geen McMuffin en dan gaat hij pistool erbij pakken. Ja, dan groot gelijk. Dat is wel logisch. Geef mij mijn McMuffin. Ik wil een muffin en anders schiet ik gewoon je kop eraf. Zo gaat dat, hè? Maar Ruik! Ik heb nog eentje. Je bent dik. Wat daar? Ja, je bent dik gezellig. Je hebt er nog eentje, Hybrid. Nou, vertel maar. Ja. Dus de paus die geeft toe dat hij soms in slaap valt tijdens het bidden. Ja, maar het is ook wel, hun doen ook echt zeg maar, hun bidden gewoon 2 uur lang, hè? Dat gaat nergens over. Ik weet niet hoe lang ze bidden. Ja, 2 uur bidden voor het slapen gaan, dat gaat nergens over. Die vallen gewoon volgens mij thuis, gewoon sowieso in slaap thuis bidden. Ja. Kom je op Patreon! Kom maar 90. Yo, Chromo, dikzak, zo zwaar man. Ja, ik ben 24 ton, dat is niet te geloven. Ik ga even achter Mark rijden. Mark, ik rij echt tegen je aan bijna. Dus niet remmen. Oké, dus niet remmen. Ja, ik stap cruise control. Ik hoop dat ik geen legspike krijg. Oh ja, dat is wel gevaarlijk, want ik rij echt 1,5 meter achter je. Ja, zie ik. Hey, gewoon de leur op doen. Nou, weet je wat, ik ga wel eventjes zo doen. Mark, druk eens 1 keer op de handrem. Nee, doe ik niet, want dan zit je. Ja, ik zit al, hè. Ho even. Hey Mark, doe dan de leur op. Nee, nu pak je. Ja, een lurp. Dat snapt iedereen, brandweer. Ja, weet je wat doe de 43. Doe de 43. Nee, de lurp is, dat kun jij voor de kijkers misschien wel doen. Dat is heel leuk. Heb je leuke opstoppingen, leuke crashes? Nee, dat doe ik pas als ik mijn vracht heb geleverd. Maar het is gewoon een handrem erop gooien, toch? Dat is gewoon vol gas, handrem erop, stuur omgooien. Woe! Ja, nee, moet je ook een bijna. Ik heb het nu gedaan, brandweer. Ik ben door de map heen geglitcht. Ik val nu naar beneden. Ben? Ik ben nu in Instabul. Nice, Sine. Gromtek. Wie noemt mij nou weer Gromtek? Wat is dit? En Sumi vindt het weer grappig ook. Wat is hier nou weer grappig aan Gromtek? Ik ben allemaal met jou. Ai, ai, ai. Gromtek. Money, 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 money voor de Rumborstek. Money. Mark Groothuis, 300, zei ik daarnet ook al. Iets met Kevin, ja, dankjewel voor de 300 donatie. Met eerst letter met G. Ja, Gark. 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 Gark, ga ze naar komen man, Gark. Kan ik niet. Goemi. Genny. Ik op de rechterbaan. Galle. Hybrid. Galle. Gjalle. Zeg maar Gromtek. Gjalle. Chromotek. Ja, maar ze noemen ze me altijd al wel. Thomas, dankjewel voor de 300 donatie, jongen. Super bedankt. Zeg yo, Chromo. Yo, Thomas. De stoomlocomotief. Yo, what's up? Ik ben Gerrit de Strucador. Ja, ja. Ik ben trucador. Oh ja, sorry. Mooi beroep hoor. Een beetje de glad wegtrekken. De glad wegtrekken. Dat doe ik. Iets met Kevin? Dankjewel voor de donatie. Yo, Chromo. Ik heb morgen mijn eerste rijles. Dankjewel dat je het zegt. Ik zal binnen blijven. Goeiedag, hè. Zijn eerste rijles is niet gelopen. Heb je nog tips voor mij? Heb ik nog rijles tips? Ja. Je moet gewoon lekker cruisen of zo. Weet je wel? Dat deed ik tenminste altijd. Een beetje lullen, een beetje cruisen. Maar ja, je moet toch eerst even inkomen met schakelen, want je gaat heel veel nadenken over alles. Maar je moet gewoon altijd... Wat ik altijd deed is gewoon link binnen buitenspiegel, weet ik van wat ik deed. Ik deed in ieder geval iets wat hij goed vond. En dan gaat het vaak wel goed. Gewoon goed in die spiegels kijken. Niet kijken in de spiegels omdat het moet. Omdat hij zegt je moet zo kijken. En gewoon even in de spiegel kijken of er niks aankomt. Net zoals ik dat hier ook doe. En even daar in de spiegel kijken of er niks aankomt. Ik zou achter me gaan, want ik moet invoeren. Kan je proberen, maar dan weet ik zeker dat je het al heel lang over gaat doen. Ja, maar dat moet je dus gewoon doen. Dat is een tip. Ik heb wel een tip voor jullie en dat is blijf allemaal binnen morgen. Nou, ik was dat dus al van plan. Maar bedankt voor de tip. Want er komt een gevaar op de weg bij. Ja, dat is één ding wat zeker is, ja. Kevin, ik wens je heel veel succes met je eerste rijles. Doe gewoon lekker relaxed. Doe wat die gast zegt. Steek af en toe je middelvinger op naar mensen, hè. Want dat is gewoon lachen. Weet je al dat je gewoon in zo'n rijinstructeurauto zit en dan een beetje zo zit. Dat is gewoon lachen. Dat deed ik ook altijd nooit. Ja. En de beste is een schakelbak, anders moet je 5 keer lang automaat rijden. Ja, maar dat is logisch. Iedereen gaat met schakelbak. Nee hoor. Kun je weer een keer logeren als het mag? Ja, maar ik mag het land niet uit, hè. Oh. Nou, wees blij alsjeblieft, laat die kut bellen thuis, man. We krijgen het volgende keer. Hey, Hybrid. Nee, ik mis je ook al, Hybrid. Hey, Hybrid is klein genoeg om... Ik ga op reis en ik neem mee. Kom. Wat? Oh, ik pas in de koffer bedoel je? Ja, gewoon zo. Zo klein ben ik ook niet hoor. Oh. Ik ga op reis en neem mee een paar Belgische bonbons, een pot bier.
En een mondkapje. Nee, die ga ik nooit dragen, dat vind ik niks. Nou, Hybrid, we kunnen jou ik ben verplicht om mondkapjes te dragen op school. Echt? Ja. Deze, de 15e, gaan we. En wat als je het niet doet? Voor ons. En we zijn verplicht om mondmaskers te dragen. Maar wat als je het niet doet? Ja, dan worden we misschien waarschijnlijk naar huis gestuurd. Ja, is dat chill? Ik bedoel, je hebt pas een paar maanden vakantie, dan kan er nog een paar bijplakken. Ja. Weet je wat ik wel een beetje krom vind? Dat in één keer in Spanje ook alles open gaat en Frankrijk. Ja, daar gaat ook alles al open. Ja, hoe kan dat opeens? Hebben ze de regeltjes en het geld overgemaakt of zo in Nederland? Geen idee. Ja, we moeten eerst geld hebben, jongens, dan pas kunnen we open. Oké, we hebben het geld van Europa, we gaan weer open. In Spanje kun je op een terras zitten. Ja, tjalla. Gaat nergens over. Heb je trouwens al gehoord van een Belgisch pakket? Die hebben een inval gedaan, hè? Wat hebben die gedaan? Inval bij een chocolaterie. En wat was er bij? Hoe durven ze? Nou, ze hadden vermoeden dat er bomboms werden gemaakt. Oh, dat was het toch wel. Oh, tjalla. Hoe doe je nou weer mee? Hè, ik dacht dat ik een leuk leven had, maar nu zie ik het ook niet meer zitten. Ik denk dat ik maar dat fruitariër word. Jeetje, meneer man, wat een zaadband is dit, zeg. Linkse een tokkie. Bonbon. Ja. Linkse tokkie, hallo, doe even een maaltje, alle. Oké, heb ik een goeie. Wat blaast een Belgische terrorist op? Een bonbons? Hé, een luchtbed. Jongen. Wat heeft dat met België te maken? Iedereen kan toch een luchtbed op? Ja, maar, ik heb iets opgeblazen. Ja, allee, ik heb wat opgeblazen, hè! Oh, dan kreeg je een voetje achter u aan, hè! Ja, maar, dat kan ik toch ook van Nederlanders zeggen? België woont in geel. Belgen zijn echt heel cool. Goede gasten. Leuke mensen. Vertel maar iets over Nederland. Wat moet ik over Nederland nu? Nou, je kunt het over die debiele Brabanders hebben met het zachte geentje. Goh, dat zijn ook een stel verrekte Mongols, eerste klas, hè? Heb je dat dan meteen? Ja joh, die gasten verspreiden die coronaziektes in Nederland en alles. Die hebben alles verpest voor mij. Ik kan er niet meer naar de kroeg. Omdat hun bij Lombardije moesten zijn. Een potje skiën. Ah, verschrikkelijk man. Ja, als jij gaat skiën, kom je terug met de bottenvlucht. Ik ga nooit skiën. Dat heb ik nooit gedaan. Moet ook wel, want jij gaat geiten met de bottenvlucht terug. Ik ben BMX'er, ik heb meer balans dan wat dan ook. Hij kan altijd een Hij is een grapje hoor, ik vind alle Brabanders heel cool. Dank je. Ik vind alle Brabanders heel cool. Met de BMX waarschijnlijk zal de chat nu wel ontploffen met alle Brabanders. Hey joh, lul, hey. Kut. Hey, maar Zoomy, ik zal wel eens langskomen als grenzen erop mogen. Hey, wat moet jij met zo'n jong ventje in je huis? What the fuck is dit? Ik ga de politie bellen. Danny, dit kan toch niet? Ja, hij komt van mij hè. Alles komt van jou uit. Ja, ik wist dus wel dat hij met een tikkeltje game was. Ah, kun je eens met Jonker klappen? Ja. Dennis, een tikkeltje. Hey, dit is mooi, dit is. Tompie. Dankjewel voor de donatie. Jouw GTA-video's zijn heel leuk. Dat is goed om te horen. En ik heb er maar 2000 van. Dus je bent ook zo uitgekeken. Stompje? Tompie. Niet Stompie. Koos Stompé is dit trouwens. Koos Stompé. Oh, over Stompie. Jongens, iedereen stil zijn. Aap zat in de. Er staat een aap in de rechtse AFK. Dat is niet te geloven. Wat zit hij nou aan het doen, man? Kan iemand hem slepen? Dan kunnen we hem uitschelden. Oh, hij gaat snel weer weg. Oh, wat een kutlul. Oh. Ja, alle Brabanders zijn boos op mij nu, jongens. Oh, nee, hè. Oh, nee, toch. Ik woon ook in geel. Nou, er is nog iemand uit geel. Huh? Wat had jij wat tegen Brabanders, hè? Ik had helemaal niks tegen Brabanders, jongen. Frek, kut. Denk jij er zelf, jongen? Jot, ik heb wat tegen Brabanders. Ik heb niks tegen Brabanders, Jot. Jongen, ik heb tegen niemand wat, eerlijk gezegd. Ja, ik heb wel wat tegen eierkoeken. Ik weet niet, eierkoeken vind ik dus niet zo leuk, hè? Oh, dus zo eierballen? Eierballen vind ik niet erg, dat is lekker mannelijk. Money. Maar je hebt die moederkoek en de eierkoek en nee, gewoon niet niet mijn ding, de eierstokkoek. En Anonymous, dankjewel voor de 1 euro donation, my friend. Thank you very much. Wow, overdrijvingsvlak hier, oh. Overdrijvingsvlak. Wanneer heb je voor het laatst gemerkt dat je adem haalt? Let nu op. Jongens, allemaal niet zo schelden in de chat over kut Brabanders en zo, dat is niet zo lief. Nee, doe helemaal gewoon zeggen lieve Brabanders, lieve Flevolanders, lieve... Appie! Klote aap! Vieze, smerige Zuid-Hollander! Hey, waar komt de apenheul? Ja, niet zo schelden in de chat, jongens. Dat is niet goed. Hey, kut aap, hoe is het?
Ja, goed, met jou dan. Ja, moet je schel mij ook even. Ja, dankjewel. Ja, gaat lekker, man. Ja, Gerard, bedankt. Dan ben ik straks weer iedereen zijn bericht aan het verwijderen, omdat jij weer aanspoort tot schelden. Nee, je mag niet schelden, jongens! Hey, klote aap, hoe is het verder? Heb je nog wat meegemaakt? Ja, niet veel meer. Oh! Het is weer fucking maandag, dus ja. Het is weer fucking maandag, inderdaad, jongen. Wat een scheiddag is nou, dat ook. Ik moet zeggen, ik moet morgen nog één dagje werken en dan ben ik de rest van de week vrij. Wauw, ja, je hebt vrijgenomen omdat je 32 wordt. Nee. Je hebt vrijgenomen omdat je gewoon vrij wou nemen. En toevallig 32 werd. Nou, nee, er was nog wat anders wat er tussen kwam. Lang verhaal. Zoomie wordt overigens 28 hoor, jongens. Is nog niet zo oud als jullie denken. We zeggen dat allemaal maar. Spuur op de klote, hè. We zijn nog jonge bloempjes van 24 en 22. Behalve Aap, die komt wat ouder over. Maar is ook nog niet eens zo oud. Ah, die is net 16. Die was al 42, toch? Nou, min 16 hoor. Nou, was maar min 16. Was het maar min 16? Was het maar min 16? Was het maar 16 centimeter, of niet? Ja, dat helemaal. Hashtag doe eens lief. Die 23 centimeter is af en toe wel een beetje overdreven, inderdaad. Ja, zie je, nou komen al die schuldberichten. Oh, meet jij met Gerard Joling dus? Hm? Meet jij met Gerard Joling? Hm. Weet je, jij rijdt ook zo af. Ja, ik wou even voor jou rijden, ik vind het irritant. Ik denk van, nou, dit is mijn moment om te shinen. Ja, dan ben je blij dat ik niet meer bij jullie in de peloton zit. In de pedoton? Nee, daar ben ik ook blij mee. Ja. Dat zou wat zijn dat jij in de pedoton pedoton. Ja. Oké, okay, jongens. Pedoton? We moeten nu heel lief zijn voor elkaar. Dus Monkey, hoe is het met jou? Ja, kan weet je beter. Dat ik je gemist heb, Monkey? Ik hoor er helemaal niks van. Nou ja, het is niet heel erg. Dit doet hij alleen op de stream, hè, jongens. Ja, als de stream niet aanstaat, dan word ik gewoon gekweld. Ja, dan kwel ik. Ja, hetzelfde bij mij, hoor. Ja, dat is waar. Ja, maar jij bent Belgisch, dan mag het. Monkey. Zie. Monkey, vuile teef, hoe is het? Ja. Ja, beter. Heb je nog een leuke pettenwinkel te vinden, of niet? Maar leuke pettenwinkel. Een beetje kaal worden erboven. Ik weet wel leuke petjes. Chromotech.nl. Ja, dat zijn goede petjes. Sponsor dit. Ja, dat zijn goede petjes. Het is wel weer mooi dat iedereen nu overgaat op bij jou schelden. Schelden ze nu op mij? Homotech. Dat vind ik best wel leuk, trouwens. Homotech, ja, vind ik ook leuk. Ja. Of Chroma Bakvet. Grappig. Oh, Chroma Bakvet. Dat is zo leuk. Chromo Dreesman. Yo, Chromo, topstream. Ga ze door. Ja, als we schelden vinden we het opeens allemaal grappig, hè? Dan is de stream opeens leuk. Nou, dan gaan we daarmee door. Hi, Brett. Rotjoch. Wow, wat? Ja, mensen vinden het leuk als we jou uitschelden in de stream. Nou, ja, oké. Okay. Scheld ga mij je ook even uit, dan. Hè? Scheld mij ook even uit. Maar dat kan ik niet. Ja, zeg gewoon een rotwoord tegen mij. Hybrid, kan niet licht op de kerk. Wat moet ik zeggen? Gewoon dat ik stom ben. Jij nou, Zoomie ligt ernaast of waarschijnlijk? Nee, wat? Ja, dat ik stom ben! Zeg dat ik stom ben! Je bent heel erg... Beteutend! Kan iemand die gozer bannen? Dit gaat me zo ver. Gatsedari, beteutend. Ben je nou helemaal beteutend? Beteutend? Hij is gekikt, gelukkig. Nou, daar hebben we ook geen last meer van, jongens. Chromo, ik keek net een video van jou van 4 jaar geleden. 4 jaar geleden was ik 4 jaar jonger, hè, dat je dat wel even weet. Wow. Dus het is niet dat ik nu ouder ben geworden, het is gewoon 4 jaar veranderd. Oh. Hey, hey, hallo. Onnullig. Laten we Hybrid er even bijhouden, ja. Dat is onze grote kleine vriend. I love you, Hybrid. Hybrid, zonder jou kan ik niet leven. Ik vind Hybrid echt... Hey, joh, waarom doe je dat? Hybrid, jij bent echt gewoon normaal. Nu is Hybrid zijn streak van 24.000 uur. Ja. Dus je maar online zit zetten. Ja, je was al 34 dagen online in de Teamspeak en nu niet meer. Nee, ik disconnect toch elke avond. Oké, doei. Dat wist ik wel. Oké, doei. Hey, Chromo. Ja, dat ben ik. Hoe wist je mijn naam? Hey, joh. Wat een toeval, Mark. Jij bent... Ik kon even stoppen. Gadverdarre, jij bent zo slim ook, hè. Wat ai. Ja, ik was bijna bovenop je. Hoezo ga je lekker bovenop mij? Wat is dit nou weer? Ik ging even volop erin. Waarom doe je dat? Jij. Oh, ik ga, jongens, even een rondje van de zaak, Rondje van de zaak. Ik zit vast. Oké. Okay. Wat de fuck was dat voor geluid? Ja, gaat lekker. Ik zit vast. Persen hem er tussendoor. Ja, ik weet niet. Ik weet niet waar jij mee vast zat. Ja, ik zat vast in... Hij zat in het achterkantje van Tjalle vast. Hij heeft van die... Chromo, wat is het lichtst? 1 kilo lood of 1000 gram pluimen? Het is even zwaar, hè? Ja. Ja.
Goh, maar ik heb mensen die niet in mijn kont zitten hoor, jongens. Al lijkt dat soms wel natuurlijk. Maar Chromo Sukol, je moet wel goed spellen hè, als je iemand uitscheldt. Ik bedoel, ik noemde net ook Hybrid Klootzak gewoon goed gespeld, hè? Chromo, juist L0ZER. Wow. Ja, dat was even een moeilijke verwoording. Wat zei je nou? Wow, challe. L0ZER. Loser. Maar dan challe. Met de cijfer. Ja. Maar je zegt bij jezelf, met je kop door de helft, met je kop door de muur ben je morgen weer zuur. Wat? Loser schrijf je niet met een Z. Nee, met Challe wel. De Engelse manier. Dat is alsnog met een S. Is dat een Engelse manier? Oh, Challe, arme vent. Nou, we zijn hier in de Balkan, jongens. We zijn hier in de Balkan, je ziet hier allemaal torenvletjes. Challe kan toch niet zo pijn, hoor. Kijk, je ziet allemaal mensen wonen hier ook. Even zwaaien, hoi mensen. Money voor de rugworst. Money, thanks. Dank je. Ja, maar dat is dus top. Ik vind dat echt romantisch gewoon. Ben ik nou de rood gereden? Want ik zat echt... Voor mij wel. Shit. Ik zal zo meteen bij groen wachten om het goed te maken. Even kijken hoor. Kan ik hier bij groen wachten om het goed te maken? Het is rood. Nou, dan gaan we alsnog maar even wachten. Beginner, 4, 3, 2, 1... Dankjewel, ik ga gewoon wel rijden hoor. Dankjewel voor jullie informatie. Een stuk of 10. En dan wil je gaan remmen, voor stoplicht. Ja, dat is misschien niet zo handig, nee. 10 van nog een meter. Mijn stuur is nu wel 900 graden, dus dat is wel cool. Yo, Chromo, ja, heb je alleen gedaan, maar rookworsten in je vrachtwagen? Here comes the money. Nee, eigenlijk niet. Maar, ik zou het wel willen hoor. Money voor de rookworst. Money. Echt kotsmisselijk wordt van een vrachtwagen vol met rookworsten. Super bedankt voor je donatie in ieder geval. Ik heb geen vrachtwagen vol rookworsten, maar ik zou het wel willen. En dan zou ik al die rookworsten bij Mark de hele tijd onder het wiel gooien als die achter me rijdt. Weet je, dat hij de hele tijd rookworst tegen zijn raam tegen zijn raam. Dan heb ik geen glasscherven. Kan ik die voor ze... Maar jij kunt de snelweg niet naar voren gooien, meteen mijn glasscherven. Ik geef jou een EMA-worst en ik krijg een glasscherven terug in mijn bak. Ja, ik wou het zeggen, hij is wel heel erg agressief, niet? Ja. Jongen, Mark, wat is dit, joh? Dus als binnenkort met kerst komen ze bij jou aan de deur aanbellen. Hallo meneer, ik doe altijd kranten bij u. Mark, 2 euro. Dan zeg je, krijgt de tyfus, joh, klootzak. Gooi een baksteen tegen je kaans aan, lul. Bam, bam, bam! Dan gooi je ze kapot, de kinderen. Doe je dat? Hé, hey, er is er eentje om. Hey. Ja, klopt. Leuk. En een pipo. Oh, dat klopt ook echt. Dat doe je echt. Oké. Nee. Ik vind het wel lullig, maar als jij dat wil doen, moet je dat doen, hè, Mark? Nee, ik doe niks. Nee, maar ik... Ja... Hey, maar dat is toch al? Ja, dat werd een keer tijd dat je wel wat deed, Mark. Lauwe zwijn. Maar goed, dat maakt hem niet uit. Beginner, dat dus. Als ik heen mijn rookworstjes zou voeren, zou ik hem tegen Mark's vrachtwagen gooien. Maar ik krijg een glasscherf in mijn nek gestoken. Dus ik denk er nog even over na of ik het echt ga doen. Hybrid is een nerd. Wat? Nee, grapje. Ik dacht dat je weg was. Hybrid is echt cool, jongens. Hybrid is de coolste. Ik dacht dat je weg was. Echt wel een slecht excuus ook, hè? Nee. Ik vind jou echt heel cool. Oprecht, ja. Met alles wat ik heb. Vind ja, ik omdat je weet dat ik er niet ben, anders was het Hybrid. Nee, Hybrid is echt een coole gast. Ik vind echt met respect voor jou, bro. Ja, oké. Thanks. Ja, ik vind echt tyfus. Donnie, dankjewel voor de 3 euro donatie. Hij zegt, Chromo, klootzak. Grapje, bro, ga zo door. Klootzak. Dankjewel, lul. Echt bedankt voor je donatie. Je bent echt mijn favoriete grote lul. Dankjewel. Echt, thanks, man. Dankjewel voor je support. Bambi, bang, bang. Gaat weer net goed dit, Donnie. Maar de volgende keer als ik je tegenkom, gooi ik je vriendelijk van balkonnie. Oh, inspectie voertuig. Stop bij het dichtstbijzijnde weegstation. Oh god, het is dus ver. Is dit het weegstation? Ja. Niemand haat België, mensen. Nee, wij vinden België gewoon top. Sterker nog... Monkeys weg! Monkey, jij moet je bek houden gewoon, want jij bent een aap. Ja, maar nou, dan moet ik toch steeds België niet leuk vinden. Jawel, België is hartstikke leuk, man. Wij vinden... Hey, joh. België... Ik vind jou ook niet leuk, Monkey. Maar België is op mijn 23ste na favoriete land. Wist je dat? Oh, gisteren. Wat? 23ste pas? Monkey, ruik jij ook naar money. Nou, alleen in het weekend. Dan moet ik dan gaan liegen en zeggen dat mijn favoriete land is om op vakantie te gaan. Ja, nee. Ja, ik ga liever naar Oostenrijk of Zwitserland of Duitsland. Nee, maar België kan ook Amerika, mooi zijn. We hebben de Ardennen. Ja, ik heb ook Den in de tuin staan. Dat interesseert mij geen reet. Nee, Ardennen, je weet wel. Ja, Argumental Reality Dennen. Die plaats je dan via je mobiel, kun je ze zien. Nee, in het echt is het veel cooler. Is het in het echt veel cooler? Ja. Nou, dan heb ik dan gemist. Maar ik ben op vakantie geweest zelfs. Ben jij in België op vakantie geweest? Ja. Holy shit, man.
Ja, jij bent ook wel zo'n type die in België naar school gaat. Om daar gewoon te lui bij om wat te leren. Anders, ja, ja. Wat? Ik kan moeilijk naar Australië op school gaan. Nou, dat zou ik ook kunnen proberen. Maar het is wel elke keer een lange reis hoor. Dan zit je weer 24 uur, weet je wel. Ja, ja. Dan mis je weer een les. En dan ligt de leraar weer. Why are you so late? Yeah, in Schiphol, somebody was too fat. And they passed not through the door. We have to wait. The plane was stuck en zo. Stumme dings. Wel een mooie brugbouwoverheid trouwens. Gert-Wim! Ja, wat? Nou krijg ik een beetje keuzestress, hè? Gert-Wim. Wie ben je nou? Gert of Wim? Gert-Wim. Alle twee. Ik ga over Gert-Wim. Gert-Wim. Wim-Gert. Gert-Wimpelmees. Gert-Wimpelmees, dankjewel voor de 1 euro donatie, jongen. Ja, daar ben ik weer. Ja, daar ben je weer. Ja, ja daar ben je weer. Stop jij trouwens wel bij het volgende tankstation? Nee joh, steek middelvinger op naar die... Oké, dat kan ik wel doen. Wat dan? Wil je tanken? Ja, ik moet tanken. Probeer eens door te rijden tot je leeg bent. Ik zou gewoon doorrijden en dan hem achterlaten. Nou, dat red ik niet zo lang nog. Ik zal even wachten bij het volgende station. Met kruis. Die moeten tanken. Wat hebben Hollanders tegen Belgen eigenlijk? Echt hè? België is een van mijn favoriete burenlanden. Oké. Okay. Op de Duitsers na zeker? Ja. Nou, die Duitsers hebben me ook wel eens wat geflikt. Tenminste, mijn opa. Dat is nog even twijfel. Ik heb ook de auto gemaakt. Mark, ik zie wat jij niet ziet. En je kunt de kaart pompen. Een tankstation? Verrek. Een discotheek. Dat meen je niet. Hij weet het ook gewoon, hè, die Mark. Fitness, toch? Een discotheek. Fitnessschool, de hangende uieren. Ja, ja. Het was van de week. Fitnessschool, het varkentje. Daar gaan we hoor. We gaan naar fitnessschool, het varkentje hier hoor. Zo, ik weet niet wat jij loopt te bleren, maar je klinkt als een gozer uit Boston. Het is George van de Jungle. George van de Jungle. Bijna op zijn kant in een bocht. Een keer Steven, een keer. België is een leuk land. Vind ik ook, ik vind het een hartstikke leuk land. Ben er 3 keer geweest. Voor sommige mensen. Het is echt hartstikke leuk. Voor sommige mensen. Ja, voor sommige mensen is het gewoon een hartstikke leuk land. Ik ben er 1 keer ook doorheen gereden. Hoe is het niet leuk? Ik zie het tankstation. Met school ging ik een keer naar Euro Disney, dus zijn we door België heen gereden natuurlijk. En 1 keer naar de Ardennen. Ik vind België ook altijd leuk hoor. 2 keer naar Zaventem. Als je er weer uitrijdt, 2 keer Gerald. Ja, zeker. En ik vind die wegdek daar gewoon leuk. Het lijkt of je daar veel sneller rijdt, omdat ze hobbelig is. Ja, je blijft wel altijd wakker op die wegen. Ja, je valt daar nooit in slaap. Het heeft allemaal zijn voordeel. Steenslag en zo op je auto. Leuk. Thanks. Oh, het zijn er meer. Job, Challe, jij gaat alweer? Ja. Okay. Monkey. Auw! God damn it! Iemands droom. My bad. Ik denk in de nachtmerrie, maar dat gaat... Ja, ik wou ook al zeggen. Ga maar. Ik ga achteruit, maar dat lukt niet. Handrem is ingeschakeld. Mocht je los laten intrappen. Generaal Tabaratski, dankjewel voor de 3 euro donatie. Hey Atomkroon! Hou nou eens op met die lieve Belg te plagen. Nee, Arjen is echt mijn favoriete man. Van de mannen. Ja, ik ben een man. Ja, jij bent ook de enige man hier op dit moment. Zomaar van jezelf, ben ik de enige man hier? Ja, vind ik wel, toch? Nou... Wil je zeggen dat Monkey een mannelijke gozer is? Nee, maar ik zou toch op zijn minst denken dat jij jezelf ook een man bent. Nee. Nee? Nee, ja, Monkey is sowieso niet mannelijk. Ja, hij probeert mannelijk te doen. Hij zegt, waar kun je patch kopen? Het begint dun te worden, maar... Oké, wat? Jij zegt net tegen mij, waar kun je patches kopen? Het begint dun te worden. Nee, mijn haar begint dun te worden. Ja, dus dan probeer je even mannelijk over te komen, weet je wel. Hey Challe, ga niet spookrijden, joh. Nou, nee, ik wil invoegen, maar ja, diegene naast me, die gaat met opstrekstra gas geven. Ik zou gewoon elkaar van de weg afbeuken, hoor. Dat doe ik ook in het echt altijd gewoon. Nee, maar Arjen is gewoon een leuke, lekkere Belg. Volgens mij heeft er iemand een oogje op jou... Ik weet niet... Ik vind het ook hartstikke leuk voor je, hoor. Ik moedig het ook aan, gewoon. Ik bedoel, hetzelfde geslacht kan best een keer. België is een prachtig land. I love Belgium. XOX naar Arjen. Oeh, het begint nou wel heel kort. En Zoomie, wacht even, daar komt hij. Jij mag dan wel bijna 40 zijn, maar dat betekent niet. Dat betekent ook meer levenservaring. Ja. Dus Zoomie, bijna 40 betekent ook meer levenservaring. Ik ben nog niet eens over de helft, joh. Nou, dat betwijfel ik of je over de helft nog niet bent.
64. Je hebt het niet voor het zeggen, hè? Nee, je hebt het niet voor het zeggen, hoor. Misschien zit je al aan je eind te harken, zeg maar. Dat hoop ik je niet, dat gun ik je niet, hè, Zoomie. Ik bedoel, dat is nooit leuk. We gaan ervan uit dat Zoomie... Ik denk dat Zoomie... Zoomie is echt zo'n keutelaar. Ik denk, die wordt gewoon 120 of zo, weet je wel. Dat is zo'n... Ja. Ja, maar het is een Aziat en die moet altijd weer ergens boven streven. En dan gaan we op jullie graf dansen. Die gaat ik wel weer een beetje overleven. Je gaat op ons graf dansen. Mm-hmm. Dan zal ik zorgen dat ik er van die disco-stenen opleg. En een tv'tje in de steenblok. Ja. Dat je gewoon dance kan spelen. Ik zie er al staan, hoor, met een rollatertje. En het schijnt, Zoomie, dat hoe ouder je wordt, hoe meer je krimpt. Ik kan niet nog meer krimpen. Hoe kun je ook best wel warm maken? Als Zoomie 120 is, dan staat ze met de babyafdeling weer te kopen. Oh, dit robotje kan wel leuk zijn. Oh, dit is leuk. Nou. Oh, roze sokjes. Nee hoor, Zoomie, dat is niet waar. Wij maken... Oké, iedereen die nu beledigend zich voelt. Je wordt gewoon kleiner, behalve je oren. Ik denk dat Zoomie zo oud wordt dat de oorlellen de grond raken als ze loopt. Ja, je oren die groeien door. Nou. Ja, je rug die krimpt. En dan moet je gewoon je ogen dicht doen en dan je eigen voorstel. Wacht maar, dat jullie oud zijn ja, ja. In de klas en je op zoek moet naar een kleine verschrompeling. Dat ik zo'n druppeltje heb. Heb je daar nu al last van dan? Ja, maar ik denk, als ik 120 word, dan waai ik weg. Als ze dan zeggen code oranje, moet ik thuis blijven. Dan moet je toch ook met zo'n rollatortje. Nou, ik heb wel een... Ik denk dat ik een van de weinigen die eigenwijs is blijft en met een benzinerollator rondloopt. Ook weer met een rolstoel. Gewoon met een motie erop, gewoon een opgetunede scootmobiel. Nee, gasrollatortje. Ja, gewoon een scootmobiel houden, elektromotor en bouw gewoon een tweetaakmotortje in. Ja, dat kan ook. Jij gaat meteen ook wel weer heel diep op de details in. Ja, gewoon een tweetaak een beetje openschroeven. Ja, tweetaak een beetje... Dan gewoon een V8 eronder. Ja joh, V8 eronder. Dan gaat wel iets te veel zuipen. Nou joh. Ah, gewoon anders krijg ik voor twee pits. Niels Schijbe heeft in plastic. Zijn broek gepoept. Wie heeft in zijn broek gepoept? Niels. Heeft Niels in zijn broek gepoept? Ja. Dat was niet heel fijn. Nou, ik ben blij Niels dat je het even deel hier in de stream hoor, dat je in je broek hebt gepoept. Hè? Het is toch wel fijn om te weten. Lekker. Smeer het even op je wang. Money, 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 money voor de rugworst. Ja, dat kan ik niet echt aanraden. Thanks. Dank je. Ah. Oh, ik moet remmen! La 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 la! Woehoehoe! Nee, ging net goed. Ja, het prima. Het ging goed, deze land. Wat voor vracht hebben jullie nou allemaal bij? Ik heb gerecycled plastic. Ik heb blanco. Jeeks! Ja, iemand crashte er bijna of zie ik hem mis? Dat was ik bijna. Dat was de challenge. Lekker gedaan, jongen. Pikachu! Dankjewel voor de donatie en gezondheid. Ik heb 51 ton... Oh, wacht, wacht even, dat gaat over Zoomie hier, wat die staat. Nou, het gaat over Zoomie. Zoomie is echt geen 51 ton, hè? Nee. Ik heb het niet over gewicht in dit geval. We hebben een heel gevaarlijk punt. Maar ze heeft een hart van tungsten, dus... Even kijken hoor, daar gaan we. Even kijken, daar komt hij. Als je Zoomie een plamuur geeft. Wat? Als je Zoomie een plamuur met geeft. Oh shit, rijd ik nou tegen het verkeerde? Ik denk mes dan of zo moet zijn. Ja, ik denk dat je een plamuurmes geeft voor haar verjaardag. En je gaat dan bijna op de vangrail af. Dan kan ze gelijk de rimpels glad maken. En Hybrid is geen man, maar een kip. Niet vergeten, hè, Chromo. Nou, ja, dat is ik ook. Ik kan zo. Over middenweg terugkomen. Ik heb ja, ik geen rimpels. Kip zonder kop, hè? Dat was smooth. Zoomie heeft nog geen rimpels en dat kan ik verifiëren hier, dames en heren. Money, 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 money. Kijk maar op de Snapchat. Money. Thanks. Hup, we daar wel wat op dan. Ja, met filter. Nee, we zitten te geinen. We zijn nog jonge bloepjes. Zoomie is 28, jongens. Waar hebben we het over? Ik ben zelf 22 nu. Monkey is 23. Ah, is 19. 22. Ja, maar een beetje liegen mag altijd. Dat is voor het goede doel, zullen we maar zeggen. Arjen was toch 1,90? Wat? Ja, 1,91 meter. Een hart van tungsten. Ja, ik ben groot. Ben je nog in de Tekkensfeer? Nee, maar als ze zwaar zou zijn, zoveel ton tungsten weegt heel zwaar. Dus dan heeft ze een hart van tungsten. Dan zou ze zwaarder kunnen wegen, terwijl ze er nog wel gewoon dun uitziet.
Dat vandaar. Het was een hele doordachte grap. Maar ik kan ook over een tweetakmotor beginnen op een rollator als je wil. Tjalle, denk even mee. Ja, je kan Oh nee, dan komt brandweer. Doe maar een V8. Hey. Dat wordt brandweer. Wordt wel zwaar trouwens, brandweer. Ja. Ik ga remmen. Arjen, dankjewel voor je donatie, jongen. Andere Arjen, hè. Wat? Ja, dit is echt gewoon een oer-Hollandse Arjen. Ik ben ook oer-Holland. Nee, nee, want hij heet Arjan. En jij heet Arjen. Ja, maar Arjen is Arjen. Toch ook een Nederlands. Ik denk aan Arjen Lubach, Arjen Robben. Ja, Arjen Lubach is geen Nederlander, hoor. Arjen Robben. Nee, die voetbalt in Duitsland heel vaak. Ze is Duits. Vind ik. Oké, laat maar zitten, je wint. Oké. Omdat ik nou geen veel te duur bier in de kroeg kan kopen, kan ik dit ook nog vandaag al vanaf. Hey, super bedankt voor je donatie, man. Thank you very much. Even een hartje in de chat voor Arjan. Niet Arjen. Kom maar, lees dit. Entertainers. Nee, Teun, ik lees het niet. Sorry. Super bedankt, man. Dankjewel voor je support. Thank you very much. Thank you very much. Oh. Mooi bochtwerk. Via Stoeperhand hier. King hem gaan. Gekke Glenn, dankjewel voor de 1 euro donatie. Kromo, ik heb je getagd in een leuk bericht. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben natuurlijk nu aan het streamen. Voor als je het nog niet door had natuurlijk. Het kan zijn dat je dat niet zag. Dus ik ga wel even later kijken. Maar ik ben benieuwd. Ik ben heel erg benieuwd. Remmen. Hallo. Tjalle. Wat is er? Ken je het woord stoplicht? Ja, heb ik al van gehoord. Ik weet alleen niet wat het betekent. Lichtstop. Dat betekent dat je wel eens moet remmen. Ah. En je hebt hier niet veel stoplicht. Je moest daar rechtdoor. Ben je wel aan het beuken? Nee, ik nam de bocht niet zo rap. Ja, dat zie ik. Ja, rijden we door. Ja, ogenblik. Oh, we zijn de verkeerde snelling. Ja, hallo. Ja. Tut. Koppeling is even koppig. Hallo, DAF Transport Efficiëntie, Balhaar. Hé, hey, ik rij al, niet zeuren. Ja, trage keutelklapper. Ja, als je zo moet beginnen, rijd ik toch even met extra gas. Rij gewoon alleen in z'n 1. 5. Ik rij nou z'n 6. Doe gewoon in z'n 1 rij alleen maar. Oh nee, maar dan kom ik niet vooruit. Met de pijp in de vlam rij ik door naar Amsterdam. Ja, maar moet ik in 1 of C1? Wat hè? Moet ik in 1 of in C1? Ik zou gewoon in 1 rijden. C1 is traag hè, dat is crawl. In z'n eentje. Ja, ga je buiten spelen? Even kijken. Oh, Rapper Shorts, daar gaan we. Ik heb gisteren de pindakaas gegeten. Wat zijn het toch? Ja, twee potjes. Ja, het zijn krappe bochten, ja. Nou, daar gaan we hoor, met onze vette wortel. Daar gaan we weer, de snelweg op. Ik denk, nou zijn we er eindelijk. Nee hoor, we moeten een oppleuren zijn rijden. 500 Turkije is best een eindje rijden, jongens. Dan kun je zeggen wat je wil. Ja. Ah, nog maar 7 uur. Ja, dat is ook weer zo. We zijn er bijna, jongens. Houd moed, houd vol. We begonnen op 40. Blijf vooral kijken naar deze verschrikkelijke scheidstream. Want wie weet begint nog een keer leuk te vinden. Dat zou zo kunnen. Hoeveel kijkers heb je nu nog? Ja, nog maar 1400. Bel even jullie moeder, jongens, dat ze mee moeten kijken. Belangrijk. Helen Simon zegt, pijpen maar. Ja, dat dacht ik ook. Kan ik meerijden? Nee, Arjen heeft hier gezeten op die stoel. Dat zou ik niet meer zitten als ik jou was. Die heeft daar heel die stoel vol gekakt vorige week. Schip, hij bloed bijna op. Ik heb helemaal nergens. Maar ik ben heel erg fan van Arjen. Dus als daar kak ligt, laat ik het liggen. Dat was ik nooit meer. Ik heb nergens mijn behoefte gedaan. Jij reed laatst mee met mij in de vrachtwagen. Toen heb je heel mijn vrachtwagen volgekakt, weet je nog? Welke vrachtwagen? Mijn vrachtwagen, met dikke Scania, heb V8. Heb jij een vrachtwagen? Ik heb een dikke vrachtwagen. In game. Ja, dat denk jij zelf dat ik een dikke vrachtwagen leg. Tuurlijk een dikke vrachtwagen in de game. Ik heb nooit een behoefte gedaan in de vrachtwagen. Even langzamer. Hey. Ik had er net eentje die stil stond ineens. Maar ik rijd in mijn eentje. La 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 la. Dipsy. Po. Ja, jij begint weer gelijk over de po, hè? Ja, ja maar... popo's. Ja, popo's. Nee, die popo's die doen momenteel niet zoveel, hoor. Die zitten alleen maar mensen aan te houden omdat er een paar mensen bij elkaar staan. Ja, of een paar... Levensbedreigend, hoor, als iemand van 15 bij een ander van 15 of 18 gaat staan. Dat is echt... Poh. Of ze houden een groepje auto's tegen om het zogenaamd te Ik heb respect voor de politie, hoor. Dus nee, dat wij even weet. Maar dit soort dingen wat nu tegenwoordig allemaal gebeurt... Nee, dat vind ik echt raar. Ik heb respect voor het, maar jongen, we worden op de skatebaan weggestuurd. Wat is dat voor onzin? Ik sta er met alleen maar kinderen. Kinderen gaan er niet aan dood. Die worden er amper ziek van. Laat maar mee mixen. Ik kom niemand tegen. Ik werk thuis. De enige persoon die ik zie is mijn opa, mijn oma, de buren. Die zijn trouwens 75, 76. Andere buren. Nou, ik ga altijd even de wijk rond. Wander, zijn vader en moeder, mijn hele familie komen natuurlijk allemaal aan mijn vriendinskant, familie, de opa en oma en al dingen. Wie kan ik besmetten? Niemand, kom op.
Ga je weer dit spelen? Nee, ik ben nu niks aan het doen. Ik ben dit niet aan het spelen nu. Dit lijkt me zo. Ja, dit is zogenaamd live. Hij is aan het volgen. Hybrid, oh. Oude Campaan! Yeah! Yeah! Zit Nederland ook in deze game? Ja, daar komen we vandaan. We komen vanuit Amsterdam. En we gaan recht naar Hongarije en toen gingen we door naar Turkije. We zijn even verkeerd afgeslagen. We hadden een verkeerde afslag genomen, maar dat maakt niet uit. We zijn nog steeds op een plek. Ik moet vrijdag weer naar school. Ja, dat is toch goed, man, jongens. Lekker afleiding. Kun je weer met je vriendjes spelen. Met je vriendinnetjes. Ja, is toch leuk? Leuk voor daarom nog. Ik bedoel, dan kun je dat meisje weer zien waar jullie allemaal verliefd op zijn. In België moet je met iemand in contact komen buiten de klas. Maar met niemand buiten de klas contact krijgen? Ja, dus er zijn zo regels voor bij ons op school. Ja. En een van de regels is, je mocht met niemand anders in contact komen buiten uw klas. Oh, dat is leuk. En je mocht elkaar ook niet passeren op de speelplaats. Maar mocht je elkaar mag je dus niet gaan lopen zoenen ergens in de klas? Nee, je moet ook anderhalve meter bij iedereen afstaan. Ik zou gewoon de leraar op de bek pakken dan. Als bij de leerlingen niet mag, probeer het gewoon met de leraar, toch? Heb jij niet een leuke lerares op je school dat je denkt van, nou, die zou ik wel... Wat blieft? Heb jij niet één lerares op school dat je denkt van, nou, daar kan ik wel... Nou, daar ga ik nog geen uitspraak op. Nee, maar je hebt dus wel een lerares op school dat je denkt van, daar kan ik wel een trucje op, zeg maar. Daar kan ik wel een 360 op doen. Kom maar weer op 60. 720, zoals Mark het zou doen. Of als Challe, 1080. Nee, maar serieus, heb je niet een leraar op school dat je denkt van, nou, daar zou ik mijn winterpeen wel weer willen delen. Ik ga niks zeggen. Ja, laat er geen gras over groeien, hè? Nee, ik ga helemaal niks zeggen. Nee, maar je hebt wel een lerares tussen waar je een jonko mee zou willen klappen. Dat is een totaal ander verhaal eigenlijk. Nou, maar is het wel leuk om even met een lerares een jonko te klappen? En dan daarna op het tussen... In Nederland zou dat makkelijker gaan, maar in... Daar zou je wel een bankje, een bedje mee willen delen, zeg maar. Een beschuitje willen delen. Oh, wacht, shit, mijn vriendin kijkt stream. Hybrid, wat voor vak heb jij op school? Wat voor vakken? Ja, wat is echt wat is een leuk vak. Gerald, het is je vriendin. Die heet echt het ergste van het ergste van het ergste van jou wel eens een keer gezien, hoor. Ja, mijn penis, maar dat hoef je echt niet op de stream zo te vertellen. Dit is vernederend, Zoomy. Oh, ja, sorry. Dit doet pijn, hoor. Ik heb een prullipje. Het spijt me niet. Pannenkoek 12, dankjewel voor de 5 euro donatie, jongen. Boa's, de afgekeurde politie, zijn de ergste. De piep, 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 sterretje, honden van het land. Player Trucker NL has been banned for 5 days. Huh? Nou, Trucker NL. Doe je goed. Was gezellig. Ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar... Zo zie je maar weer dat ik toch een betere ben dan iemand die Trucker in zijn naam heeft staan, hè. Gewoon professional driver hier. Nou ja, de boa's in Barneveld zijn wel heel aardig. Dus mijn mening gaat daar niet helemaal mee, pannenkoek. Maar er zullen vast een paar nare mensen zijn. Ja, er zijn gewoon een hoop mensen die denken van... Ah, nu kan ik lekker bekeuren. Ah, heerlijk, dat ga ik doen. Die vinden dat gewoon lekker, weet je wel. Ja, dat is foute boel. Je moet het niet leuk vinden om het te doen. Je moet het doen omdat het belangrijk is voor de mens. En dan kun je zelf wel inschatten of iets echt gevaarlijk is of niet. Hybrid, zeg eens hoi, zegt iemand. Hoi! Oké, lees dit voor. Ik ben heel graag. Vingertje omhoog. Box. Oké. Je rijdt te snel. Ja, ik rijd gewoon graag wat sneller door, dat is leuk. Ja, en ik loop achter met jij snelheid. Shit, er komt een paarse dildo vrachtwagen voorbij! Ja, die beukt mij ook nog eens te om. Jongens. Ah, wie is dat? Die hoort in dit. Hoe kan ik dat ook weer zien? Wie was dat? Trucker nog wat. Ik zie hem, ja. Maar die hoort me, die rijdt gewoon door, dus die bij ons. Trucker, kan iemand hem bennen als je een mod zijn die kijken? Trucker! Hij komt nog wel terug, hè? Truck, aanhalingstekens, R. Oh nee, hij zegt al sorry. Ja, zeg al sorry! Die Patrick LP heeft op video. Hij komt vol gas langs rijden en beukt me vol aan de kant! Lig je nog op de zijkant of niet? Ik lig op de zijkant, ja. Nou, lekker toch. Kan ik niet nu gewoon slash flip doen? Nee, dat doe ik niet. Moet je even F6 doen. Of F6. Money voor de rug. Nee, ik moet helaas meedelen dat ik er vandoor moet gaan. Nou, ben jij bent er zelf. Ik ga je missen. Sorry. Nou, overdag is ook een vak, hè? Jongen. Dus doe maar een hele slechte film. Waar houdt zijn adem dan?
hoor, dag. Sumi, ben je al dood? Hoor je daar ook in één keer heel hard kloppen en als we in de auto doet het niet meer. Ik moet die heel lange nee wel beschouwen als een compliment, denk ik. Ja, doe dat maar niet. Wat Molten defect! Hoezo niet? Kan je gelijk weer repareren. Moet ik ook even F7? Ik kan weer rijden. Ik kan weer rijden. Ja, maar dus... Maar nu heb ik dus mijn vracht helemaal pokkeind gereden. Ja. Yo, hè, te ballen. Yo. Doe jij het, hybrid? Ik kom er ook aan. Doei. Wat een paardenlullen. Nick. Ik ga even kijken of er nog... Oh, echt zo'n stukje ook voor de ding. Oké, ik ga kijken of er een ritje is naar Istanbul. Ja, ik kom maar aan. Er is een ritje naar Istanbul, die ga ik die pakken. Kijk, naar Istanbul. Ja, ik ga naar Istanbul rijden dan. Even kijken. Die motherfuckers, hè? Wat een verschrikkelijk. We zijn niet terug in Amsterdam hoor, jongens. Nee, we zijn niet terug in Amsterdam. Top. Ik ga even naar die trailer toe rijden. Rijden, ja hoor. Heel we gaan naar de trailer rijden. Oh, waar ga ik heen? Oh, shit. Oh, sorry. Oh, stoelbrand. Oh, verschrikkelijk dit. Oh nee, bochtwerk. Jullie zaten toch in Chevrolet? Oh nee, kak. Nee, je moet op je app kijken waar we zitten, brandweer. Dank je. Hey, je moet niet, ja, je moet niet verklappen waar we zitten! Kijk eens in de app, brandweer, dat heb ik al gezegd. Anders komen al die gasten ons weer beuken. Snap je? Oh, leuk. Die vervelende kinderen. Die hele vervelende jongens. Ik ken ze mijn vracht. Oké, dan gaan we even door hier naartoe. Dit is echt verdrietigmakend, jongens. Weet je, ik ben niet vaak verdrietig, maar vandaag is toch wel weer zo'n moment dat er weer zo'n roze dildo aankomt die omver beukt. Dat is toch gewoon niet leuk? Hier staat wel onze trailer, jongens. We hebben de dikke Iveco's op staan. Dus dat is Charles' favoriete merk, Iveco. Scania. Nee, Iveco. Iveco is een leuk merk. Ja? Ik kom er nu aan. Is dat echt leuk? Nee, dat is echt de fucking... Goedkoopste van het goedkoopste. Ja. Waarom? Ja, het is made in Taiwan of zo, weet ik veel. Hoezo made in Taiwan? Dat is gewoon professional spul. Je had iets naar Istanbul? Cool, ja, ik ga naar Istanbul. Ja, ik zit even te kijken of ik iets heb. Oké, dan heb ik gewoon slash fix gedaan. Sinds vandaag eindelijk weer aan het werk, na 7-8 weken werkloos thuis te zitten. Ik heb iets. Lekker man, ik ben blij dat je weer kan werken man, Andy. Het is echt kak inderdaad, mensen die allemaal niks konden. Heb je echt een kak leven eerste klas, dat snap ik. Ik heb dat ook is, rottig, dat is erg rottig. Maar ja, het is helaas het leven waar we nu momenteel in bevinden. En ik hoop dat ze snel al hun geld hebben overgemaakt in Europa. Dan kunnen we weer verder, hè, jongens. Oh, waar ben jij nou tegenaan? Waar ik tegenaan, hè? Ja, ik zag gewoon een x's en zo. Ja, er kwam een lul langs rijden. Een roze dildo, die beukte mij van de weg. Ja, ga maar voorbij, kom op. Wacht even op mij, hè. Ik ook even mijn dingen regelen. Ja, ik wacht hier op de snelheid. Ik ga morgen weer lekker timmeren! Nice, graafschap! Nice! Ik hoor 4 juni of ik weer geslaagd ben en dan ga ik weer werken. Nice, Rutger. Nice, man. We zitten in server 1, jongens. Dus join vooral server 1. Tot hoe laat stop je met streamen? Weet ik niet, man. Weet ik nooit. Het is gewoon wel kan. Weet je wel? Het is gewoon... Ja, gaan we door en gaan we rijden en dan zien we allemaal dingen gebeuren. Nou, ja, moet ik alleen maar wachten op mij. Maar ja. En dan ben je gewoon leuk en dan moet ik even wachten op Mark en dan gaan we door. Bastiaantje! Nee, grapje. Hey Chromo, hoe kan ik ATS multiplayer downloaden? Nou, dan moet je even op YouTube gewoon intypen en dan... Ik heb consumptie praten. Oh, consumptiebonnetje. Het is een korting van koffie, nice. Hier waar ik. Dan moet je even op YouTube gewoon googlen. How to play ATS multiplayer. Dat werkt serieus, dan moet je dat gewoon doen. En dan komt het leven helemaal goed. Truckers MP heb je nodig, dat soort dingen. Maar als je het gewoon op YouTube goed intypt, dan vind je het sowieso. En super bedankt voor je donatie. Doe even een handje in de chat voor Bastiaan. Alles is voor Bastiaan. Alles is voor... Doe maar even de handjes voor Bastiaan. En dan typ er even bij Arie en Bastiaan. Met handjes. Gewoon om even de nostalgie... ...van mastermovies terug te brengen in het leven. Dat lijkt me gewoon een romantisch sfeertje. Schipper, mag ik Junko klappen? Ja of nee? Moet ik dan per gram betalen? Ja of nee? Nee! Is Sumi er nog? Ja!
Ja, tuurlijk. Zij gaat vol genieten van de laatste jaren als 27er. Ja, zeker. Ik ben bij mijn vracht, dus kom maar aan. Oké, doe je. Ga niet koppelen. Mag ik je als vriend op GTA? Helaas, helaas. Chromo, mijn BMX gestolen. Dat is niet handig. Op slot zitten. Oh jee. Arie en Bastiaan. Kijk, Bastiaan, die zijn voor jou, jongen. En ik hoop dat je het kan vinden allemaal. Je moet in ieder geval de game kopen, de originele game natuurlijk. Kun je op websites als AllKeyShop even kijken. Dan kun je het goedkoper fixen. Op T2. Here comes the money. Money, 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 money for Roblox. Money. Thanks. Dank je. Zoomie is toch al 39? Niet hoor. Gekke Clan, hoe kan het nou dat ik die voor jou deed het net toevallig niet hoor of zo? In ieder geval dankjewel voor je 1 euro donatie en 1 euro donatie. Het is toch veel leuker als je een joint hebt geklapt met je docent en dan de Gay Simulator game te gaan spelen. Bijna, ben hij onderweg. Ik weet het niet hoor, ik denk dat Gay Simulator best wel leuk is. Danny, jij speelt hem vaak. Danny die is op Bed TV gaan kijken. Danny is op Bed TV aan het kijken? Die ziet het echt niet meer zitten, of wel? Nee. Ik kan maar 60. Arme jongen. Die wordt ook al een dagje ouder, hè? Ja, die is ook de jongste meer. Die moet natuurlijk ook al middagdutjes doen. Wat is nou, ik heb Power Kooimans hier rijden. Oh nee, hebben Power Kooimans nou ook in dit spel zitten? Ik dacht dat het leven eindelijk ons voortvluchten goed ging. Dit is niet te geloven. Ik ben niet weg. Maar gekke Clan, succes met Gay Simulator. Stuur even de link op Twitter, want ik wil wel zien dat jij de Gay Simulator speelt. Lijkt me gewoon zo romantisch om te zien. Sowieso. En thanks voor je donation. Sorry. Dikke pop. Monkey, is dit jouw klaarkomgeluid of moet ik me nu inbeelden wat ik nou hoor? Ja, doe maar. Maak er zelf wat leuks van, zou ik zeggen. Nou, ik ga er niet wat leuks van maken. Dat doe je zelf al wel, hoor ik. Zo, Zoom, je rijdt lekker of niet? Zoomy, kom jij zo klaar op de hoogte? Ja. Ik snap wel dat Danny alvast gaan liggen is op bed. Ja. Ja. Die hoort dat lachen en die denkt, oh, daar gaat ze weer. Het is weer zover. Het gaat, daar ga ik weer. Je mag weer aan het werk, joepie. Hè? Tussen de beentjes. Nu de stad uit. We hadden het over Monkey, hè? Ah ja, dat is waar. Monkey. Ja. Jammer, joh. Aapje. Dat is zo de waan, hè? Ja, rij je ook mee, aap, of niet? Nee. Wat ben je nou weer voor zuigzoen? Dan doen wij geen GTA speciaal voor jou. Ja, maar... Ja, wat ben je voor zuigzoen? Zeg je dat nou? Ja. Ik moet weer inspectie doen bij die poephoofden. Hé, hey, jongens, wacht u niet eens op mij? Nee. Nee, waarom zou ik op jou wachten? Krijg je kleren. Jongen, jongen. Ik ben aan het wachten bij de tolpoort, ja? Fitty. Kom jij zo klaar, Gerard? Daar is de beast weer, die zit gewoon te volgen. Trine, succes. Zoiets. Even doorrijden. Oké, dit is een comment, mooi. Hoezo moet ik doorrijden? Ik wacht op Mark. Ja, maar ik moet ook bewegen. Oké, dan ga ik achteruit. Hey, je staat ervoor met je dikke reet. Je kan ook een stukje naar voren, wat dan? Nee, naar voren vind ik niet horen. Nou, ga jij maar achteruit, dan ga ik vooruit. Oké. Okay. Ik ben nu aan het gas geven. Ik ook. Ah, ik ga maar naar voren, joh. Goed. Wacht even. Als je niet meer vooruit komt, moet je op V drukken voor het differentieel te veranderen. Ja. Ja, dat werkt ook niet altijd. Jij werkt ook niet altijd. Dat is ook weer waar. Ik ook niet. Promo wanneer die nog eens een keer een horror game. Ja, dan nou, moet die... ik wilde dat nog wel een keertje doen, maar ik weet nog niet welke game precies. Ik ga me binnenkort een keer wel weer vast ooit een keer dat ik denk van, ja, ga ik doen. Als ik horror wil zien, dan haal ik wel een foto van Mark tevoorschijn. Nou, ik vind het wel even een kantje. Zo. Ai. Yo. Nou Danny, je kunt weer van het bed afstappen hoor. Ik sorry, had, Mark. Jongens, even een beetje doorrijden. Mark hoort het niet eens. Mark! Moet allemaal dat weetpunt in. Mark! Ja? Hoorde je het niet? Ja, ik zei, we moeten dat weetpunt in. Daar hadden wij het ook echt over, hoor, Mark. Als ze horror wil zien, dan kijkt ze wel naar jou, zei ze. Ja, dat hoorde ik. Ja. Hij denkt nu aan Resident Evil die jij opneemt op zijn kanaal. Kom maar voor me staan, anders.
Zo. Nou, mag ik ook achter je staan, Tjalle? Je mag gaan rijden, hoor. Want ik zie wel een lekker bipje. Ja, je mag ook gaan rijden. Nou. Nou, achter Tjalle gaan staan en hem gaan rijden, dat vind ik allemaal een beetje raar weer. Dit is weer een beetje dat ik denk van, moet dit nou weer? Eigenlijk best raar dat mensen pas iets missen als ze het niet meer hebben waarvoor ze een hekel aan hebben. Wat? Als ze het niet meer kan waar ze bijvoorbeeld een hekel aan hebben. Nou, ik mis altijd de kroeg hoor. Ook niet als ik niet meer kan. Ik denk gewoon altijd wel aan de kroeg. Je kan de snelheidsbegrenzer niet uitzetten aan potverdikker, maar... Oké, rustig ademhalen, Chromo. Ze vragen het maar 2000 keer per chat, per reactie. In de multiplayer kun je geen begrenzer aan of uitzetten. Dankjewel. Kan ik nog één keer herhalen? Ja. Kun jij het herhalen in het Koreaans? Misschien bestaan ze het dan. Nee. Doe het dan in Koreaans. Doe het dan nog even anders. Hans anders. Alleen de keuze is anders. Ik heb zo de neiging om Tjalle kaart te beuken, maar ik doe het niet, want ik ben een verstandige jongen. Oeh, wil je even lekker aan het skontje zitten? Gadverdarrie, Zoemie. Wat? Zoemie? Vies beuk. Ja, Zoemie. Ja, maar ik heb één keer naar de kont van Tjalle gekeken, en dat is ook niet echt dat ik zeg van, daar wil ik aan voelen, weet je wel. Dat lijkt wel een staalborstel. Dat is echt... Ja, een staalborstel? Ja, ik weet niet hoe ik het moet benoemen anders. Hey, jij hebt niet zitten in een baan gekregen. Oké, een Mars maanlandschap. Money voor de rugborst. Money. Okay. Thanks. Dank je. Weet je niet wat een maanlandschap is, Zoemie? Ik wil er niet over nadenken. Dat is een bil met allemaal putjes. Ja, dat snap ik. Maar allemaal gratertjes erin. Ik wil er niet over nadenken. Mag ik de tweetlink doorsturen via de donatie? Heeft geen nut, kun je niet aanklikken. Kan ik ook niet aanklikken, gekke clan. Dus je moet hem even gewoon op Twitter gewoon even mij linken, dan komt het goed, ja? Dan dus... lees ik het sowieso! Wat? Tjalle's kont ziet eruit als Tiese gezicht. Tiese gezicht! Onze linkse ridder! Nee, Tiese is een knappe jongen, vind ik. En jij hebt ook een knap kontje hoor, Tjalle. Nou, een knappe kont. Een knappe kont, zullen we zeggen. Hier gaan we niet mee bemoeien. Ik kan nog Moet je niet zoveel drinken? Valt best mee hoor. Oh, jij bent echt alcoholist. Nee, jij bent die beuker weer. Alsjeblieft, ben hem. Nou, Gerald die gaat maar langzamer rijden. Ja, want hij... Oh, yo. Gast snijdt maar. Oeh. Die gast die wil mij beuken. Dat is die roze dildo. Power Kooijmans heeft niet eens een aanhanger. Nee. Ai, ai, ai. Haal hem maar even in, Kromo, dan ga ik over. Ja, let maar op. Nee, dat ben ik, Tjalle. Misschien beukt u nu niet. Is dat die roze Renaultje? Nee, het is een Scania. Ja. Ik vraag over de begrenzer blijft komen, hoor. Zet de begrenzer uit. Dan zet je die begrenzer uit, joh. Dat is veel leuker rijden. Ja, ik heb de begrenzer uitstaan, aap. Wanneer doet Mandy94 nog eens mee? Die spreek ik niet meer. Hey, Zoemie en Kromo. Hoe is het met jullie biermerk? Oh ja, dat is ja, nog, we hebben de naam veranderd in doodbier. doodbier. En het smaakt naar water. Het is gewoon een flesje water eigenlijk wat we verkopen. En dan zeggen gewoon dat gemeentepils, ja. Alcoholvrij. Smaakt net echt. Maar dan net anders. Ja. Maar dat komt helemaal goed ooit een keer. Ooit, ja. Ja, want corona sloeg binnen. En ja, dan kun je niet constant meer dingen doen, hè. Of kan je nou niet mee concurreren ook, hè? Nee, dat is een beetje een verkeerd moment om te beginnen met zoiets. Hey, ik heb wel één ding wel gezegd. Dit is de beste marketingcampagne die ze ooit hebben gehad. Iedereen kent het. Het is het woord van het jaar, hoor. Ja. Alleen ja, het is gelijk een virus zoals ze van maken. Terwijl het gewoon een biertje is. Ja. Ja, dat kan er een beetje apart uit. Ja. Ja. Omdat het een externe vracht is, neem je maar 90 kilo. Ja, klopt. En ik blijf lekker 90 rijden, want dan vind ik lekker comfortabel rijden. Als ik 150 ga rijden, is ten eerste niet realistisch. Je kan gaan ik ga nu al te hard. Nu ga ik precies goed. Maar we moeten het wel een beetje realistisch houden, jongens. Dus jullie willen alleen maar snel rijden. Ik wil gewoon heel hard ergens aankomen. Maar ja, dan heb je wel nog die balharen die je beuken en zo. En zelf crash je ook wel eens, maar vandaar. Ik heb morgen weer een GTA. Snel laten we gewoon een time-out geven aan alle mensen die zeggen, begrenzer uit. Kunnen we misschien mijn naam zeggen? Helaas niet. Ik rijd naar jouw geboorteland. Money, nice. Money, 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 money.
Thanks. Arda, very nice. Ik zal eens even de groetjes doen daar. Als je naar een familie hebt wonen, zal ik eens even de groetjes doen. Kromo, ga een keer Koreaans koken met Sumi voor de vlog. Is er een speciaal Koreaans kookgerecht, Sumi? Ja, je kan Koreaans barbecue. Ja, ik ken zelf alleen Colombiaans kook. En je hebt bulgogi. Je hebt best wel lekkere Koreaanse gerechten, hoor. Ik wil het wel een keer proeven, eerlijk gezegd. En je hebt in Rotterdam ook echt een heel erg goed Koreaans restaurant. Ja, maar dat vind ik wel een eindrij. En ik drink vaak bier en dan kan ik niet naar huis en dan... Jawel, bij Monkey overnachten gewoon. Ja, dag. Ben je gek? Monkey wil connecten, misschien kan je wel tegenwoordig... Ja, maar hij zegt al dat hij al een beetje kaal wordt. Als ik erbij kom, dan gaat het alleen maar verergerd worden, dat soort dingen. Maar dat kunnen we. Ik heb wel leuke receptjes, dus dat kunnen we wel een keertje doen. Oké, nou, kunnen we misschien wel een keer doen. Dat is wel lachen. Extra pittig, hè? Gekke Clint, thank you very much for the 1 euro donation. Als je een staalborstelkont hebt, dan kan je meteen de roest van iemands gezicht afschuren. Ja, inderdaad, daar heb je wel een goed punt. Ja, maar Mark, Koreaans eten is over het algemeen niet pittig. Nee, toch? Indisch is toch meer kruiden pittig? Ja. Paul Kooijmans, een beetje recht rijden, hè, frikandelbijter. Wat een slingerende kokosnotenklap is dat, zeg. Ja, dat is mijn toetsenbord, dan gaat het nogal... Ja, dat is wel een snelstuiver, die. Goeie dagschotels, hé. Hangwortel, winterpeen. Harde klats, niet te geloven. Maar gekke Clint, super bedankt voor je donatie, man. En ik zal Charles een keer vragen of die... Langskomt. Of hij langskomt bij je om even het roest van je gezicht af te kont schuren. Nou, pak wel staal. Wel mooi dat die gasten allemaal voor mij willen rijden. Nu rijden ze allemaal verkeerd. De ballen. Ja, ik rij goed. Ze rijden volgens mij. Maar jij gaat niet naar Istanbul. Ja, jawel. Maar ik heb hem denk ik iets verder dan jou. Dan jij. Oké. Oké. Gaat er veel met Ties om. Ja. Ik heb al 2 maanden niet gesproken. De tol van 0 euro is betaald. Kijk, dat zijn de dure. Kijk, dat voor mijn vraag. Goeiedag, man. Ik ben arm nu, man. Rip uit mijn lijf. Drop it. La 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 la. Hey. Rick Palmen, ik zal je bannen zometeen als je het nog 2 keer zegt. Hey, dat is lachen. Dan kun je nooit meer wat typen, dat is wel heel saai. Gekke Clint, die komt er dus in ieder geval. En er een pannenkoekie, dankjewel voor de donation. Money. Thanks. Dank je. Mag ik mensen time-outen die nog over de begrenzer beginnen? Jij mag ze time-outen. En als die Rick Palmen het nog 1 keer zegt, mag je hem zelfs bannen. Dus die, over 300 seconden is hij terug. En dan mag je hem bannen. Dat is wel lachen. Gewoon even voor de lol, weet je wel. Dat is gewoon voor de lol. Pas op voor die wolf. Ik denk dat ik de verkeerde heb. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik de goede heb, bedoel ik. Ik ben gewoon aangekomen, jongens. 5 kilo trouwens, dus voor de mensen die de details willen weten. Ja, maar ja, je bent niet zoveel in die vrachtwagen, in die 40 uur. Ja, je zit maar op je luie, dikke, vette, opgezwollen reet, hè. Waarom? Here comes the money for the robots. Money. Thanks. Dank je. The Monster Paradise is echt fantastico. En daar ben ik het helemaal mee eens. Die is echt top. Dit was een lekker goede tip van je, Chromo. Ja, dat is goed om te horen, man. Oeh, ik krijg een beetje schade nog zo aan het eind. Ik zit even niet op te letten. Ik zit weer 2 dingen tegelijk doen. Kan ik gewoon niet, pannenkoek. Maar goed, dan maar een beetje trailerschade. Waar moet ik hem parkeren eigenlijk, die kakding? Hallo? Where can I park it? Shit, ik moet verder. Wat is dit? Scheisse. This is not a good. Ik moet hier gewoon. Ja, rijk aan het eind allemaal schade nog. Oké, komt allemaal goed. Dan moet ik natuurlijk weer achteruit inparkeren hier, want ja, stel je voor dat je hem rechtuit erin kan rijden. Dat is niet leuk. Oh nee, wel, het kan wel. Yes. Ja, Chromo weet al dat er een Monster Energy Coffee-achtige shizzle is. Maar dat is inderdaad een hele goede pannenkoekie. Dat is een hele goede en die koffie heb ik mijn hele kast mee vol liggen. Dus ja, dat weet ik. Lekker, geef maar een treetje. Gewoon zelf naar de winkel toe lopen. Ik vind alleen die met vanille lekker. Die andere vind ik niet zo. Oh, ik vind die andere juist lekker. Die met vanille vind ik niet zo bijzonder, zullen we maar zeggen.
Maar goed, pannenkoek, dat is goed om te horen. Ik ben blij dat je hem lekker vindt. Ik drink hem op dit moment ook. Yeah, it's very nice, it's very good. It's very, very, very nice, it's very good, hè. Maar ik wil weer met Terine ijskoffie drinken. Dat gaan jullie van de week vast wel een keer doen. Dat komt vast goed. GamerMest, dankjewel voor de 3 euro donatie. Beste Chromatec, ik ben ook YouTuber. En welk editprogramma gebruik je? Ik kijk altijd naar je video's. Wow, yo. Dus jij Dan weet je ook welk editprogramma die gebruikt. Ja, als je altijd naar mijn video's kijkt, wel. Maar we gaan nou wel heel realistisch erop in. Sony Vegas Pro gebruik ik, oké? Dus dan weet je dat, GamerMest. Super bedankt voor je donatie. Ik wens je heel veel succes met editen. Doe je best, maar je kunt ook gewoon Adobe halen. Als je toch opnieuw moet leren, kun je beter daarmee beginnen. Ricciardo, Ricci Portimordi, Art Ricciardo, very nice, thank you very much for the donation. Yo, Chromo, in deze tijden staan wij op onze kazerne te kijken naar jouw live. Groetjes de defensie, ga zo door, hè, puta madre. Dat zijn soldaten die nu kijken. Chromo, jongens! Is jouw TikTok official Chromatec of gewoon Chromatec? Official Chromatec. Nou, doe even allemaal achter in de chat typen, jongens, voor de Defensie Boys die kijken. Succes op de kazerne, jongens. Oh, maar jullie kunnen natuurlijk ook geen reet meer doen, want je kunt niet meer naar buiten, je kunt niet meer oefeningen doen. Hoe doen ze dat op de kazerne? Dat is kak. Nou, mijn ex die zit dus bij Defensie en die zit ook al weken thuis. Gewoon. Ja, maar als ik die fan zie, dan weet ik het niet meer. Daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Nee, laten we daar inderdaad maar niet op. Dat was een grapje, Zoomy. Als ik defensie. Ik snapte je grap. Ja, Challa, lach dan even, man. Kijk, daar brandweer niet lacht, dat snap ik, want die snapt hem niet, maar. Brandweer, je moet nou wel happen. Zeggen dat ik een lul ben. Brandweer is aan het stofzuigen. Het is ook niet te geloven, hè? Ik zit ook achter de vrachtwagen. Het begint met een N en het eindigt op een euken. Wat is het, brandweer? Nieuwbouwkeuken. Wat is het, brandweer? Niet beuken. Ja, inderdaad. Niet beuken. Duurde echt te lang, sorry. Gaan we nog een ritje doen of niet? Ja, ik ga nog even één ritje doen. Dat is wel leuk. Externe vracht weer? Ik ga even kijken. Ik ga eens even bij zo'n zaak gewoon staan en een vracht pakken. Dat kan ook, hè? Ja. Dat ga ik even een keer doen. Want dan kun je sneller rijden, hoor ik, of zo. Nee. Wat nee? Maakt niet echt uit. Maakt wel uit, joh. Hoppatee. Enter. Bats hem erin. Ja, maar dan hebben we geen LTV-gebieden. Iemand zegt, ik werk ook bij Defensie en ik kan wel gewoon werken. Oh. Nou, ik kan heel weinig hier doen, dus ik ga toch even voor externe vracht inderdaad. Want dit is wel echt, dit is echt poep. Even kijken, wat hebben we allemaal? We kunnen nog een ritje naar Turkije doen, we kunnen naar ik wil eigenlijk naar Hongarije, want we hebben de titel zo genoemd dat we naar Hongarije. Ik heb er eentje, Budapest. Ik heb er eentje naar Schled. Wil je Boeddha testen? Oh, ja, die heb ik ook. Naar Schled. We gaan naar Schled. Ja. Yep, doen we. Schled. Naar Schled. We gaan naar Schled. Schled. Wat is het? Schled. En we gaan het vervoeren. Maar Ricardo, succes. Oh, Schled bedoel je? Hallo, dat vind ik niet netjes wat je zegt. Sorry. Bedoel je die opslag tank? Nee, Henk, sperma tank. Oh, kom maar aan. Schled? Ziget, dan kan je wel een feestje Nee, bouwen. Nee, niet naar Ziget, naar gezet. Gezet. Goed gezet, zullen we maar zeggen gewoon. Ja? Goed gezet. Ja. Galitie. Diepvriesmaaltijd.nl. Kijk, dan moet ik me even naar kijken. Kleutviool. Klapperol. Ik ook voor jou, Challe. Ja. Oude zaadklapper. Oké, we rijden even lekker een vrachtwagen naar achter, jongens. Dat is mijn favoriete hobby. Mijn naam is Bobby en dit is mijn hobby. Hij maakte die beweging. Oké, rijd ik nog een stukje naar achter. Tuut. Boink. Peppy en Kokkie koppelen. Nou, ik ben gekoppeld met mijn trailer. Hoi, jongens. Ik ben een vrachtwagenchauffeur en ik heb er weer zin in. Ik zie niks. Even kijken of mijn nageltjes nog mooi zijn of ik ze bij moet veilen. Hey, ik moet hem nog halen, dus even wachten. Oh, jij moet nog zoveel halen in je leven, Mark. Ik ga nu er lekker vandoor. Nee, ik zal op je wachten, Mark. Hè? Als een echte trucker zal ik op je wachten als een echte trucker, maar. We gaan eens even een balletje mayo in Hongarije scoren, niet hé? Even, ja, waar gingen jullie heen? Wij gaan naar Hongarije. Ja, waar in Hongarije? Naar Schuttigheid. Ja. Oh, ja, spaghetti. Naar wel een spaghetti. Spaghetti. We gaan naar spaghetti. Dikke lof naar jou. Siebe, dankjewel. Dikke vette lof terug. Kom maar buik, ga maar. Ga dan. Ik heb ook eentje naar Amsterdam. Gewoon lof. Geen dikke vette. Wat?
Moet je ETS extra bijkopen, want dan kan ik de volgende keer meedoen. Ja, ik heb wel uitbreidingen gehaald, ja. Mark, lukt het al een beetje met je tilbal? Ja, ik ben nu onderweg om de... Jeetje, mine, man. Ben je gestruikeld over je eigen bal of zo? Nee, ik kan maar 60 rijden, dus ik kan niet harder. Je kunt maar 60 rijden, dat zijn een hoop. André van Duin met zijn daad krijgt een inspectie van een commandant. Ik ga gewoon naar te kijken, ja, die ken ik, ja. Die ken ik. Geef 8! En dan heeft hij dat touwtje om zijn neus. Here comes the money. Here comes the money. Zoomie is een lekker ding, zegt Harmsen. Nou, Danny is het zo niet. Nee, die wordt money. Thanks. Dank je. Ik zit hier beneden gewoon in de stream te kijken. Ricardo, dankjewel voor de 3 euro. Beneden, je hebt 1 verdieping. Chromo, nog 1 ding. Onze tank heeft meer pk dan jouw auto. Moest ik even vertellen. Ja, dat zou best, ja. PS is een grap. Oh. Maar een tank heeft toch sowieso wel 500-600 pk, lijkt mij, want die is zo zwaar. Ja maar welke Scania rij jij? Ik heb het over een tank, ik heb het niet over een Scania. Nee, maar jij hebt al geloof ik 730 pk aan jou nog. Ja, maar we hebben het over een auto, niet over een vrachtwagen. Oh, auto, ja, ik dacht dat je vrachtwagen ging gamen doen. We hebben het over mijn getune rollator. Nee, ik heb vet getune rollator. Ik ga even wat drinken pakken. Oh, Zoomie, dat vind ik zo leuk. Nou, Ricardo, super bedankt voor de donatie en knettervet, man. Tanks zijn de bom. Ik heb wel eens op een tank gezeten. Maar gewoon op de rand. En ja, dat was het. Dus ik ben ook vet cool. Ja. Ik ben bijna bij het bedrijf. Ik ga nu even wat zeggen. Thanks voor je donatie. Die schoot er goed in. Nou. Hè? Mark. Rij je door of ben je aan het loop? Nee, ik rijd door. Ik ben nu bij het bedrijf. Je bent nu bij het bedrijf. Daar ik de vrachtwagen moet aan. Hij is bij het bedrijf hoor, jongens, niet te geloven. Man belt naar EasyJet om een vlucht te boeken. De vrouw vraagt: met hoeveel mensen vliegt u? Waarop de man zegt: weet ik veel, het is toch jullie vliegtuig? Ja, inderdaad, een goeie. Daar is het hele punt. Je kunt de grens over naar Roemenië met allemaal poorten rondgen dingen. Poorten en rondgen dingen. Oké. Okay. Woont Born toevallig in Etten-Leur. Jochem Hermes. Dat klopt ja. Wat een toeval, hè? Je denkt dat toeval niet bestaat, maar het is toch echt zo? Dikke bok, toch? Toevallig. Slette heur. Kijk, ik heb de trailer. Ik ga richting de snelweg. Het schoenen zit op een hek. Nou, dat zal wel verf zijn dan, hè? Wil je nog een keertje rookworst eten van de HEMA? Ja, wie weet dat ik ooit nog een keer rookworst van de HEMA eet. Als het niet failliet gaat, natuurlijk, hè? Kom, welke muziek is op de achtergrond? Dit is Tobu, Cloud9. Dat is gewoon meneer muziek van non-copyright sounds. Het is gewoon gangster. Ja, Mark, het duurt mij te lang hoor. Ik rij al. Je lijkt wel brandweerman. Hij staat hier al. Ik rij al, ik kan niet sneller rijden. Wat, je rijdt al? Ik sta nog te wachten op jou, man. Ja, ik rij nu van het bedrijf weg. Ik heb nu al schade. Lekker slim. Ja, dat komt door jou. Hey, T-valpan! Kijk of je sneller dan mij kan! Ik ga nu hard rijden. Dan bakt het nog aan. Nee, ik heb een antibak laag erin, hè. Huh? Anti-aanbak keramisch laag. Of ik heb keramisch. Keramisch? Ja, ik heb keramisch gedaan. Ja, maar Ik heb T-valpan keramisch. Dat is heel mooi. Ik ga heel hard met vrachtwagen rijden. Hoe doe je de lamp aan, jongens? L. Ik heb een harde L, maar ook een zachte G. Ook een zachte G. How do you have Born leren kennen? Oh shit. I have Born leren kennen. I was playing Banished, a game. Back in 2015. Als je daar I was playing Banished. And then Born says something to me. And I said to him, you want to play with me? He said, yes. And then we played together. Here comes the money. Money, 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 money for the rugwash. Money. Thanks. Thank you. Ricciardo, thank you very much for the 3 euro donation. Even kijken, ik moet even opletten hier, hoor, want dit zijn de tolpoortjes. Dan moet ik altijd heel zachtjes voorbij knallen met 73. Hoppatee, bop. Ben je daar alweer, joh? Ja. Jij reed al, zei je. Ja, ik ben onderweg naar die tolpoortjes nu. Ik zal eens ook zijn vracht aan het halen. Oh, is dit... Wat... Oké, okay, ik zal zo meteen wel wachten aan de kant van de snelweg. Dit is de laatste keer, Chromo. Het is groen en het is groot. Nu gaan de meesten zeggen een tank.
Maar het is... Wat is het, jongens? Het is groen en het is groot. Een Hisoya Gigantus. Een bosje. De Hulk. Een bosje. De Hulk zou ook kunnen, ja. Nou, dat dingetje van Mark. Dat is groot en groen, toch? Nee. Wacht, ja, je hebt toch een bank thuis die groen is en een best grote bank? Nee, ik heb geen groene bank. Welke kleur dan? Blauw. Oh, blauw. Dat was even in de war, Ricardo, sorry. Heb je soms, hè, dat je in de war raakt en je denkt van... Nou sla ik dicht. Nou is het leven compleet. Nu wordt het stom. Een komkommer, zegt iemand. Ja, dat zou ook nog kunnen. Hé, hey, maar super bedankt, man. Thank you very much. En succes met je bosje. Ja. Bosje bloemen. Bosje. Ja. En geen vieze grapjes maken daar, hè, op de kazerne. Ik weet hoe dat gaat. Mannen onder elkaar. Stoms af en toe een grapje. Oh ja, weet je hoe dat gaat? Nou ja, want Dominique heeft een vriend en die werkt op de kazerne. En daar heb ik verhalen van gehoord. Ik had daar mee kunnen genieten, zeg maar. Dat had mijn humor kunnen zijn. Een beetje dat idee, zeg maar. Kromo, je bent de beste YouTuber. Ben ik het totaal niet mee eens, eerlijk gezegd. Maar goed, als jij het zo vindt, dan zal het wel zo zijn, hè? Ja. Gegroet, ome Kromo. Kijk, dat mensen mij al oom noemen, dat voelt al erg oud, moet ik zeggen. Binnenkort noemen ze me dan weer opa Badmuts en dat soort dingen. Pauwe Kooijmans staat midden op de weg stil. Echt waar, Pauwe Kooijmans leren. Dat zijn we toch gewend, man. Ja, maar dit is toch een eerste klas dikke aanbij. En vers uitgespoten zelfs. Wel mooi uitzicht trouwens, hier. Money voor de robots. Money. Thanks. Dank je. Eens even kijken, hoor. Prins Willem-Alexander van Braak. Dankjewel voor jullie donatie. Het was toch niet Prins Willem-Alexander. Weet je, je hoopt het moment dat Prins Willem-Alexander in één keer doneert, hè? En dat hij zegt van... Kromo, ik vind je echt een dikke mogol. En dat ik zeg van, nou ja, dat vind ik toch een eer als de koning dat zegt, weet je wel. En als de koning het zegt, zal het wel zo zijn. Maar goed, dat is dus niet zo. Alexander van Braak is desalniettemin een hele grote eer. Dankjewel daarvoor. Hey Kromo, ik kijk je al een paar jaartjes, maar ik ben nu de oude video's aan het kijken... Zoals City Skylines, Stoneheart, ik ben er nog steeds plezier van. Zou je misschien nog eens willen beginnen met City Skylines en dan Road to 1 Million? Je bedoelt inwoners. Misschien dat ik er ooit nog wel weer een keer met zoiets begin, maar ik denk dat ik het dan eerder live het zou spelen of zo. Dat ik heel een lange video kan maken. Money voor de Rubbers. Dank je. Maar Alexander, super bedankt, prins. En koning, sorry, het is al koning Willem-Alexander. Ik ben zo dom. Ik vind het gek dat hij mij gaat uitschelden straks, Alexander. Ja, dat zal jij nou nog te wachten of reed gewoon door? Ja, ik sta te wachten terwijl ik doorrijd. Oh, ik ben erachter gekomen dat het dus helemaal geen nut heeft, hè? Wachten terwijl je doorrijd. Oh. Het blijkt dat je dan gewoon naar voren gaat. Maar ik denk, pak een pompie. Oh ja. Maar hier staat er bij deze pompie staat een mannetje met een stompie. Dus ik ga hier even met Koos Stompé even chillen. Mooi, kan ik verstenken zo gauw. Ik sta op... op. Wel. Ja, ik reed al een tunneltje door. Dat is even net. Beetje beminder daar zo. Zo. Ik sta te wachten hoor, jongens. Kromo. Ik ben trots op je. Heb jij je vrachtwagenrijbewijs? Wel, want je bent zo aan het slingeren. Nou, ik ben eigenlijk gewoon een klein beetje bezopen. Ik heb al voor even een neutje zo. Weet je? Een neutje zo. Misschien af en toe even naar binnen. Zo. Goeie oude tijd. Lekker. Bonkie, is het bij jou op werk eigenlijk? Kapot rustig. Ah, dat is een goede zaak. Ik bedoel, als het nu kapot rustig is bij Monkie, dan doen ze eigenlijk alleen maar pauze houden. Dat is dus Monkie, jij kan helpen verhuizen binnenkort. Hij werkt in een hotel, dus hij kan er niet veel werk hebben, nee. Nou, het hele gebouw wordt herbouwd momenteel, of verbouwd. Dan kun je beter plat gooien en een nieuwe kopen. Ja, dat willen we ook, maar... Verdomme Kromo, ik dacht dat mijn headset kapot ging. Nee, het was een tunneltje, sorry. Kan net gebeuren. Gekke Klen, dankjewel voor de 1 euro donatie. De tweet is een première. Oké, de echte video komt soon. Gate Simulator. Nice. Waarom doe ik dit? Homo's zijn niks mis mee, by the way. Nee, dat is niks mis mee. Maar het is gewoon een spel, hè? Het is gewoon een goed spel. Het is nice. We love simulators. Mark doet altijd broer simulator. Dan doet hij net alsof hij mijn broer is. Vindt hij zo leuk, hè? Gaan we samen Lego bouwen in spelletjes en zo. Ik ben benieuwd, Reklein. Ik ben benieuwd. Thanks, man.
Ik vond het echt leuk dat jij mijn chat voorlas. Tim Gaming, ik vond het ook zo leuk dat ik jouw chat voorlas. Het is niet te geloven. Dat ik het nu ook weer doe. Zo stom ook weer. Ai, ai, ai. Geraspelde kersen. Quilkie met geraspelde kersen. Ga je Formule 1 2020 uploaden als die uitkomt? Misschien één video om een keer een rondje te rijden op de snelweg. Waarom sta je stil? Tibalt. Gewoon, waarom zou ik gaan rijden? Zo overrated. Omdat Mark de trage batsboer niet zo snel is. Traag batsboer? Ik ben 90 dus. Romo, je bent baas man, je zus. Wat is er met mijn zus, Nikita? Wat is er mee? Gay simulator met mijn zus doen. Ah ja. Hoeveel kilometer moet jullie eigenlijk nog rijden? 6000. 1135. 17 uur. 1136. Wat? Oh. Jij moet minder dan ik? 1135. Ik 1136. Ik sta achter je. Ik 1144 nu. Dus we kunnen gaan? Ja, ik kan helemaal gaan. Dan kan die paardenlul rijdt helemaal naar achter, man. Ik kwam er net een beetje achter dat ik voor ongeluk je stream weer halverwege aan had gezet. Ik denk, waarom klopt het niet? Oh, jij zit helemaal verder terug te kijken. Waarom staat de superchat uit? Omdat daar 30-40% gewoon vloef verdwijnt naar YouTube zelf. Dat is echt bullshit. Je kunt ook gewoon met een kleine moeite op een linkje klikken. Zal ik even voor. En dan gaat er een kleiner percentage poef weg naar andere bedrijven zoals PayPal en Tippy en dat stond in. Dus vandaar dat YouTube niet krijgt. Want YouTube heeft geld zat. Dus ik vond het wel zoiets van laten we dat maar niet doen. Maar iedereen die nog niet op subscribe heeft gedaan, doe even. Want ja, even abonneren. Bij de 4,50 was het, ja, gaat die zijn baardje verven. Ja, en mijn balhaar. En je neushaar. Nee, niet meer. Ja, neushaar scheren, dat is een goeie. Wat dan maar, ik heb je zulke klont hangen daar. Nee, maar waarom vind je het dan zo'n goeie? Omdat het erg pijnlijk kan zijn. Wacht even, ik moet even... Hoe weet je dat dat pijnlijk kan zijn? Wacht even, Mark, deze voor jou. Ik dacht een keer iets. Oh. Hey, Maakt niet uit, ik doe dit al vaker zo. Zo, de lucht hier, jongens. Zo, even een windje laten op de snelweg. Is altijd leuk. Hè? Kan gebeuren. Oh, het staat rentje breed. Ja. Nee, jij ook altijd. Zijn er mensen gecrashed of zo? Ja. Zou ik nooit doen, zoiets. Oh, ik zie nu ook op de stream dat ik wat verkeerd deed. Waar dan? Waar rij je nu? We gaan nu naar Hongarije. Ja, is heel leuk om te doen. Kleine botsing met een wind, dat heb je soms, weet je wel. Maar dat was Mark weer hoor, die beukte mij weer. Nee, ik was het niet. Ja, ik geef jou gewoon de schuld, vind ik lachen. Ik rijd er voorbij. Zo. Hij was een Roma. Holy shit, er staat in één keer Tim Verschoren midden op de weg. Te schoren. Waarom blijven deze video's niet op YouTube staan? Die blijven gewoon op YouTube staan, dus ik weet niet wat je bedoelt. Ja, dat waren met die copyright stream. Ja, dat was eenmalig. Dat is één stream van alle streams die hier niet online staat. Dus, maar pas hebben we ook weer dit gedaan. Wil je Rick Palmer gedag zeggen? Want die heeft zijn band te pakken. Ah, Rick Palmer. We gaan je missen, man. Dat wel, oprecht. Ik ga je serieus missen. Tot de laat blijven streamen, dat weet ik nooit. Hey, maar ook Worst, hartstikke lekker. Ga je nog een keer een monster giveaway doen? Vast wel een keer. Moet je gewoon mijn Instagram en zo in de gaten houden. Ga je dat allemaal doen? Nee, ik wil wel van goed. Heb je nog contact met Zuigsniper? Niet heel veel, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar hij woont ook 170 meter bij mij vandaan hoor, dus dat is ook wel een eind. 170 meter? Ik dacht dat Wander zo kort op jou woonde. Nee, die woont verder weg. Hoe kom je aan zoveel geld? Kan iemand het uitleggen? Ik heb heel veel dit spel gedaan. Heel veel gereden. Veel geld verdiend. Pip, pip. Kijk, vrachtwagenchauffeurs worden gewoon snel miljardairs. We hebben ook heel veel mensen ingehuurd. Ja. Daarom kan Bor een biefstukken van 60 euro kopen. Ja. En hij woont nog thuis. Nou, dan heb je ook weer zo wel 2 ton per jaar te pakken. Nou, we moeten weer wegen zo, denk ik. Oh, Mark, dat is voor jou wel lullig, hè? Ja, jij ook. Nee, niet iedereen doet dat voor mij. Nee hoor, ik ben niet zo zwaar. Oké, jongens. Daar gaan we. Wel vol gas, hè, Mark? Rem is angst. Niet. Ik moet remmen. Want ik ga vol gas, ik zeg het je. Niet remmen, Mark! Ik moet wel voorin. Oh! Ja, lummel! Ai, ai, ai. Oh, god. Mark, je staat midden op de weg, man. Ja, jij beukt tegen me aan. Ja, ik deed niks. Ik zei, ik ga niet remmen. Jij gaat remmen. Ja, ik moet remmen, want jij stond stil. Oh, Mark, je denkt ook nooit na, hè?
Dan ben ik mijn rit ook kwijt, dankzij jou. Sorry, Mark. Ik durfde niet te remmen. Remmen is angst, zeg ik altijd maar. Hoe zit het met Durp en Twente? Nou, Twente die is druk. Ja, is hij nog steeds druk? Ja, was Rocket League aan het doen. En Durp maakt tegenwoordig video's... van producten. Producten die hier Oh kak, ik ontkoppel mijn truck op de ding. Dat is niet handig. Columbia. Mark, ben je in de buurt? Ik sta in Erding. En ik heb een rit, dus komt goed. Oké, dan komen we je alsnog weer tegen zo. Mijn allergrootste excuses natuurlijk aan jou dat ik een tikje heb gegeven op de bibs. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ja. Ik zou dat soort dingen eigenlijk nooit doen in mijn echte leven, maar... Ik ga remmen. Ja, jij gaat remmen, dat is het inderdaad. Je zegt het zelf. Jij maakt de fout. Ik kon er niks aan doen. Ik zei, ik ga niet remmen. Shumi, wat vind je daadwerkelijk van Chromo? Wat zei je? Iemand vraagt wat ik daadwerkelijk van je vind. Ja, laten we het daar nou niet over gaan hebben, jongens. Dat is niet echt handig. Nee. Holy shit, mijn vrachtwagen stopt in één keer keihard. Ja, dat komt door die botsing op mij. Ja, dat komt door jou. Is echt niet goed. Wow, ja, iemand beukt tegen mij aan. Vind je nog steeds liever, Gerald. Oh, gelukkig, daar ben ik blij om. Pannenkoek, dankjewel voor de 4 donatie, jongen. Nee, ik hoef geen pannenkoek. Hou je nog genoeg over aan die donaties? Nou, daar gaat natuurlijk gewoon een deel naar de belasting. Dat is vrij logisch. En er gaat gewoon een deeltje af. Maar het is meer, zeg maar, als je die 4 euro doneert, dan gaat er maar een klein stukje vanaf. Maar als je 1 euro doneert, dan gaat er ook, zeg maar, hetzelfde stukje zo'n beetje vanaf. Iets minder dan, maar... Dus van die 1 euro's hou je gewoon een beetje iets meer dan ongeveer de helft of zo. Zo moet je dat een beetje zien. Maar met YouTube is schuim op poep, want toen had die ene gast 1 keer 500 gedoneerd. En dan hou je dus maar 300 over. En dan moet er daar nog de belasting vanaf. Oef. Dus uiteindelijk heb je dan echt geen ene reet. Dan zit je misschien op 180 euro of zo. En dat had ik zoiets van, laten we dat maar niet meer doen. Dat is echt grote onzin. Dat is zonde. Dus vandaar dat ik dat heb uitgezet. Snappen jullie het, jongens? Snappen jullie het? Nee, ik kan het ook niet uitleggen. Nou, nee. Dat gewoon al die gasten veel te veel alles afpakken en het zonde is. Ja. Dus moet gewoon 5 euro werd 3 euro en dan van die 3 euro werd het nog eens 2 euro. Dus meer dan de helft gaat er dan gewoon af. Ja, dat is echt doodzonde. Hoe lang ben je nog bezig met rieën? Ja, we rieën lekker deur. Alleen, we hebben een goede muur en we rieën lekker deur. Dat is gewoon een leemne. Over maar 1000 kilometer. Klimoten met het kletelen. Kilometer. Sta ik nou serieus met het verkeerde poortje te harken hier, ho? Ja, wel. Gadverdarrie. Ga open! Ah, nee, heb ik weer. Sta bij de verkeerde dekhengst te klatsen. Ai. Had ik maar die levenservaring van Zoomie, dan had ik dit ook nooit gedaan. Ah, weer. Ja, was maar eens zo wijs als dat ik ben. Ja. Wijsheid komt met de jaren, zeggen ze dan, hè? Yep. Ah, jongens, het spijt me. Ik moet even keren hier. Ja. Here comes okay, the money. Goed. Hey, hoe lang duurt het voordat jullie daar zijn? Niet zo heel lang meer. Ai, ik kan niet eens even keren op het gras! Money, thanks. Gatsidari. Pannenkoek, dankjewel voor de donatie, jongen. YouTube, vuile geld, boeren. Alleen dan met een H. Ja, eigenlijk wel een klein beetje. Maar bij Twitch is dat volgens mij ook zo, hoor. Het is met lid worden net zo. Als je lid wordt, dan gaat er ook zoveel 30-40% gewoon... Foef! Zo naar hun. Naar hen, naar hun, naar die gasten, naar die teelbalklappers. Maar het hoort erbij, zullen we maar zeggen, dat is het leven nou eenmaal. Je maakt natuurlijk ook gebruik van hun dingetje. Hoeveel kilometer moeten jullie nog? Wij zijn er bijna. Wij zijn er bijna. Ja. Cezanne, open nu, dank u. Wat een tolpoort hier, man. Even kijken, kan ik hem hier tussendoor klatsen met mijn dikke neus? Ja, oh. Nog een frikandelletje naast me rijden. Holy crap, we gaan op even in. Het is een beetje een beukfestijn aan het worden hier, ho. Nou, rijden, starten, lopen, gaan.
Hij is een beetje kapot aan het gaan, jongens. Ja, goedemorgen, mijn naam is Herman van der Brink. En je weet dat ik stink. Ja, ja, zeker. Doe maar even die controle, meneer. Hè? Basboer. Doe maar. Nou, controleer okay, maar. Ik heb allemaal dode eenden achterin liggen. En waar moesten jullie heen rijden? Wij rijden naar Hongarije. Waar in Hongarije? Ja, een stad, een dorp. Hij moet nog 16 uur rijden. Stef, ben je nou echt zo'n frikandel? Okay. Ik heb mijn stuur op 900 graden staan nu. Echt waar, jullie willen gewoon wat zo... Ik snap het niet. Je ziet toch dat ik hem op 900 graden heb staan, jongen. Oké, start de auto. Echt waar, jongen. Het is ook weer niet te geloven dit, hè. Nou, daar gaan we weer, hoor. Mark, waar sta jij nu met je hark? Ik moet nu nog 17 uur rijden. Dus ik kom eraan. Ja, en we hebben de range die klem. Ik rijd met Challe mee. Maar ik heb een snellere vracht, dus ik kan iets harder rijden. Ja, oh, die gas rijdt om de poortjes heen. Oh, wat? Sneaky. Hij is weg. Ja, dan heb je dus weg geteleporteerd. Oké, dat is cool. Hoi Trommel, hallo. Hoeveel procent heb je ontdekt van de map? Weet ik niet, waar kan ik dat zien? Escape menu. Escape menu? Bij escape zie je het daar. Dan moet je stilstaan. Ik sta stil. Aantal garages, dagen, 7 dagen. Ik heb min 30.000 euro winst gemaakt. Ik zie niet staan hoeveel ik heb gezien van de map. Inkomen, uitlaatsystemen. 20 uur. Speeltijd. Of moet je even op de wereldkaart kijken, dat kan ook. Ik kijk even op de wereldkaart dan, Miro. Nou, kijk eens even aan, wat heb ik hier gedaan? Ontdek 10%. Oeh, daar ga je wel heel hard doorheen. Hoezo ga ik er hard doorheen? Nou nee, die hiernaast me, die racht, ik kan wel doorrijden, hup, poink, die rijdt met een kilometer 60 tegen het boordje aan. Ik sta natuurlijk weer bij de verkeerde dingetje, of niet? Je moet dezelfde hebben die ik had. Gadverdarrie, er staat een poppetje bij natuurlijk. Da puta 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 puta. We staan helemaal klem hier, oh. Ja, het is een beetje krap daar, dus dat is iets beter moeten maken. We moeten wel beter sturen. Ja hoor, is mijn auto weer kapot. Ga dan rijden nou man, rakbal. Kom op. Je kan die toch fixen? Ja, nee, dat kan niet de hele tijd. Maar er zit een cooldown op. Nou, er staat weer een roze klem hier voor mij. Goeie dag, schotels. Ja, Wesley, het is allemaal goed met je. Komt ie later. Check je later, krijg een dikke kater. He, röntgencheck is in orde, u kunt doorgaan. Zuig mijn ballen, daar. Oh, staat mijn wereldkaart, staat er bovenin, ontdekt. Nee, jongen, dan moet ik weer door die shit heen rijden hier. Ja, ze zijn aardig van het team. Ja, gooi maar open hoor, Hans. Blokworst. Oh, Hans Blokworst hier zo, niet te geloven. Nou, dan moet ik hier weer stoppen. Ja, doe die check maar. Ja. Even geduld uit, ben je, alles is in orde. Fijne wens. Yo, Ren, Rijns, Willem. Leer rijden, man. Altijd die truck naar de zak. Ja, joh. Dit is niet te geloven, dit. Onbegrijpelijk. Nou, we kunnen nu eindelijk doortokkelen. Met de pijpen in de vlam rijden we terug naar Amsterdam. Er is nooit een brandweer geweest die zo stonk als een... Als een beest. Komt Carrie's mod ooit nog eens terug? Vast wel een keer, ja. Ja. Moet ik even kijken naar de server? Ja. Een keer. Ja, daar heb je een growth glycan, jongens. I think that we're gonna do it a keer. Oh, wacht, dat dit de vluchtstrook was. Maar het is gewoon de weg. We rijden op een mooi gebied. Komt er ook aan en iedereen knalt hierdoor. Ja, ik ga even typen hier al in de bocht. Dat is wel handig. Kan ik... Oh, ik kan gewoon sturen nu. Oh, shit. Dat is rechtdoor, hè. Slash. Oh. Arcoinel staat bij mij. Ja, doe hem de groetjes. Weinig poortjes moet ik zeggen. Ja, het is niet echt beveiligd hier, hoor. Het is niet echt, behoorlijk veilig, zullen we maar zeggen. Maar we hobbelen lekker door, dat komt helemaal goed. We rijden en we hobbelen lekker door. Eigenlijk ben je best wel een leuk kak-YouTuber. Ik ben blij dat ik een... Je heet ook Kroompie Condoompie, serieus? Wauw. Kroompie Condoompie. Kroompie zonder Condoompie. Ah, dan krijgen we heel veel mini-kroompies. Nou. Dan krijgen we mini-chromosoompjes. Dan krijg je kroompjes. Krijgen we chromosoompjes. Weet ik toch al? Chromosoompjes. Chromosoompjes, ja. Ah.
Ik word nu al gek als ik eraan denk, jongens. Dan zie ik mezelf liggen met een pamper op. En dan schijt ik in mijn pamper en dan denk ik, waarom doe je dat nou? Dan moet ik het weer verschonen. Gadverdarrie, denk na. Denk na als ik denk na. Zelfs ik denk na. Je kan wel Jack oefenen. Nee. Die. Ik heb nou meeluiden met de ringen. Als je met meid. Dat ze helemaal van die kroonpoos moet opvoeden. Ja. Verschrikkelijk lijkt me dat ook, ja. En mijn zeiken, jongen. Allemaal van die stuitenballen, weet je wel. Die zijn de hele dag stuitrode vloer. Duk. Hele lange vloer. Kroonpoos is alleen maar monster. Ai. Nee, dat zou ik nooit doen. Als jij een game developer zou zijn, wat voor game zou je dan ontwerpen? Sandbox games, zoals Minecraft. Alleen dan wat meer gedetailleerd misschien. Maar ik denk Minecraft, met waar mensen ook mods op kunnen doen en zo. Hetzelfde als Minecraft dus, alleen dan wat mooier. Dat lijkt me wel gaaf, dat je gewoon ook dit kan doen in Minecraft, weet je, om met een vrachtwagen rijden. Dus alleen dan kun je het allemaal zelf maken. Lijkt me heel erg. Dus eigenlijk een soort Minecraft en Sims. En GTA tegelijk. Ja. Scrap mechanic idee, ETF. Ja, we doen alles door elkaar. Gewoon dat we. Maar dat is ook het enige nog wat werkt, denk ik. De rest kent iedereen anderhand al. Kent u de game Wreckfest? Nee, dat ken ik niet. Maar Breakfast ken ik wel. Breakfast is leuk. Dat is een race game waar je auto's helemaal naar de... Ja, die heb ik al lang een keer opgenomen, hè. 2016. Ja, dat is echt super lang geleden. Gebruiken jullie mods voor Eurotruck? Ja, dit is de multiplayer mod. Nee, je hebt nog pro-mods. De Minecraft update in april, ja, dacht ik dat het in april is, maar het is er nog steeds niet. Dus het zal wel wat vertraging hebben dan, helaas. Maar zodra die komt, dan komt die, hè. Dus, hey, ik zie een groen op de kaart, dus ik zit weer in de buurt. Hey, wil je niet zo racinistisch doen? Ja, zo groen ben ik niet, ja. Kom maar op, of we slaan je een groen hoog. Hij is gewoon een beetje misselijk. Ik stuur wel een greenscreen shirt, dat zie je niet meer. Deze gast. Ben Verschoor. Ben even schor. Wat op, man? Hij denkt, ik gooi hem er even voor. Veur. Ben Verscheur. IJzer. She's go. Ja, we kunnen van alles nog een keer doen, jongens. Maar ik doe alles wat ik zin in heb. Dus zo gaat dat altijd. Dus je moet het er maar weer mee doen met deze kakstream. Ja, we gaan dan een keertje met je ergens. Money voor de rapwars. Money. We gaan dan een keer huis aan het verbouwen. We kunnen misschien een keer Ben Zegen niet doen, ja. Drink erger je niet. Dat hebben we Soemi en ik wel vaker gedaan. Wat? Oh ja? Drink erger je niet. Jij en drinken, Monkey? Jij zuigt fucking weinig. Ja, Monkey en ik hebben gisteren samen een bier gedronken. Niet helemaal samen, maar... Waar? Achter de computer? Monkey bier drinken? Ja, ik had het nodig. Ja, Shandy zeker. Shandy. Van die 0.0 bier zeker. Jip en Janneke wijn, oké? Okay? Jip en Janneke wijn, ja, dat dacht ik dus al. Ik ben heel geïrriteerd. Ja. Maar de waarheid komt toch altijd boven tafel, Monkey. Maar waarom dronk je bier, Monkey? Wat is er met je aan de hand? Ben je depressief? Ja. Zoek je nog een vent? Nou, nee, die niet. Mark, Oh, de hybrid. Nee, dank je. Hybrid wilde je liever. Wat, Mark? Ik dacht dat jij met Monkey... was laatst bij mij en hebben we het erover gehad. Jij zei van, nou, ik zie Monkey nog wel zitten als het echt niet anders kan. Mark, nou moet je ook eerlijk zijn, toch? Nee. Ik vind het wel een beetje eng dat het een lange twijfel was toen jij zei. Clancy79, dankjewel, man. Super bedankt voor je 3 euro donatie. Como, je kunt het beste kijken bij... Wow, de voortgang. Dan weet je hoeveel je ontdekt hebt. Oké, bij voortgang. Ja, ik zag het net 10% staan, bijna 11. Dus werking lekker. Nou, ja, ik koop elke keer uitbreidingen erbij, dus ja, dan ontdek je steeds minder eigenlijk. Ja. Dus dat is een beetje poep. Dus het is niet echt helemaal top. Maar goed, dat is het leven. Maar je hebt ook wel een beste kaart wat je kan ontdekken, dat wel. Ja, het is een relatief grote map, zullen we maar heel eerlijk bekennen. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar Clancy, super bedankt, man. Dan hebben we nog Pannenkoekie. Super bedankt voor je 10 euro donatie, jongen. Thank you so much voor de supporters. Je bent mijn favoriete pannenkoek. Ik gooi een beetje stroop erop, een beetje zout, peper, aanbeien, siroop. Vingertopjes van bekende mensen. Vind ik gewoon leuk. En dan eet ik het lekker op. Vind ik leuk. Welterusten, Chromo. Ik ga mijn graf in. Oké. Okay. Nou, gecondoleerd. Graf Dracula. Ik ben Oude graf, jong.
Morgen weer vroeg de wekker. Nou, ik wens je heel veel succes en sterkte morgen. Zet hem op. Denk vooral aan mij als je wakker wordt, als je onder de douche staat, als je naar de pili kijkt. En tot de volgende keer. Thanks voor de support. Wat is het eigenlijk? Het is bedtijd. Het is bijna half elf. Het is 22:22. Ja, het is 19:45. Bijna bedtijd, Nonnie. Ah, ik was gisteren ook een beetje thuis in bed. Ik ga iets anders kijken, denk ik. Paul, dat moet je zelf weten, jongen. Ja, no problemo. Ik vind het helemaal top dat je hebt gekeken. Super bedankt daarvoor zelfs. Hey, Kromo, als je op K drukt, heb je groot licht vast. Dan zie je iets meer van de weg. Ja, maar ik kan ook op... Daar ben ik nog onderweg, brandweer. Dus. Ik kan ook op vierkantje drukken op mijn stuur. Waar zei je het al? Oh, dat is wel een goeie, ja. Dankjewel voor de tip, brandweer. Ja, daar ben ik natuurlijk. Ik zal mijn ruitenwissel even uitzetten misschien, hè? Ik hoor je al in. Ben ik ondertoe onderweg naar waar wat jij stuurde? Ja, oh ja, daar sta ik al van. Ik sta bij het hotel te wachten voor jullie. Ja, nou, ik moet nog 799 kilometer. Ik denk niet dat wij daar vandaag aan kunnen komen. Nou, ik denk jij wel. Jij denkt jij wel. Ik moet nog naar Hongarije, hè? Ik zit in Hongarije. Zit jij in Hongarije? Ja. Maar daar kon je niet heen. Hongarije wel. Hongarije nog wel. Turkije kan niet denk. Ah, after the Black Sea. Ik kan geen idee. Welke slaapbal staat er midden op de weg stil? Oh, dit wordt een botsing. Ja, dat dacht ik dus alweer. Oh, wat een lul. Ik ben in de stad. Ga dan netjes op de vangrail staan, jongens. Op de vluchtstrook. Op de vluchtstrook of op de vangrail. Als je maar niet meer op de weg stil gaat staan waar niemand eromheen kan. We hebben weer een dikke crash gehad hier, oh. Ai, ai, ai. Ik ben er van het begin en besef gewoon dat deze balharen blijft kijken. Dat je Zoomy een balhaar noemt, baart me zorgen. Ik bedoel, ik weet dat Zoomy als ze zware... Zet je zware stem eens op, Zoomy? Hallo. Net Adolf. Maar toch, ik vind het wel... Ja. Ik weet niet, ik krijg er een beetje een slappe wortel van, zullen we maar zeggen. Maar ik ben wel blij dat je nog kijkt. Dat is altijd goed om te horen. We're riding door een tunnel, we're riding door een tunneltje. Oh nee, alweer. Weet je wel. Op de standrentje. Mark is echt. Oh, dat is gek. Gast, kies even je goede rijbaan, joh. Nee, kies zelf je goede rijbaan, joh. Niet jij. Niet jij. Nou, maar ik heb het tegen jou. Ik heb nog geen weghelm, maar niet nee, nou. Nee, helemaal niet. In Engeland niet. In Engeland, maar dit is je in hebt een kakhoofd. Ja, jij bent een pisvlek. Ik ben een pisvlek. Doei. Ja, doei. Pisvlek. Kom maar, wat vind je van 5G? Vind ik helemaal cool, man. Vind ik fantastisch. Echt, hou je toch niet tegen, dus je kunt er wel wat van vinden, maar dat komt er toch. 4G is mij snel genoeg, maar goed. Het moet altijd sneller, beter en als het meer straling oplevert, dan zien we vanzelf wel even eerder doodgaan aan allemaal tumoren en shit die we krijgen. We houden het toch niet tegen, want geld gaat boven gezondheid. Welk kanaal had jij in budget? Welke, de boordradio? Ja. 1. Oh, kun je dan meepraten op de boordradio 1? Ja, ik kan je meepraten. Oh ja, ik ga het niet doen, want dan hoor ik alleen maar Soekobliet en Ja, daar zit ook. Ik kan het kanaal instellen. Kom, je hebt toch allemaal balhaar op je hoofd geplakt? Ja, klopt. Ik heb eigenlijk geen baard, maar ik wil oud lijken, dus plak ik balhaar op mijn hoofd. Ah. Binnenkort Rutger, binnenkort een keer. In welk land rijden? We rijden nu bijna in Hongarije of helemaal bijna. We doing our best, zullen we maar zeggen. Kan ik deze gast inhalen gewoon hier zo? Zo, dat is nice. Even vals gedaan, jongens, maar als hij net voor me rijdt en hij gaat midden op de weg stilstaan, is een klein beetje vervelend, hè? Het maakt een klein beetje botsingen, ja? Dat is niet goed, dat is niet schön. Zie je groen of in de buurt? Voor mij is dat Mark. Dus verschoor, als je de stream kijkt, kun je achter mij blijven rijden. Achter mij? Dat is een beetje vervelend. Hoe kom je achter mij nog? Het is een beetje vervelend. Ik heb een snellere vracht. Het is een beetje vervelend. Het is een little beetje, kleine beetje vervelend. Nou moet ik toegeven dat me nog wel meevalt deze keer. Gewoon erachter blijven hangen. Oh, ik kan er net inhalen. Nee, iemand anders die Ben Verschoor rijdt, maar die stond net midden op de weg stil. Ja, maar... Dus als die nou gewoon even achter mij blijft rijden, dan komt het beter goed. Wat vind je dat Formule 1 niet doorgaat? Dat Formule 1 wordt toch, dat gaat toch wel door? Want ja, Hongarije ging door, geloof ik. Hè? Hongarije ging door, geloof ik. En Oostenrijk er ook wel? Ik weet niet, maar... Nou, laat het in de simulator rijden.
Ah, ik maak me daar niet druk om, jongens. Dan komen we weer goed. En anders volgend jaar alweer. Het leven is nou eenmaal zo met het scheidzooi. Doen we niks aan. Nee. Het zijn allemaal klootzakken. Oké, ik denk dat ik deze wel vol gas kan doen. Ja, dat mag ik. Ja, dat ben ik. Ja, dat kan ik. Ik ben nu in Pleven, jongens. Waar ben ik toch gebleven? Oh, hey, joh. Ik rij nu al jaren. Oh, hey, joh. Ik wil kleine chromootjes baren. Oh, hey, joh. Chromo. Moet je nagaan, hè? Dan ben ik aan het streamen met allemaal chromo's hier ook. Gewoon allemaal dezelfde, allemaal een baard. Petje op. Nou, dat wordt een chaos, jongen. Nog erger. Dat is helemaal niet meer leuk dan gewoon. Dan word ik gewoon geband, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Dat kan niet anders. Even kijken hoor, ik rijd door Pleven. Ik begin al te beven. Rij jij ook door Pleven? Ik ook. Pleven. Kleven? In Pleven is niks te beleven. Maar Kleven rij jij. Pleven. Met een P van Piemel. P van Pech. De P van Pech, die ken ik niet. Ik ken alleen de P van Pik. Ik rij even de rood, Plut. Sorry. Ook oh, even niet wat zo gaan. Ik rijd toch alleen en we moeten even doorrijden. We hebben haast. We willen brandweer beuken. Ik zou dat nooit doen, bro. We gaan ook wat brandweer, je bent gewoon een gehaktballetje met mayo, oké? Balletje met mayo! Ballen met mayo! Ballen met mayo! Ik zit hier nou toch aan mijn... Pikanel te spelen. Paninis. Aan je paninis? Paninis? Wat zit jij nu? Jij gaat om 10:30 s'avonds ga je paninis lopen vreten. Ja, in mijn vrachtwagen. Maar jij hebt al zo last van overgewicht. In de ondergewicht. Ja, hij weegt 62 kilo, jongens. Dat is ook niks. Hoeveel wegen heb je, brandweer? 60. Nog twee kilo. Vreten jij? Heb je geschoren of niet? Ah, weer een kilo lichter. Ja, dat twee dus. Niet te geloven dit. Welke server zitten jullie? Wij zitten in server 1. Kun je drugs simuleren doen? Ik heb al wel dat gezien. Ik stond al wel op de planning, ja. Dat je moet handelen en zo in de maffia. Laat maar lachen. Oké. Kroompie Kondopie. Ja, dat is weer niet te geloven, dit Kroompie Kondopie. Dat is echt gewoon niet leuk. Hoe heten mensen die in Hongarije wonen? Hongarijers. Hongarlaaiers. Hongerlaaiers. Goh. Hongerlaaiers. Dat is niet te geloven, dit ook. Hè? Ik ben even kijken tot het eind. Je bent echt een diehard, Frederik. Ik moet zeggen, ik vind het een mooi ding in het leven. Ik vind het wel fijn dat je dat doet. Superleuk. Ja, ik zeg al maar zo. Als je mijn poemen dan gaat fout. Ben je schoor? Als ik je nog even tegenkom, dan ga ik tegen je schreeuwen, hè? En dan ben je ook even schoor. Want dat gaat niet goed zo. Kom, wat vind je van GTA? Persoonlijk vind ik het niet echt leuk meer omdat er niks nieuws komt. Ja, maar we wachten op GTA 6. En die races blijven vernieuwd worden, want dan maken mensen dit weer nieuwer. Dus dat vind ik nog wel leuk. En ik doe heel vaak gewoon heel veel GTA, dan pauzeer ik weer even, dan ga ik wat andere spellen doen, zoals deze afgelopen week wat meer kak games, en dan ga ik weer wat meer GTA doen en wissel je het een beetje af in het leven. Hey, op wat dit? Ben jij naast mij? Ja. Hey, opbokken! Wagen het weer te doen. Daarom in de hoek. Maar ga eens even niet zo hard rijden, man. Ik ga gewoon in de hoek. Ja, maar je ging me inhalen op een dichte weg met dichte dingen. Ja. Nee, het was dubbel de baan. Ja, kom op, Mark, rem even. Hé, hey, als je nog geen vangrail hebt, dan moet je hem aan de andere kant houden. Marky, ja, weet de liefste van de hele wereld. Oké, dan gaan we weer. Bochtwerk hier aan zijn mannen van koor. Waar is jouw trollrace gebleven van vandaag? Hè? Ik weet niet waar je het over hebt. Ik heb vandaag helemaal geen trollrace. Een paar dagen geleden. En zet je grote lamp uit, joh, gek. Nee, joh, dat is goed voor de kijkers. Dan kunnen ze veel zien. Het interesseert Tony echt in dit spel. Pas op, Pim Schoor staat stil. Ja, dat is vervelend, hè? Hij is een very vervelende man. Hey Mark! Hey, Gerard. Gerard? Ga jij maar voor. Hey Gerald. Moet je hier wel heen? Ja. Holy shit. Hij sneed een hoekje af, denk ik. Ja, ik ook. Oh man, dat ging net goed, hè. Wat een driving skills, jongens. Holy shit. Wel, voor mij zat er een mail terecht bij jou. Ze is Danny al aan het slapen, Zoomie. Ik heb echt geen idee. Je hebt geen idee dat hij al slaapt. Ga even naar hem toe en prik hem even in zijn buik. Nee. Oké. Je kan hem ook gewoon bellen.
Ja, maar het is wel, als hij denkt dat ze wekker gaat, dat hij weer naar zijn werk moet, dat is ook wel lullen. Ja, dan boeit mij niet. Boeit jou niks. Maar je wil niet even lekker tegen hem aan liggen nu? Nee. Nee, je bent hem al een beetje zat eigenlijk. Nee, dat nou ook weer niet. Pop. Wat op, er komt een van rechts. Ja, dat is die Ben Verschoor. Schrikkelijke kill. Maar hij rijdt wel harder. Oké, we mogen weer harder nu. You left the city. You can now go 80. Oh man, that's great man. We go so fast. Yeah. Yo Dutch, check you later bruh. Check you later. Man, hoe lang moeten we nog rijden? Nog 9 uur? Ja, ze nog bijna. Oké, dus we zijn er bijna. Als we nou gewoon gas geven, gang is alles, dan zijn we er. Dat is wel nice. Dan kunnen we gewoon even lekker doorrijden. Jack is anderhalf, jongens. Oude zak. De King is in ruzie met Just Nicholas. Nou, gefeliciteerd. Vind ik echt. Ik ben blij. Ik niet ruzie dan. Ik ben blij dat ik dit hoor. Dit is vernieuwend voor mij. Dit is heerlijk. Is je weer bezig? Ik zou het niet weten. Ik kijk dat allemaal niet. Hoi, ik zit ook in de chat. Nou, gezellig dat je ook in de chat zit, Chris. Is toch niet een leuke, hè? Je kan een Razer PS4 maken. Ja, dat kan ook. Ja, zeker. Maar dan kunnen wij hem niet spelen. Nee. Oh, wat? Oh, shoo. Ik zag het aan. Kom, gelukkig rende ik. Wow. That was crazy shit, hè. That was very close. We were almost die. I sloeg een cruzie. Cruzie. Ting, 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 tong. Ting, ting, wing, ping, pong. Harder rijden. Hardico. Kom op. Very nice. We have to go very fast. Because we have drunk times here in this day. And we do this and we do that. Very nice. Oké, mooi inturen hier. Hoppa! Ja, gestroomlijnde bochtjes, Mark. Daar kun je wat van leren. Wat zei je, Charles? Heb jij zomer, winter of voorjaar of all season? Winterbanden. In jouw auto. Heb je nu winterronde? Ja. Nou, ik heb nu all season. Ik rijd altijd met winterbanden. Ja, waarom dan? Hè? Waarom dan? Je hebt het meeste grip. Oké. Maar in de zomer niet, toch? En geen all-season? Jawel, in de zomer hebben ze ook heel veel grip, hoor. Oké. Yeah. Nee, ik had de auto gekocht en ik heb er 2 setten winterbanden mee. En ik heb daar niet zoveel aan. Ah. Dus ik denk, ik rij gewoon 1 set op nu. Dan pleur ik die andere banden van die lelijke velgen, pleur ik op mijn set wintervelgen die ik nu heb. Ja. En dan koop ik nieuwe velgen en nieuwe banden voor het volgende jaar. Ah, oké. Dus dat is anders moet ik die velgen. Ja, ik ga nooit winterbanden oprijden in 5 jaar of 4 jaar, zolang je die auto hebt. Ja. Ik ook al goede rijdt natuurlijk. Hé, wie woont er in Emmen? Ik rijd relatief normaal. Wie woont er in Emmen? Bent er toch? Nee, joh, die woont helemaal niet in Emmen, die woont in Enschede. Daar gaat weer eens een mast. Een mast? Ja, dat is een 5G-mast. Nee, joh, het is eigenlijk een 5G-mast. Ze hebben elke keer gewoon een telefoonmast te pakken. Ja, ze gaan allemaal 3G-masten gewoon kapot maken. En 4G-masten. Alle masten kapot maken. Zijn een beetje, drollen. Ja, die levensgevaarlijke kerel is dat. Ja, dat is wel heel leuk. Straks wel eens in. Hé, man, dit doet het niet heel leuk, hè? Ga ik naar Rusland, dan kom je misschien tanks tegen op straat. In de game bedoel je? Of, Nee, heb ik niet gezien in de game nog. In de game zijn er geen tanks op straat. In real life weet je nog nooit. Het is Poetin, hè? Maxton Design spoiler als ik dat zou halen. Een kleinere, niet zo'n grote. Zo'n lompe spoiler vind ik niet zo mooi. Ik hou, I like it a little bit subtiel. Subtiel. Beetje klein passen wel bij mij, hè? Klein? Nou, dan moet hij smart nemen, denk ik. We hebben het over een spoiler. Ik weet een perfecte auto voor Tomo. De PLP 50. De PLP? Wat is de PLP nou weer? De PLP 50. Dat is een heel klein rotbakje aan met een brandweermotor. En dan moet ik erin gaan rijden? Nou ja, je past er wel in. Waarom pas ik erin? Ik ben 1,90 meter bijna. Nou, Jeremy Crash past er ook in, dus ja. Maar dan pas jij er ook in? Ja, dat zal wel niet goed zitten, maar... Maar dan past iedereen er bijna in? Ja, precies. Maar het zijn wel hele auto's. Het is dan wel wat voor brandweer. Ja. Dikke V8 erin, of een 400cc erin. En 3-cylinder brandweer, 2-cylinder, dat is wel altijd voor jou toch? Nee joh, gewoon 8-cylinders. Nee, 2-cylinders brandweer. Ah, doe dan 12. Eco-friendly. Eco-friendly. Doe dan 12, heb je het gelijk goed? Zo 12. Ik ga midden op de weg rijden, zodat de gas me niet kan inhalen hoor. Dus als jullie denken, wat rijdt hij scheef? Dat is om die kerels die me net willen inhalen, dat is echt verschrikkelijk. Uh-huh.
Hij is even schrikkelijk, man. Hey, wanneer doe je ook weer eens een Eurotruck, maar dan met een joystick van een vliegtuig? Dat blad wel aan jou ook. Dat mag jij doen, inderdaad. Ben jij dan achter mij aan het rijden, Mark, of iemand anders? Nee, dat is Wesseltje. Ik rij daarnaast. Naast Wesseltje. Wesseltje zal mij wel een beetje irritant vinden, denk ik. Oeie. Nou, dat maakt niet uit. Oh. Dit ben ik wel achter je. Hé, hey, maar Brad, wanneer ga je je stuur nou eens laten nakijken? Oeh. Moet je nou alleen nieuw draad opgesoldeerd worden? Ja joh, nieuw draadje opsolderen en gaan, toch? Hé, Tjalle, eerst even gewoon. Wat nou weer? Een van die koningen, nou, misschien, misschien? Ah, is het doorgegaan? Zou kunnen dat ze dat, ja. Ah, afspraken hebben. Maar dan mixen we niet met Kaikas. Stop alsjeblieft voor inspectie. Klopt, je zag ik. Ja, daar heb ik echt geen zin in nu hoor, ik sla ik hierover. Ja, je moet. Wat moet? Nou, inspecteer maar. Hallo. En wat dat moet. Goede reis toegewenst, zeggen ze. Ha, de moed, zeggen ze dan. Ik ben een... Waste of time. Ik doe niet aan die time wasting business. Ik ben een snelle rijder. Je hebt die Ben voor Schoor weer achter je, hè? Ja, dat zal alweer. Ik word weer slingeren geblazen, dus. Niet geloven. Dit gaat niet aan een afslag ook, maar daar kun je dan niet heen. Dus dat is gewoon detail of zo. Komt er een beeld als je abonneert? Nou, abonneer maar eens even op mijn kanaal, jongens, hè. Doe dan maar even een duimpje even omhoog doen als je wil. Hey, toeter. Tuut. Wat de lelijkste toeter ooit. Als dit zo klinkt. Iedereen staat nu stil bij de douanepoort. Word je ook niet vrolijk van als het zo klinkt. Gewoon gebruik je mods. Ja, ik heb wel DLC's. Welke weet ik allemaal niet meer precies eigenlijk. Wat is de bedoeling van dit spel? Milan, ik zal het even uitleggen. Je drukt gas in. Je gaat een beetje sturen en af en toe een beetje remmen. En ja, dat is het. Een beetje rieën over de weg. Door Europa in. Als een echte vrachtwagenchauffeur. En als je dan bij de ding bent, dan kun je een lijn lossen. En dan rieën we naar een volgende plekje in de wereld. En dan rieën zo lekker Europa door. Het is gewoon mooi werk. Weet je, het is een beetje rustgevend gewoon. Je riet lekker met dat dingetje van je, met die dikke knalpuip eronder. En dan knetter je gewoon lekker door de straat heen. En dat geeft gewoon een bepaalde rust in het leven van de mens. Dat je denkt van, kijk, hier krijg ik een lekkere winterpeen van. En dat is wat we aan het doen zijn. We zijn gewoon lekker aan het rieën. Lekker met de vrachtwagen aan het rieën, lekker diesel stoken. Gewoon lekker die opwarming van de aarde een beetje voortbrengen en zo. Dat is gewoon een mooi werk, man. En die mensen zijn allemaal blij, hè. Komen we dat aanbieden, mensen. En dan zeggen we, kijk, ik heb weer een bonk plastic achter in mijn vrachtwagen liggen. Haal hem maar uit. Oeh, dankjewel, vind ik helemaal mooi, geweldig. Oh, joh, zus en zo, zus en zo. Ja, daar ben ik gewoon blije mensen ermee. Ja, dat maakt toch? Oh, potverdekken, maar dan riep ik me wel van aan de kloon om de stoeprand. Wat een gedonder allemaal, hè. Dat was ook bij je tegenligger, dus... Kom, heb jij een schakel of een automaat? Ik heb een automaat. Dat weet je nou onderhand wel. Je hebt het zelf ingesteld, man, flapdrol. Ik heb niet al zin in. Rustig aan, hé, jochie. Je hebt nog geen shifter, hè? Ik heb helemaal geen shifter, man. Ik heb alleen controle en alt. Ik heb geen shift. Ik gebruik geen shift. Dat is voor mijn angst. En angst is bleh, poep. Het is wel heel rustig hier. Je kunt zien dat de corona ook toeslaat in deze wereld. Ja, dan wordt het dan weer rood ook, hè. Dat vind ik van die nare momenten, hè. Dat het dan weer rood wordt. Ja, dat dus, jongens. Speel jij deze game echt? Nee, ik speel deze game helemaal nep. Ja, waarom zou ik het echt spelen? Dat zou doodzonde zijn. Wie gaat er nou een spel echt spelen? Ja, hij gaat al, joh, meteen toeteren schrik met de pestpoeders hier. Goedemorgen, man. Mooi, hij schrikt zich een keer. Oh, verschrikkelijk dit. Jonko klappen? Ja, lekker. Af en toe geen been van scheur. Lekker een beetje, lekker een jonkeltje klappen achter het stuur. Hier staan mensen stil te chillen. Geen anderhalve meter, hè, jongens, pas op. Ga je morgen streamen? Morgen gaan we GTA streamen, ja. Dan gaan we morgen GTA race doen. GTA wat? GTB. Ah. Bij mij is gaan we de Grand Tour doen? We gaan de Grand Tour doen, ja. Oh, lachen. Met of zonder die video, die mafketers. Ja. Naasje. Ja, sorry Ben, maar jij bent vervelend. Ben vervelend. Gewoon een schrikkelijke kill. En daar hoeven we niet van, hè. Dat is schrikkelijke kill. En G-Motten gaan we binnenkort wel een keer naar kijken. Ja, wij zouden een server gaan bekijken en dan opzetten en dan komt alles goed. Oké? Okay? Wat voor Scania rijd ik, Tjalle?
Voor mij was het de S37. De F37 rijdt met 750 pk, dikke pitch. Hop, 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 730 pk, pop, 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 pop. V8. V8, pop, 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 automaatje, klassie, 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 klassico. Ja, ja. Automaatje, gewoon heel simpel, gas en drukken, gewoon... Ga met die banaan. Waarom schakelen als je gewoon wil rijden gewoon zo, hè? Gewoon gas geven hiermee. Dit is waar we voor leven. Dit is waarvoor ik besta. Dit is een heel scherp bochtje. Dat is ook wel leuk af en toe. Oudste rotonde. Oh boy. Hey Charlie, kun jij met een V10 blok schakelen? Tuurlijk kunnen we met een V10 blok schakelen. Wat denkt hij zelf? Je kan instellen. Je moet even niet zo cool doen nu. Ik wil hoeveel schakels heb je op jij je pookje zitten, Charlie? Hoeveel schakels heb je op je pookje zitten? Ik heb een 6-bak, maar ik heb 2 knoppen. Dan kan ik op een split en range doen. Oh, dat is kak. Nee hoor, dan kan je eigenlijk. Ja, maar ik heb een Chromo naast me. Ja, wat is er? Ben verschoor. Oké, dus ik moet naar links. Was naar hem, niet naar jou. Ah, nee, maar ik zie. Maar er is dus een mod voor je snelpoot. Dan kan je dus 2 extra knoppen erop mee aanmaken. Ja. Dan kan je dus extra schakelen. Ah, oké. Dat is dus een heel erg slim. Ja. Dat je nog niet in slaap bent gebleurd, is een godswonder. Nou, ik heb natuurlijk gewoon een energietje gedronken. En ik heb allemaal verdachte pakketjes achterin liggen. Daar heb ik even een geur van genomen, zeg maar zo. En energie voor dag, hoor jongens. Ja. Maar ik moet ook zeggen, de rit is langer dan ik dacht. Maar we zijn er bijna, hoop ik. Hoe kon Hongarije zo ver weg zijn? Ik dacht dat het niet zo ver rijden was. Ja. Holy crap, jongens. Dit is echt verschrikkelijk. Ik eet nu een heerlijke banaan. Ik ben dat ben ik, blij dat ben voor ik. Je. Niet slingeren. Wat ben jij? Niet. Ik zal hem tegenleggen. Ja, volgens mij kwam hij hem ook tegen. Ik heb je gered, Mark. Als ik jou niet had afgesneden, was je vol tegen die keutelkees in de tegenligger aangeklatst. Oh, dat wilde ik zo graag zien. Ja, dat was echt toeval ook weer dat die gozer daar aan kon rijden. Heb je het overleefd, Mark? Ik heb het overleefd. Jammer. Ik vind het toch wel weer jammer. En jij rijdt voorop, hè? Ik rijd voorop, ja. Yeah. Dan moet je gewoon vol je handrem erin. Nou, ik wil het wel één keer doen, maar wat gebeurt er dan? Oké, dan ga ik. Brandweer. Heppa, zo. Nou, gebeurt dan niet veel brandweer. Heb je ook je stuur omgegooid? Nou, kijk de stream maar. Gaat allemaal relatief makkelijk. Oh nee, nu rijd ik weer achter Ben Verschoor. Oh nee, ik ga net wat sneller weg. Ja, ik kan je nu nog niet. Ik ga je niet afsnijden, Ben. Zo ben ik niet, hè, Ben? Nee. Maar ik wil wel naar rechts, Ben, dus ik ga mijn kniplicht aanzetten. En dan ben je gewaarschuwd. Daar ga ik, Ben. Ja hoor, Ben. Komt die aan. Ja, lekker, Benny. Hè, daar gaat hij. Oké, dan kan ik nu even dit doen. Ho. En dan. Oeh! Kijk eens even aan, jongens, hoe snel dit allemaal weer gaat. We zijn van die snelle landrotten wij, hè? Ja, ik heb hier bijna behalve mijn dieseltank leeg laten lopen. Hoezo heb je je dieseltank leeg laten lopen? Ja, ik heb hem de hele tijd laten lopen. Waarom? Ja, om het warm te houden hier in de cabine. Maar je, zit toch thuis in achter je computer, je zit er niet in de cabine, hè? Ja, hey, brandweer. Ja. Ik snap er echt gewoon niks. Die vrachtwagen, we hebben vaak strandkachel. Ja, strandkachel. Zandkachels. Een zandstrat, strandkachel. Nee, daar hebben een aparte tank of zoiets, een apart motor voor de kachel. En de steek eens in de fik anders, hé. Nou ook. Er is een auto met een versnelling. Er is een auto met versnellingen. Kon ik zeggen, Regera, wat? Maar alle auto's hebben toch versnellingen bijna. Mm-hmm. Behalve sommige elektrische, maar... Alsnog moet je voor en achteruit. Heb je niet bezig met de Weet je of Zoomie nog reageert? Zoomie, hallo? Hi. Nee, Zoomie reageert niet meer, jongens. Ik denk dat ze slaapt. ik bedoel, ze is ook een dagje ouder aan het worden, hè? Ik bedoel, deze week wordt ze ook 42. En dan heb je gewoon snel slapeloosheid, zeg maar. Maar ze moet morgen nog één dagje werken. Dan heb je alweer vroeg pensioen, hè? Yep. Oude lullendaagjes kan ze alweer opnemen. Dit gaat niet helemaal lekker, maar gaat op zich best. Niet te moeilijk doen. Mark? Ik zal mijn verjaardag maar niet geheim houden hier, hoor. Je wil ook maar geheim jouw verjaardag, Challe. Ja, het is er
Wanneer ben je jarig, Challe? Tussen 1 januari en 31 december. Oh, dat is toevallig ik ook. Ja, raar. Dat snap je weer niet, hè? Waar is dat biertje, Chromo? Dat biertje komt morgen weer. Ik had monster te staan. Maar ja, oh, had je zelf aan? Ja, money, 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 money voor de rugworst. Money. Thanks. Ja. Thank you. Hey, een toen al. Dankjewel, dikke banaan voor de 3 euro donatie, jongen. Chromo, even een BMX-vraag. Ik heb een cult-naaf. En ik moet mijn driver vervangen. Oh. Er zijn meerdere drivers die hierop passen. Ik ben gecrashed, ja, nee, tegen van rail. Je moet even kijken naar een cult-driver. Je hebt RAD, LHD. Sommige kun je draaien, sommige niet. Dus dan moet je eventjes, denk ik, gewoon SoulCycle bellen daarvoor, wat het allerbeste is. Ja, snijd ik eraf, hè? Je moet even kijken wat alle... Wat het beste is. Pak hem morgen wel. Morgen dan. Ik op die Ben Verschoor naast je. Oh. Oh. Remmen. Tankstation. Daar komt Ben weer voorbij, jongens. Dikke banaan, je moet er even kijken dus. Want ik durf dat niet te zeggen. Ik heb me niet verdiept in cultnaven. En ik heb zelf geen cultnaven. Ik heb Primo Mix. En dan is het heel makkelijk. Want dan koop je gewoon de Primo Mix driver. En die plop je er zo in. Maar mijn cult, weet ik, wijs ik das niet. Nee, dat wijs ik niet. Dus moest u zelf even kijken natuurlijk. Maar super bedankt voor je support op mijn kanaal. Dankjewel voor je donatie. Thank you very, very much. En ik hoop dat je eruit komt met je BMX. En anders kun je me altijd nog een e-mail sturen. Alleen, ik denk dat je eerst even SoulCycle moet mailen. Want die weten dat gewoon, weet je. Of in ieder geval iemand die BMX'en verkoopt en repareert. Die weten wel wat jij moet gaan doen. Wat is los, weet je wel. Wat is los, dat weten zij wel. Dus dat komt wel goed. Ja, ik ga nog wel weg. Chromo, ik had op je bericht geantwoord van je vliegers van de auto en de tip helpt heel goed. Ik zal dan ik heb daarna gekeken, ik heb er wat tips van gehad. En die ga ik zeker uitproberen, qua spulletjes en stofjes en dingetjes. Poffertjes, kriktjes, poffertjes, kriktjes, poffertjes, kriktjes, poffertjes, kriktjes, poffertjes, kriktjes, poffertjes, kriktjes. Hé hey, Chromo, is Hybrid al lang weg? Nee, pas 2 uur of zo. Ja, zoiets. Anderhalf. Oh, was je weg dan? Ja, tijgen zo kan hij zo hard door die bocht heen klappen zonder om te vallen, joh. Onbegrijpelijk. Ja, de tijd gaat hard. Doe dit spel een keer in VR. Dat is alleen in singleplayer. Ik heb geen VR hier opgezet. Dus dan moet ik dat ooit nog een keer... Ja, oh, dan ook een... Ik heb geen VR. Ik heb kapot geslagen met een hamer. Ja. Ik heb wel een game voor je. Beat Saber. Wat is dat voor spel? Dan moet je bewegen en dan heb je 2 zwaarden. Dan moet je dus blokken en... Maar wat heb je daarvoor nodig? Een VR-bril? VR-bril en die... Ik zeg net dat ik hem heb kapot geslagen met de hamer. Ja, had je niet moeten doen! Ja, ik heb hem met de hamer kapot geslagen. Ik was even bij René de Gijp langs geweest en wilde ik zijn auto even lenen. Nou, René de Gijp die reed snel weg. Ik weet niet, was druk waarschijnlijk of zo. Dus ik heb die hamer, heb ik toen maar mijn headset mee kapot geslagen. En vooral mijn VR-headset dan, hè. Sommige YouTubers die Eurotruck doen, die met 3 schermen, dat ze gewoon de complete cabine voor zich hebben. Ja. Je kunt op internet een pad kopen, daar zit een sensortje op. Ja, het pad. En een andere sensortje zet je op je computer. En dan kijkt hij zo mee op je schermen. Ja, het pad. En jij kijkt omlaag, beeldscherm kijkt omlaag, jij kijkt naar links, beeldscherm naar links. Maar dat is wel heel grappig, ja. Ja, maar het werkt niet helemaal vlakkeloos. Oh. Dit is zo'n head tracker, dat heb Blocky Games doet dat ook. Die gebruikt zelf eigenlijk bijna niet, geloof ik. Oh. Dus het is leuk, maar. Oh. Het is heel gevoelig. Dus je maakt me blij met een dode mus. Ja, bedankt, Jalle. Ja. Hé, je mag er naar kijken. Nee, maar ik ben nu heel verdrietig door jou, hè. Kijken, nooit kopen. Ik wil het proberen, ja. Nou, dan ga je proberen. Oké. Kost je €200. Ja, wat? Laat maar zitten, ik ga niks proberen. Goeie lieve dag, jongens, man. Ik ga naar bed. Slaap lekker, Zoomie. Is goed. Laatste, bijna doei. Laatste nachtje als jonge vrouw. Ja, tot morgen. Geniet ervan. Doei. Beste Bonk, schaam maar. Laatste. Oké, doeg. Was niet misschien heel vrouwelijk om te zeggen, hè? Beste Bonk, schaam maar. Ach. Ja. Hé, shit, kijk precies mijn vriendin nu weer. Hoi, schat. Beste Bonk, schaam maar. Ik bedoel schapenhaar, hè? Ik zei schapenhaar. Morgen weer face-to-face, Chromo. Ik kan er misschien 1 face-to-face inzetten, maar dan doe ik wel non-contact. Dus dan heb je er niks aan. Heel graag! Met 30 man face-to-face is not done. Okay. Of gewoon alleen maar face-to-face racen. En 10 daarvan... Nee, wacht even. 6 daarvan op contact.
Ja, dan... Kijk hoe lang je dan bezig bent. Het wordt een hele lange avond, zullen we maar zeggen. Ja, vooral als die... Nou, je moeder is een plopkoek, die gaat even aftrekken in de badkamer. Succes ermee natuurlijk. Welke server zitten jullie? Server 1. Kom ook, ik stuur voor de eerste keer een berichtje, maar ik ben een Belg trouwens. Hallo, welkom bij de stream. Leuk dat je wat stuurt. Kom maar, wanneer heb je voor het laatst je wortel getrokken? Nou, ik woon tegenwoordig samen, dus dat is niet echt meer nodig, jongens. Als je begrijpt wat ik bedoel. Kompie, ga je naar Nederland? We rijden nu naar Hongarije. We gaan naar Hongarije. Ah, om de titel waar te maken. Weet je rechtdoor, wel? Hè? Wat? Ja, rechtdoor hier. Oh ja, man, dat weet ik, man. Ja, weet je, man. Garbochie? Ga je een open puup op je vrachtwagen zetten? Kan dat, dat je meer herrie hoor? Single player. Oh, nou daar hebben we niks aan. Ja, maar je kan hem wel, als je die tuning patch hebt, een andere uitlaat erop zetten. Maar of het ander geluid gaat maken, weet ik niet. Niks, het is gewoon hetzelfde. Nou, ja, maar stom. Ik weet niet of ze met die update aanpassen. Alleen single player kun jij de V8 sound als mod doen. Dat is wel een mooi geluidje voor mij. Met welke kanalen praten jullie met elkaar? Teamspeak, dat is de beste kwaliteit als je dat wil doen. Chromo, misschien een grote kathedraal, leuk om te bouwen in Minecraft. Een kathedraal. Maar we zijn wel wat dingen nog in Minecraft aan het bouwen waar we nog mee verder moeten gaan. Dus ik ga nog niet een te groot project op me nemen. Ik ben even mijn ondergrondse basis nog even iets aan het uitbreiden met de chest en dat soort dingen. Dat wat groter kan worden. En zo door, oké? Dus dan moeten we even kijken in de toekomst wat ons dat ons gaat brengen, hè? Oh, ik ben nu ook wat onder aan het uitbreiden in Minecraft. Oh ja, wat ben jij dit naast mij? Nee, okay. Ik zit achter je. Noodrem! Dat is Wesley'tje, oh. Wesley'tje! Ja, hey Challe. Ja. Gewoon noodrem. Voetrem en handrem, sta je zo stil. Ja, oh, noodrem erbij. Ga je een film maken over rookworst? Rookworst en de Voederbeatles. Lijkt me een goede filmtitel, ja. Rookworst en de Voederbeatles. Dat is helemaal mooi. Daar is toch wel pleuris shitzooi. Hoe lang ben je live? We zijn nu 3 uur en 31 minuten live. Oh man. What the? That's too long, man. This game is not good for your health. Ik denk dat you're ik daar ga kappen. Hey, dames, we zijn er bijna. Hey, ben je er ook nog de hele tijd, man? Ja. Ja, ook zo stil in je dokus kwak. Leuk dat je niet hebt meegereden, trouwens. Nee, ja, ik had het niet verwacht dat zo laat zou blijven, eerlijk gezegd. Ja, maar wat kwam je doen dan? Ja, gewoon even hoi. Wat heb je gespeeld? Voor mij is hij met de Discord bezig geweest. Techmins. Wat heb je gespeeld? RuneScape. Je hebt alleen RuneScape gespeeld? En een beetje YouTube openlopen klikken, andere dingetjes openlopen klikken. Dus jouw avond is gewoon compleet verneukt aan RuneScape en YouTube dingen aanklikken? Wat ben jij nu aan het doen, vraag maar. Wij zijn hele nuttige dingen aan het doen, want ik rij weer achter die Ben Verschoor en die zit mij weer een beetje half af te remmen. Nou, dat is nuttig. Ja, dat is leuk. Zit jij goed bezig? Ja, ik heb een kakleven. Hoeveel kilometers moet jullie nog? Een paar. 119. Twee kilometer. Nou, tot morgen dan. Ik achter je. Ja, dat klopt. Doe je, hè, Monkey? Hoe zat het trouwens met je GTA? Kan ik het voor jou nog jouw oude account gebruiken? Ja, ik baas even de nieuwe. Want die andere staat ook nog wel in mijn Rockstar andere games op. Oh, zegt zo'n kijken. Ah, top. Ja, nou, dankjewel. Maar dat komt van de week wel. Ja, joh. Ik zal daar morgen eens even naar kijken, als ik niet vergeet. Je moet nog een leuke naam verzinnen. Honky 96NL. Ik verzin een naam voor je, dat komt goed. Zo, misschien weten de kijkers wel een leuke naam. Nee, ik verzin een leuke naam voor. Kom goed, ik ben daar heel goed in, dus dat komt helemaal goed. Het werkt 2 positief getest. Corona 1 is genezen, 1 is overleden. Ja, die oude mensjes die gaan er aan onderdoor. Ja, joh. Dat is een feit. Allemaal een keertje. Die nou niet gaan, gaan ze volgend jaar wel. Hey, de ballen. Yo, de ballen. Ballen. Als niet vallen. Oude zaadvlek. Al wie niet zo. Yo, trekbeer. Nou, dat was onze dikke anus klapper. Monkey. Fantastische gozer. Hoi, ik ben Harley. Hallo, Harley. Davidson? Ja, nee. Niet Davidse zoon. Niet Davidse zoon. Nou, daar gaat de beast weer. Die heeft de hele dag zonder aanhanger gereden. Die heeft niet veel verdiend, kunnen we vertellen. Nee. Ja, nou, moeten we weer wegen hier? Nee, toch. Wat hebben ze met dat wegen de laatste tijd? Wat een ellende, man. Opbokken met je weegknap-klapschaal. Ik doe daar weer niet aan mee, hoor. Maar kan je alleen via die kant? Hoi, yo. Hoppa. Jeetje, onder de 100 kilometer. Hoppa. Kan ik hier over de stoep heen klatsen, want dit is wel kak. Want er rijdt hier een paardje naast me. Oh, ah. Ah, het was de beest. Oh. Ai.
Oh. Sorry! Dit was niet mijn schuld. Hij komt helemaal goed. Ik heb maar 39% trailerschade. Oh. Dus het komt goed. Komt goed. Vaak ben je te bang, Mark. Hey, maar we kunnen hier nog wel even zo meteen een vrachtwagentje tunen. Oh ja, lijkt me echt zo leuk. Ja, heb je dat meestal ook even gedaan? Oh nee, ik ga eerst even met een rit afrijden. Ja, als we de rit af hebben bedoel ik, hè? Ja, dat is, ik weet niet hoe laat het dan is. Ja, ik ben al bijna klaar. Come on, let's go. Ja, jij bent een snelle jongen. Ja, wij hebben al die tolpoorten, jongen. Dat is helemaal kak. Ik rijd achter jullie. Oh. Jij rijdt achter ons. Ja. Maar dat is altijd... Geert, jij eerst? Moet ik eerst? Nee, ik zeg, ga jij maar voor. Oké, we gaan wel lekker, jongens. We gaan wel hard. Hoeveel kilometer met jullie nog? Ik zei 64. Nou, dat is verder dan je denkt, hoor. Ja, ik sta hier al... Ja, jij staat daar te staan de hele tijd. RST, detail, ik weet niet wat mooi werk is. Wat mooi werk, wat wie, wat. Misschien heb ik ook corona, want ik heb al 2 weken een vieze hoest. Ja, ik ook, ik heb ook een hoest, ja. Maar 2 weken? Het zal allemaal wel, weet je wel. Het zal allemaal wel. 150 hoef je er niet zo druk op te maken, 60. Even kijken, hoor. Afslaan. Afslaan? Laat je je motor afslaan. Nee. Dat moet je niet doen, Mark, dat is zo dom. Nu ben je weer kapot, zeker. Kun je deze vol gas nemen? Geen idee, ik denk het niet. Oké, ik ga het proberen. Oh god. Oké, misschien toch niet. Oh. Ja, gaat goed. Alleen brandweer hoor ik zingen. Overal deze bocht moet je niet... Vol gas. Ik probeer nog te remmen. Wat is dit voor bullshit? Waarom zetten ze 2 kruisjes hier op de weg? Dat niemand erin kan. Wie gaat er wel voor? Dat ben ik. Iedereen... Uw motor is defect. We zoeken werkplaats. Naar voren! Vandaag nog. Naar achter. Ik kan hier gewoon niet doorheen rijden. Wat is dit? Een invisible wall. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Maar dit is onzin. Want ik rijd nu... Nou, vreemde shit. Ik rijd snel door. Wow, er komt in één keer een of andere blikvanger voorbij klatsen. Hé, maar kan het dan niet zijn dat je die DLC niet hebt? Nee, het is gewoon een afsluiting. Je kan niet weg. Het is een afsluiting, maar op de helft van de weg. Dus als je dan iets naar buiten de weg rijdt, dan klats je er vol tegenaan met je dikke banaan. Oké. Okay. Ja, dan kun je een inboorling zijn, maar dat heeft genut hoor. Kun je de Aboriginals erbij halen, maar dat wordt ook niks. Maar bij de Amish. De Amish, ja, ik zat ook denken aan hoe heet die gasten, die Indianen? Aboriginals. Aboriginals zijn Australianen. Ik bedoel die andere klatsers. De Inca's. Die hadden er dan bij. Ik kon een mooie bouwwerken maken, jongens. Niet geloven. Zeg niks. Leeftijd zijn er al verschillende 16-jarigen op je zee hebben gelegen. Ja, maar die zijn niet doodgegaan. Maakt helemaal niks uit. Als je onderliggende dingen hebt. Als je gewoon kijkt naar de cijfers, dan zijn er 57, 60 mensen Marietje! Overleden. Dus onder de 70 aan corona. Dus dat zijn er 60. 60 mensen in totaal zijn er maar doodgegaan aan corona. Alleen corona zelf. De rest van de mensen hadden allemaal onderliggende dingen. Waarom zie ik alleen maar Mark op de map? En ik heb ook wel eens heel slecht gelegen met een echte griep. Dus ja. Mark, hoe hard rij je? Ik ben daar wat minder bang voor, zeg maar. Dat is de media die je bang maakt over het virus. Als je jong bent, hoef je echt geen zorgen om te maken. 99% van de mensen die het krijgen, merken bijna niks van een griep. Hey, Tjalle, volgens mij heb je de griep. Boeien. Markie! Hello. Ik heb het ondertussen al 2 maanden te hoesten of zo, dus. Schet. Maar desalniettemin zeg ik niet dat het niet prettig is, hè, het virus. Nou jongens, ik groet jullie uiteraard, wel met de zwaailampjes. Uiteraard is het gewoon een kakvirus en dat is super poep. En de mensen die doodgaan gaan wel dood, ook al ben je 90 en je gaat dood, dat blijft natuurlijk gewoon niet leuk en erg. Dat zeker weten. En nou ga ik het wel misschien iets heel bond zeggen, misschien wordt wel je tijd. Ja, als je gewoon... Er zijn ook mensen... Shit, auto. Er zijn ook mensen die gezond zijn, zijn overleden. Maar het zijn er echt maar 60 op alle miljoenen mensen die in Nederland wonen. Dat is echt niet veel. Dus, nee, ja. Hey, kom op. Hey, brandweer, ouwe pielenpapper. Oh, daar staat hij, hoor. Onze harde klats. En dan staat hij weer stil. Ja, stoplicht, hè, bro. Dat is niet te geloven. Hoe gaat het met kapitein 1 oog brandweer? Ja, ik weet niet, brandweer, hoe gaat het met jou? Gaat het goed?
La 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 la. Ik ben een vrolijke vrouwenhuisvrouw op dit moment even, weet je wel. Dus dan ga je alleen maar een beetje liedjes zingen en zo. Super vrolijk. Oh, ik ben zo vrolijk. La 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 la. Ik ben heel vrolijk. La 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 la. Kromo, je ook eens kwak? Kan iemand deze lul aan de kant halen, Ben? Echt waar. Wat een verschrikkelijk ventje. Nou, wat krijg ik? Ah, het vond nog goed werk. Had ik niet verwacht. 1,4% schade, waar? Ja, nee, die gast die ging expres hier voor de ingang staan. Als jij naar een mansion, jongens. Chanel naar een mansion. Oké, we klatsen hem de vuur. We klatsen hem de vuur. Ja hoor. Oh, kan ik misschien net in één keer goed rijden als ik even zo rij. Oké. Pospet, pospet, pospet. Ja, daar gaan we. Ja, kom op, kom op. Kom op. Ja hoor, we krassen er lekker lang. Oh ja, dat kan door elkaar heen rijden, ik denk al. Wat doet deze gek hier, joh? Ik ben 16 jaar oud, hoor. Maakt niet uit. Maakt niet uit. You are een vervelend mannetje. A little bit vervelend. Oké, dan ga ik gewoon even hier al heen rijden. Dan moet ik hem achteruit erin en erin. En dan moet ik hem een beetje tegen sturen. Oh. Waar met z'n allen verzamelen? Bij de garage. Welke? Nou ja, de reparateur. Oké, rustig rijden, jongens. Daar ga je. Kijk wat hier zit. Ik weet niet of ook merk je zit. Oh, wat doe ik nou? Ik ben helemaal verkeerd aan het rijden. Ik doe het nou verkeerd, ik zit de verkeerde kant op te sturen. Dit is niet toeval. Ik zie ook niks, dat is een beetje het probleem. Hey. Ik ga even op deze manier rijden, dan zie ik tenminste wat ik doe. Oké. Ik zit even de verkeerde gaspedaal te drukken, dat is echt kak. Oké. Maar je hebt hier geen koopgraad of geen... Dat meen ik niet. Kijk, hier wel vast in dealers voor zitten. Dat is wel een klein dorpje dit, hè. Ik heb heel kleine ik heb heel weinig lampjes. Nou, laat het zien. Nou, we hebben hem weer gedropt, hoor. Ja. Oh, man. Wat niet te geloven. Ja, mensen, ik ga de stream eens even afsluiten, ja? Ben zo terug. Nou, mensen, dit was weer een feest. Het was weer een eindrijden. Het is niet te geloven. Het ging redelijk goed. We zijn best weinig gebeukt vanavond, dus dat is een goede zaak. Ik wil iedereen natuurlijk even vragen of een duimpje nog omhoog doen als je dat niet hebt gedaan. En natuurlijk abonneren, hè? Want dat is ook leuk. En gratis, dus dat moet je zeker doen. Ik wil iedereen bedanken die me hebben gesupport met de donaties en dingen. Super bedankt daarvoor. Thank you very, very much. Morgen zijn we weer live met GTA 5. Om een uurtje of 7, 7:30 zijn we weer live. Dus dan weet je dat vast. Ja, was gewoon weer gezellig. We hebben bijna 4 uur gereden, denk ik. Ja, bijna 4 uur gestreamd, dus... It's nice now. I'm getting tired, so I have to sleep now. En mijn favoriete automerk is inderdaad Volkswagen. Corona is inderdaad ontsnapt uit een lab bij Wuhan, ja. Ze was waarschijnlijk ze waren gewoon bezig met een antivirus voor AIDS en dat soort dingen. En dat is gewoon fout gegaan. Schijnt. Maar goed, ik wil iedereen bedanken voor het kijken. De duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie allemaal snel mogelijk bij de volgende stream. Thank you very, very much. En iedereen nogmaals bedankt voor de support. Dankzij jullie kan ik dit natuurlijk doen. En blijven we dit ook zeker nog even doen, hè. Want we maken er wel een hoop fun uit zo. Vooral in deze kaktijden een beetje is het wel... Wow, je had haast. Is het vooral een beetje leuk. Dus wel trust allemaal. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Goedenacht! Binnenkort gaan we Farming Simulator doen. We gaan nog even één Viva La France uitbreiding kijken. En dan gaan we misschien eventjes kijken naar een andere stream. Waarschijnlijk... Ja, Trakkerien. Is dat leuk met de crew? Wordt vast allemaal hartstikke lachen, maar dat zien we jullie wel in de streams. Bye bye! La 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 la